dan? Nu dan? Ook niet. Ja, je hoort me wel nu. Eens in de zoveel tijd... nakt... gewoon Streamlabs mij zo hard. Jullie horen nou nog steeds geen in-game geluid. Hè? Dat is ook echt helemaal kut gewoon. Ik weet ook niet waarom we dat nou niet hebben. Je hoort me wel praten. Maar ik denk dat ik gewoon oprecht de streamer opnieuw moet starten. Oh, wacht, hier. Ik zie het al. Dit is het. Of niet? Ja, ja. Het is zo raar. Eens in de zoveel tijd heb ik dit gewoon. En dan denkt Streamlabs gewoon... yo, dikke vinger man. We gaan even al je audio devices even resetten. En dat is gewoon helemaal kut voor je. Zoek het maar uit. Maar goedenavond jongens. Leuk dat jullie erbij zijn. Kijk, dit is mijn houthakker outfit. Oprecht. Hij is nice toch? Ik heb een helmpje op. Ik heb zo'n riempje om. Dit is gewoon mijn houthakkers outfitje man. Ik vind hem echt gewoon keihard. Ja. Wat ga ik vandaag doen? Ik moet dit nog allemaal verkopen. Ik heb ziek veel verkocht jongens. Ik heb nou meer dan een ton alweer. Lekker man. Dus dat gaat echt sowieso super hard. Ik moet wel even wat mensen gaan bellen ook. Waarom is mijn tank bijna leeg? Oh ja. Ik stond bij hout te verkopen dus. En omdat ik daar stond te verkopen. En je blijft in je motor zitten. Dan blijf je benzine ook doorlopen. Dat is op zich wel realistisch. Maar wist ik niet. Dus ik heb echt vet veel benzine daar verbrand. Door daar gewoon een beetje duf stilstaan. Ik ga heel even hier staan jongens. Want ik moet even wat mensen gaan bellen. En dan kan ik ondertussen nog even een klein beetje hout verkopen. Want ik moet echt een pokkend weer gaan rijden. Zo, ik schrik me even rot, jongen. Lucas meteen al met een 3-euro donatie. Oh ja. Donaties gaan naar de developer, jongens. Die gaan, we zijn even aan 300 euro aan het inzamelen voor alle devs. En even kijken, gooit hij nog een berichtje erbij. Die zal zo wel in beeld komen dan. In ieder geval heeft hij 3 euro gedoneerd voor de devs. En onder andere Radboud is dev, is Vanished MC. Hallo Dennis, kan ik je in-game tegenkomen? Ja Lucas, je kan mij altijd in-game tegenkomen. Het is alleen niet de bedoeling dat je aan de hand van de stream zeg maar mij gaat opzoeken. Dat dan weer niet. Maar je kan mij zeker wel in-game tegenkomen. Ik ben er vaak genoeg. En ja, als je mij echt wil tegenkomen in-game, dan zou ik zeggen, kijk gewoon eens een keertje door de weeks bij... hout of bij Mef. Ja, af en toe doen we wel een beetje gekke dingen. Inderdaad, ja, Bob. Even kijken, wat is allemaal aan de hand in de chat, jongens? Wat zijn ze allemaal doen? Al die mods zijn allemaal populair aan het doen. Allemaal gekke dingen. Rota plus staf is Ben. Ja, toch. Oké, zeg gewoon een beetje aan het kutten. Lekker, man. Laat ze een beetje plezier hebben, toch, jongens. Mannen werken hard, mannen krijgen geen fuck, jongens. Gun ze een beetje, jongens. Gun ze allemaal. Goedenavond, Harm. Ook leuk dat jij erbij bent. Ik pak mijn telefoontje er even bij, want ik moet sowieso Guus bellen. En ik moet eventjes Hendrik bellen. Heb ik hem nog wel? Ja, Hendrik. En ik moet even naar mijn huis toe. Ik heb een nieuw huis gekocht. Het is wel een lijp huisje. Laten we in ieder geval eens even kijken of dat Hendrik al opneemt. Of dat hij nog niet in game is. Wie is deze guy dan? Ik ga gewoon daar staan. Yo, Dennis. Hey, jongen. Oh, je hoort mij of niet? Jawel, hè? Ja, ik hoor je. Ja, top. Ja, wij zouden vanavond wat dingen gaan doen natuurlijk. Ja, volgens mij wel. Zeker. Ik weet niet of je al zover bent. Ja, zeker. Ik heb de hele avond tijd. Ik ben zeg maar bijna zover, want het hangt even een beetje af van hoe snel Guus kan, zeg maar. Want ik wil even Guus een berichtje gaan sturen. Als Guus eerder kan, weet je, ik vind het ook zonde om hem mis te lopen, daarom. Snap je? Nee, precies. Je moet wel even spullen halen. Daarom, ja. Ik sta nu bij de houtverkoop. Dat is een beetje duf. Ik sta daar gewoon eventjes te bellen. Ondertussen denk ik van nou, dan verkoop ik nog even wat ingepakt hout. Maar ga ik Guus even bellen en dan laat ik je weten of dat ik eerst met jou wat ga doen. Of dat we eerst even naar Guus gaan dan. Jij wil denk ik wel mee of niet per se. Ik heb hem laatst nog gezien. Dat komt helemaal goed. Is dan goed. Hoor ik het wel. Yo, bel ik je zo terug man met 5 of 10 minuten of zo, ja? Ja, is goed. Yes, oké, later, jojo. Ja, we hebben een nieuw Porto-kanaal. En dat is ook een dingetje, want Martin die is niet meer kan bij... Kan ik je mijn hout verkopen? What the fuck? Nee, hier kan je niet je hout verkopen, nee. Nee, mijn hout. Hier kan je wel je hout verkopen, ja. Je ingepakt hout. Waar kan ik inpakken dan? Ik zie je donatie, hoor. Komt zo. Vraag ik jou, hoor. Ik wist niet dat je helemaal boos was. Ik vroeg het aan hem. Weet je waar je hout moet halen, of niet? Ik heb al hout bij me, toch? Ja, maar daar verderop heb je een gebouw, zeg maar. Daar moet je inrijden. Heb je een soort van twee planken naar boven. Daar moet je het gaan zagen. Kan je me even brengen daarin, want ik weet niet wat je bedoelt.
Ik kan jou wel even die kant op brengen, ja? Nou ja, je kan achter mij aanrijden, maar ik ga niet zo hard met dit ding. Kom, ik volg jou wel. Ja, is goed, dan gaan we dat wel even doen. Oké, what the fuck, deze guy weet niet hoe hout werkt. Oké. Of ik word zo gegijzeld. 4 euro donatie gekregen van Lucas, omdat ik er zin in heb, zegt hij. Oké, ja, we kunnen elkaar zeker wel een keertje meeten. Ergens vertrouw ik deze guy niet, man. Ik denk oprecht dat hij mij gewoon wil nakken of zo. Op een of andere manier. Maar goed. Ja, laten we hem even naar hout brengen. Maar dat is trouwens voor mij toch wel even gunstig. Want ik moet daar even zijn om sowieso even mijn hout te droppen. En om eventjes mijn zwart geld te verplaatsen naar mijn nieuwe huis. Want dat is gewoon dichterbij. Mijn nieuwe huisje zit in Sandy. Heb ik samen met Enderly gekocht. Allebei tonnetje ingelegd. Geen garage. Wel gewoon een leuk klein huisje. Is een beetje buggy dat huis, zeg ik ook wel eerlijk. Want je kan niet overal... staan of zo. Er zit een soort van onzichtbare meubelen en shit zitten erin. Maar voor een tonnetje kunnen we daar wel gewoon eventjes prima. Gewoon shit stashen. Ja, stel jij nakje. Maar kijk hoe weinig benzine ik heb, vent. Ik heb echt niet zo heel veel benzine meer. Ik denk ook oprecht niet eens dat ik het misschien red tot aan hout. Ja, dit is eigenlijk helemaal niet de ideale route naar hout voor mij, man. Ik moet... Oké. We hebben wel meteen politie achter ons aan. Ik heb wel meteen nog een witte auto erachteraan ook. Er zijn wel ziek veel huizen te koop op de map ook. Yo Max trouwens ook, welkom bij de stream, jongen. Er zijn best wel wat huizen te koop. Alleen er zijn ook echt ziek veel, zeg ik je eerlijk, ziek veel gelukzoekers, man. Die proberen echt huizen te kopen voor te verkopen voor weet ik veel wat allemaal. Check die guy in wat is dit, Porsche? Voordat ik weer domme dingen ga zeggen. Die is fucking aan het inhouden omdat deze auto niet harder kan dan 200, jongen. Simple Mama er ook nog even bij. Jawel, jawel. Sinds kort ook weer in Discord, hè? Nou ja, klein maandje alweer, denk ik, ondertussen. Ik heb weinig besef van tijd, hoor. Dus waarschijnlijk is het niet een klein maandje, maar is het gewoon 2 weken. Is dit handig voor die Porsche? Oh mijn god. Sorry, we moeten even terug. Ik slip door met dit ding. Oh, maar bro, ik bedoel, moet ik het helemaal een pallet overkopen? Nee, je moet het daar eerst nog helemaal gaan zagen, dan moet je het inpakken. Ik heb al ingepakt hout. Je hebt al ingepakt? Ja. Dan stond je daar goed, vriend. Oh mijn god. Jij zegt ik heb alleen hout. Bro, ik heb geen benzine meer bijna. Nee, ik ook niet. Kom, we gaan tanken hier, hoor. Deze guy, jongen. Waar slaat dit op? Dit gaat helemaal... hè? Hij zegt tegen mij toch net, ben ik nou gek? Hij zegt toch alleen, ik heb hout. Dus ik zeg, weet je waar je dat moet doen? Hé, ik snap helemaal niks van deze vent. Oh, ik ben sowieso de lul, jongen. Oh mijn god. Nou, ik moet alsnog daarheen, man. Maar het maakt niet uit. Ik moet hier even tanken. Want anders heb ik zo geen benzine meer. Ik zit wel in Porto, maar niemand zit in Porto. Of ik zit in de verkeerde Porto. Dus dit is, kan ook nog wel eens een dingetje van mij zijn. We zijn natuurlijk, we hebben net een andere Porto gefixt. Heb jij contant gehad bij je? Ja hoor, ik kan je wel even wat geven. Jozef, oh, dankjewel, man. Man is echt fucking skeer, heb helemaal niks hier. Oh. Hier heb je 100, man. Oh, dankjewel, man. Mag lang even denken. Wat is deze guy? Wat is dit, een rare guy, jongen? Tanken, schat. Niet eens geld, niks. Wat een vent. Oké, nou, er zit niemand in Porto nog. Ik ga ondertussen ook even kijken of ik in het goede Porto-kanaal zit. Dit is echt niet, ja, dit is wel het goede Porto-kanaal. Fuck it, dan ga ik gewoon zo meteen Guus bellen en ik skip deze guy gewoon. Ja, maar bro, ik heb een vraagje, man. Yo. Ben je bekend in deze stad of zo? Ik rij hier wel eens vaker rond, ja. Oh, welke auto heb je dan? Deze? Heb je geen interesse in deze gladde Porsche? Nee, man, zoveel geld heb ik niet. Dit is de legendarische Porsche. Ja? Wat is er zo legendarisch aan omdat er geen dak op zit? Hij was eerst wit, hij was toen rood. Oh joh, gek legendarische stijl. Nu is die blauw zeker. Ja, hij is nu blauw. Dat meen je niet? Ja, man. Zullen we samen een ritje maken? Ik moet wel even door, want ik was eigenlijk hout aan het verkopen. Ik ben helemaal speciaal voor jou als ik aan het rond ga rijden, man. Dan kunnen we elkaar een beetje beter leren kennen, toch? Ja man, kunnen we BFF's worden en zo. Ja man, mag ik jouw nummer dan? Nee. Waarom mag ik jouw nummer? Wat deze guy, jongen. Wat is er aan de hand met deze guy? Oké, ik ga gewoon hier, want hij mag hier toch niet rijden. Flikker maar op met hem. Ik snap helemaal niks van die gast. Hè? Wat de fucking wazig. Kijk, hij rijdt daar. Ziet hij mij hier rijden? Kijk, hij staat daar ook.
Mijn eigen gaat ook op het spoor komen, of niet? Nee, gaat niet komen. Oké, ik ga Guus bellen. Fuck deze shit. Ik snap helemaal niks van die gast. Ik had ook wel tegen Hendrik gezegd dat ik hem zo terug zou bellen, maar nou. We staan op planning om even plofkraakje te doen. Maar we moeten eigenlijk even Guus hebben voor wat dingetjes. Ah, Guus is er nog niet. Yo. Oh, hey Guus jongen. Oh. Hallo? De auto gevlogen. Ja, ik ben gewoon ontvoerd. Ben je ontvoerd? Gewoon ontvoerd door Thomas. Oh. Ernstig, moet vrijbreken, ja, nee. Of dat niet? Nee, hoeft niet. Ik mag nog bellen, dus het komt wel goed. Oh, nee, dan komt het helemaal goed. Kan ik jou zo meeten om nog... ik zal meteen met de deur in huis vallen. Ik wil graag een mesje deur kopen. Deur in huis vallen? Ja, ik hang uit de deur. Ja, oh, dan ga ik niet met die deur in huis vallen, vriend. Ik wil graag eigenlijk wat klein spul, een mesje en een klein pistooltje en nog wat lockpicks en ja, ik ga even kijken. Breekijs. Ja, kijk even wat je nog hebt, jou. Kijk wat ik kan regelen en dan laat ik jou weten, man. Ja, het hoeft niet supersonisch spul te allemaal zijn. Gewoon een klein pistooltje is goed en een mesje is ook goed, ja? Mm-hmm. Yes. Oké, hoor ik van je, ja? Yo. Yo. Oké, boys, want dat mesje, die ga ik kopen voor Lucas, jongens. Ik weet het. Oké, wacht, ik ga gewoon even hier stilstaan. Lucas, jullie kennen allemaal wel Knolpower Lucas, Blokkenpark Lucas. Ik ga dat mesje gewoon voor hem kopen. Want ja, deze guy gaat zelf waarschijnlijk nooit aan een mesje kunnen komen. En als iemand een mesje voor hem heeft, wordt hij gescamd. Dus ik koop gewoon dat mesje voor hem. En dan ga ik met hem gewoon een keer een overval doen. Ik wil die jongen dat ook gewoon gunnen, weet je wel. Weet je hoe lang hij gestreden heeft om bijvoorbeeld bij de politie te komen? Dat vond ik echt al... Ja, weet je, het gaat me dan echt een beetje aan het hart. En ik weet wel, hij zal niet een super goede roleplayer zijn. Ben ik misschien ook niet. Maar ik wil hem wel gewoon dat mesje gunnen, man. Hij moet hem wel gewoon zelf kopen bij mij. Dat dan wel. Ik gun hem gewoon dat mesje. En dan ga ik met hem gewoon overvallen, jongen. Deze man wil het zo graag. En anders gaat het hem gewoon niet lukken. Dus ik ga dat op deze kast. Of deze manier ga ik hem die kans geven. Zag ik ook nog een donatie. Nee, je gaat niet stuk, toch? Kut auto. Zag ik ook nog een donatie binnenkomen van uiteraard weer €3,33. En wie is dat ook anders dan Tata Loco. Die zegt, yo Dennis, veel succes met je stream. Dikke SO naar Tommy van Anthrax Kartel. Ja man, bij deze gedaan. En we gaan zo meteen even meeten, Tata. Dat komt helemaal goed. We zouden nog even een gesprekje doen. Als het goed is, rond een uurtje of 9 moet ik Hendrik zo wel even gaan terugbellen ook. Want ja, daar zou ik dus wat mee gaan doen. Laat ik hem ondertussen nu maar meteen bellen, want anders weet ik het wel weer. Hoe kan ik nou weer die belgeschiedenis... Oh, mijn god, ik zit helemaal in de verkeerde hier al. Hendrik. Nou, daar gaan we. Yo, Dennis. Hey, Hendrik. Ik heb net Guus even gesproken. En ja, hij werd ontvoerd, maar hij was erop... Volgens mij was hij wel gelukkig of zo. Ik weet niet, dat is een beetje een raar gesprek. Maar oké, ja, dat is wel een beetje typisch Guus. Ja, typisch gevalletje Guus inderdaad. Dus ik ga hem straks even meeten. Hij zal even kijken wat hij nog heeft aan ijzer. Want het gaat natuurlijk weer knijters hard. Maar ik denk wel dat we nog een breekijzertje of wat kunnen kopen. En wat lockpicks en shit. Ah, top. Ja, ik heb zelf niet heel veel liggen. Ik heb er nog een paar. Dus dat kan ook altijd. Ja, ik moet even kijken in welk huis ik het heb liggen eigenlijk. Want ik weet dat het niet in mijn eigen huis ligt. Maar ik moet even kijken waar ik het dan heb liggen. Komt wel goed. Ik ben nu even bij mijn hut in het bos. Even zwart geld en shit halen, man. Oh, een boshutje, oké. Ja, je zit op die, weet wel, in dat kamp zit ik daar ook. Ah, ja, op die manier. Yes. Hey, dan kom anders even Porto. 205.11, kan dat? Ja, dat kan zeker. Kom ik er zo aan. Yo, zie ik jou daar zo, man. Dat is makkelijker. Jojo. Oké, gaan we meteen even een net outfitje. Ik heb... Het outfitje genoemd casino medewerker. Hey! Goedenavond. Ja, nou, ja, ik ben zelf ook nog een paar spellen aan het ophalen. Oh, dat is helemaal goed, jongen. Ja, wat is er misgegaan? Ja, ik vond politie gewoon niet meer zo leuk, man. Kijk, dit is mijn. Dit wordt mijn casino overval outfitje. Oeps, kleine leak. We gaan een keer casino overval doen. Hop, doe maar even zo. Dit is wel een goeie, man. Wat heb ik hier nog in zitten? Ik heb hier nog. Oh, joh, nog 6 ton zwart. 5. 9, 6, 7, 1, 8. Neem me allemaal mee. Is dat handig om nou te doen? Waarschijnlijk niet. Ik ga het wel meenemen. Ik heb ook nog hier ziek veel. Hout die moet ik ook allemaal nog verkopen. Kan ik dit ook nog meenemen? Ja, lijp. Ik heb nog iets van mef. Hoezo? Ik heb ook gewoon nog contant liggen. Yo, laten we dat ook maar eens meenemen.
Fiches heb ik ook nog. Ik ga dit allemaal even verplaatsen in een huisje dichterbij, jongens. Want het is echt knijtersver rijden de hele tijd. Dat vind ik gewoon niet chill. Waar de fuck zit mijn huis? Mijn huis zit hier. Ik heb deze gisteren gekocht. Dus in principe weet daar eigenlijk helemaal niemand vanaf. Behalve een aantal mods. Maar ja, goed, die mogen dat niet doen. Nee, we gaan nu geen casino overval doen. Want we moeten even dat goed voorbereiden. En aangezien je casino niet zelf kan starten, hebben we daar even een god voor nodig. Oftewel een moderator. En die wil het voor ons op zich best wel starten. Maar dan wil ik niet zo van, oké, boy. What the fuck? Ik had net getankt. Nu is mijn tank gewoon weer leeg. Dus dat is niet gefixt nog, of wel? Nou ja, in ieder geval, ik ga even mijn shit brengen naar mijn nieuwe huis. En dan hoop ik gewoon dat ik het red qua benzine. Hendrik zit in de Porto. Guus die zal zo wel locatie sturen of bellen. Andere guys hebben niet gereageerd. Nee, Hans hier reageert niet. En Randy reageert ook niet. Dus ook een beetje... Ja, thanks dat je het nog eventjes zegt. Ja, ik moet hem dus eerst tussendoor opslaan in een andere garage. Dat is een beetje het ding. Hoezo zat hier een AWB-auto zonder iemand? Je moet hem eerst in een normale garage zetten en dan daar weer... Ja, dat is helemaal brak. Maakt niet uit, jongens. Kost me wel weer €200 of zo. Waarom ik niet naar TDA ga? Ja, weet je, ik zeg je... Op dit moment, Ilars, vind ik zeg maar Groningen... gewoon echt heel leuk. Ik vind het crimineel zijn, voor zover ik dan ook echt een doorgewinterde crimineel ben, vind ik gewoon echt leuk. Die overvalletjes vind ik leuk. Ze zijn bezig met content voor criminelen. Hè. Wiet is erbij gekomen. Die meth-inpak wordt telkens veranderd. Wiet-inpak wordt erbij gezet. Ik vind dat gewoon echt... Ik vind dat gewoon echt leuk nu. Ik zeg je ook wel eerlijk, ik doe wel elke dag bijna mijn daily op TDA. Ik heb wel een aantal Lucky Wheel... tickets gekocht, gekregen uit die daily. Dus ik ga nog wel een keertje een TDA-stream doen waarin we al die Lucky Wheel tickets... Boompje. Waar we al die Lucky Wheel tickets gaan verbrassen. Dat is sowieso nog wel een keer wat we gaan doen. Maar ik vind het nu gewoon echt leuk op Groningen om dat hele crimineel gebeuren te doen en zo, man. Dus dat is zeker een mogelijkheid. Ik ga nu in ieder geval vandaag even met Tata Loco meeten. Dat is de guy die de donatie gegooid heeft. Maar die heet ook zo in-game. Want we hebben volgens mij een keertje voor een overval... twee van zijn gangleden meegepakt. Was niet helemaal de bedoeling per se. Maar kwam blijkbaar wel zo uit. Dus die gasten hebben we meegenomen. En we zijn overval gaan doen. Ik was eigenlijk best wel goed met hem. Dus we moeten even over de praten over wat er gebeurd is. Of we nou nog gezeik hebben. Youssef beweerde dat hij een mes van ons genakt had. Dat is dan weer niet zo. Dus dat moeten we ook even uit de wereld helpen. En het is eigenlijk precies ook een beetje wat Bas zegt. Groningen is echt leuk als je de community kent. En nou ja, laat ik toevallig best wel wat mensen kennen. Kijk, dit huisje heb ik gekocht, jongens. Ze wilden hier geen garage plaatsen. Op zich wel terecht, man. Maar garage wilden ze hier niet plaatsen. Nu ga ik dit huis in en dan ga je... Zien wat ik bedoel met dat dit huis niet optimaal werkt. Kijk, ik kan hier niet lopen. Hier zit iets of zo. Maar ja, je ziet niet echt wat. Hier is ook iets. En hier is zeg maar ook iets. Dus het is een beetje een gek huis. En hier is dan iets waar ik niks mee kan. Dus dit is een beetje, ik weet niet, gewoon vaag of zo. Goed, dit hout moet ik nog allemaal verkopen. Gaan we even wegstoppen. Knallen we hier in die fiches. Knallen we er ook in... Volgens mij, dit is volgens mij een ding. Hè. Kijk, ik doe even kijken, gewoon een miljoen of zo. Als je sleept, dan doet hij gewoon alles. Dit is sinds kort pas hoor. Dit was helemaal niet altijd zo. Moest je precies het hele bedrag doen. Maar je kan nu gewoon letterlijk heel veel shit doen. En dan zie je iets als je in first person zit. Nee, hier zitten blijkbaar stoelen en dingen. Maar kijk, het gekke is zo. Kijk, dit is nummer 8. En dan ga ik eruit. En dan is dit nummer 9. Dus ik weet niet, als ik nou zeg maar nog een keer opnieuw erin ga. Gewoon helemaal in first person. Zou je het dan kunnen zien? Nee. Nou, dat is super raar. Maar goed, maakt verder niet uit. Ja, bij casino staat een H van Heist. Alleen, kijk hier zo. Het ding is, Bas, ze hebben uitgelegd dat met casino wat wij hebben. Die trouwens, als je een keer tijd hebt. Check het interieur en ga even naar boven toe. Er zit een penthouse, alles in.
Maar dat is oprecht lelijk, jongen. Oh, dat is niet te zuinig. Dat is echt heel lelijk. Maar goed, boeit niet. Dat casino staat zeg maar erop. Waardoor het echte casino onder de grond staat. Of onder de map. En daarom kunnen we die heist niet starten. Omdat die heist dus eigenlijk onder de grond zit. Dus dat is een beetje, ja, brak, zeg maar. Wij kunnen op een of andere manier niet die heist triggeren. Dus ik denk dat een developer, Hendrik, de heist misschien even naar boven moet verplaatsen of zo. Want er is letterlijk een kantoortje ergens op een verdiepingje. Waar je gewoon prima die heist zou kunnen starten. Dat lijkt me op zich wel prima. Sorry, wat zei je, Radboud? Ik heb eventjes gemist. Wat je zei, doe dat even niet. Dat fuckt met de server los. Wat moet ik niet doen dan? Ik heb ongetwijfeld... Heb jij iets gezegd? Die heist zit daar prima, maar wij kunnen hem niet starten, Hendrik. Dat is toch een beetje raar? Dan moet het casino weg of zo. Ja, Lucas, wanneer wij een overval kunnen doen... Je moet maar even in-game een keertje gaan tegenkomen of gaan bellen, jongen. Ik ben even voor jou een mesje aan het regelen. Dat we shit kunnen gaan doen, man. Goedenavond allemaal, jongens. En leuk dat jullie erbij zijn. Ook de mensen die wat later... Oh, mag dat niet? Oh ja, sorry. Ik kwam hier per ongeluk een keer achter. Omdat ik... ja, ik doe altijd heel netjes de getallen. En dan merk ik als ik bijvoorbeeld 10 doe... Dan lukt dat soms niet. Omdat ik dan bijvoorbeeld van iets 5 heb. En dan kon ik er geen 10 slepen. Maar er is iets veranderd. Waardoor als ik dan in nu dit geval wel 1 miljoen sleep... Opeens alles gepakt wordt. Maar dat is pas sinds kort of zo. Ik deed dat eigenlijk best wel vaak. Omdat ik dat gewoon, ja, dat is gewoon makkelijk. Een soort van shortcut of zo. Maar oké, als jullie dat niet willen, dan... leg ik nu 1 miljoen chips in de kluis? Nee, dat geloof ik niet. Als ik nu terug ga, heb ik niet 1 miljoen erin liggen, toch? Want dat is echt niet mijn intentie geweest. Ik ga nu kijken of dat zo is. Dat was zeker niet mijn bedoeling. Want als... Oh, die Porsche die zit blijkbaar ook mijn stream te kijken. Als ik nu kijk, dan heb ik niet 1 miljoen erin liggen, toch? Dat zou echt fucked up zijn, jongen. Dan is dit systeem echt helemaal, helemaal brak. Oh, ik hoef niet terug. Nou, ik ben nu al terug. Ik ga sowieso... Hij zit mij te achtervolgen, deze guy. Nou, nu kan dat niet meer. Laten... Oh, toch. Oh, nee, toch niet. Ik denk, man pakt even overrood mee. Oh, het lijkt net alsof ik er 1 miljoen in... Ah, ja, nee, maar ik deed dat niet bewust. Ik kwam nou dus per ongeluk een keer achter dat dat kon. En sindsdien, ja, zeg je eerlijk, gebruik ik wel vaker die shortcut. Omdat het gewoon vet makkelijk is voor mij om dat te doen. Dan hoef je niet meer exact het aantal in te typen. Maar goed, dan doen we dat niet. Ja, precies. Maar dan zouden in de logs ook moeten staan hoeveel er dan ook echt in zitten. Want blijkbaar gaat dat wel... Goed. Oh, zijn het de Haringboys. Hey, ik moest jullie sowieso nog even spreken. Maar ja, oké. Okay. Oh ja, nee. Ik was niet van plan om echt een refund aan te maken. Of dat, voor dat soort dingen of zo. Weet je wel, dat boeit me dan niet genoeg. Ik zit ondertussen de hele tijd te lullen. Ik heb nog 5700 contant mee ongeveer. Ik zal even 5500 droppen. Ja, die Guus die belt nog niet echt terug, hè? Wat is met Mo? Waar is Mo? Waar is trouwens überhaupt de rest van de hele gang? We hebben niet zoveel mensen online momenteel. Dat is jammer. Ja, plofkraak gaan we echt zo snel mogelijk doen, man. Ik zit al met Hendrik in de Porto. Dat is al helemaal prima. Alleen, ik moet even... Waar ben ik in godsnaam heen aan het draaien? Ik moet hier niet heen. Ik moet even een locatietje doorkrijgen van Guus. Of hij überhaupt nog shit mag verkopen. Want die guy werd gehostaged. Blijkbaar een soort van vrijwillig of zo. Hij mocht wel bellen. Dus ik weet niet. Het zal weer een of andere fucked up grap zijn daar ook. In ieder geval ga ik zo snel mogelijk een plofkraakje doen. Ik moet. Ik zeg wel heel vaak ik moet. Maar ik moet wel even. Fuck, waar zit dat huis van Youssef en zo ook alweer? Ik weet niet waar dat huis zit, man. Nou, hier? Hé, wie ben je, joh, gek? Komen we jou nou toevallig tegen? Ja, wij reden voor de grap achter deze auto aan, maar ben jij het? Ik weet niet, wie is jij? Ik ben Choppy, man. Oh, hé! Hey. Ik ben met jou nog verrekte kutwoud geweest.
Yes, en Kamar. Ja, je bent nog even Kamar geweest, hè? Ik ben dat ja, gelukkig zeker. Niet geweest. Die fout heb ik nooit gemaakt. Oei, oei, oei. Ik had jou nog een klein gemeente-berichtje gestuurd. Ja, wij moesten eventjes en sowieso even nummers uitwisselen. Dat moesten we eigenlijk al veel eerder. Maar ik heb jouw nummer niet, blijkbaar. Dat zou best kunnen. Ik geef mijn nummer wel eventjes. Moment. Kopiëren. Kan jij dit, is dit voor jou leesbaar of niet? Ja hoor. Als je hem nog een keer kan... Ja, Martin is inderdaad uit de gang of uit de groep of zo, maar boeien, ga verder niet over stressen, man. Het is, laten we gewoon erop houden. Mensen doen met ons een aantal dingen mee, dan kijken we of we ze erbij vinden passen of dat lekker matcht. En dat was gewoon niet helemaal zo, dus that's it. Jij belt mij of niet? Yes, dan klopt het. Een man denkt dat ik ga liegen. Chappie. Dan heb ik die juist. Hoe heet deze guy ook alweer? Chappie Lothar heet hij. Ja, nee, helemaal top. Jij wilde volgens mij ook een keer mee naar de wapendealer, of niet? Stiekem wel. Ja, want ik ga er wel straks heen. Ja, ik kan niet met een hele fanclub aankomen. Dus als ik jou meeneem, dan kan je maatje even niet mee, zeg maar. Of ik weet niet of dat je maatje is. Dan moet je daarna een keer met hem erheen gaan, zeg maar. Ja, dat kan denk ik wel, toch? Anders, weet je, die guy is nogal jumpy. Die pakt meteen zijn pistool en al dat shit. Dus dat moeten nee, we niet, begrijpelijk. Niet hebben. Dan sta je straks tegen de muur en dan moet ik jou doodschieten. Oei. Is wel content. Ja, maar dat is ook niet helemaal de bedoeling. Want dan kan je daarna nooit meer erheen. Nee, daarom. Dus dat moeten we niet hebben. Ik bel jou wel als het zover is. Ik wacht eigenlijk op hem op een locatie. Nou, is goed. Yes, ik ben ondertussen ben ik een beetje aan het rondbeunen, joh. Geen probleem. Ja, is goed. Hé, dank je. Gaan we eens even vies inhalen. Vies inhalen, vent! Je beukt gewoon mijn auto. Met je kut sportwagen. Ga weg, joh. Gek. Ik hoop dat je zo kapot rijdt tegen zo'n betonnen paal aan van Anakin. Dat hoop ik. Zo boos. Ja, ik ben zo boos. Ah, jammer. Hij rijdt zichzelf niet kapot. Ik wel. Oh, kut. Deze was niet van beton. Wat heb ik een mazzel. Holy shit. Ik had al wel verwacht dat ik een lampje zou hebben. Nou, het is niet meer dan dat hoor, Sykes. Het is gewoon letterlijk dat. Hij zit gewoon nog... Hij kan gewoon nog prima zijn overvalletje meedoen en zo. Dat is allemaal geen probleem. Alleen, ja, gewoon niet voor vast toch, weet je. Dat dan. Kut, rijdt hij nou achter mij aan? Ja, tuurlijk rijdt die vent achter mij aan. Tuurlijk, jongen. Omdat ik weer zo'n vieze beunauto heb, of niet? Oh, nee, niet. Dit is... Holy shit. Zoveel mensen steken opeens over hier, hoor. Nee, maar er zijn er al. Nee. Het is weg met dit ding. En even mijn 6x6 pakken, man. Ik wist het alweer, Mo. Eigenlijk mag ik dat niet gebruiken, maar ik weet ongeveer waar die zit. Dat huis. Ga ik even mijn 6x6 pakken. Hoppa. Let's go. We gaan namelijk eventjes die lockpicks moeten halen. En ik moet eventjes die... wat hadden we nog meer? Breekijzers moet ik ook even halen. Die heb ik sowieso nodig straks voor die plofkraak. En ik moet lachen, want iemand zegt of jij kan niet rijden. Dat is eigenlijk wel het meest eerlijke antwoord. Ik kan wel redelijk rijden, alleen met sommige auto's gewoon echt totaal niet. Het zijn voornamelijk die Chinese kutauto's waar ik niet mee kan rijden. Even kijken, zat ik goed? Ja, ik dacht al Grove Street, man. En dan daarin zo'n zijweggetje. Oké, top. Daar gaan we wel komen. Trouwens, hebben jullie allemaal al de wietlocaties en dat soort shit allemaal gevonden? Zijn jullie allemaal daarachter? Ik heb ze zelf redelijk kunnen vinden doordat ik gewoon met een helikopter erboven ben gaan vliegen. En je ziet op een gegeven moment ergens heel veel auto's staan. En that's it. Maar ik ga ze niet per se allemaal op stream laten zien of zo, weet je. Dus dat doe ik dan niet. Oh, hij belt mij. Hallo? Koef? Hallo? 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 Moet die shit kopen bij die wapendealer in zwart geld? Het moet gewoon met geld. Niet zwart geld. Gewoon met geld. Dan komt het goed. Kijk jij maar wat voor geld je meeneemt. Gewoon geld. Oké, is goed. Jojo. Nou, laat eens. Ja, zwart geld, wit geld bestaat niet eigenlijk, hè? Ja, ik weet het wel. Maar ik denk niet dat ze het heel tof gaan vinden als ik nu langs al die locaties ga rijden. En dat gaan ze denk ik niet
niet heel nice vinden. Kledingkast, kluis. Even kijken. Oeh, ik nak even wat zwart geld. Nee. Breekijzers, ik pak er 3. Lockpicks pak ik er ook 3. En de rest is dan voor Mo en voor. Switchblade hebben ze nog. Werkt het ook andersom? Ik ga even testen hoor. Als ik nou. Kijk, ik heb er 3. Ja, dat werkt ook gewoon. Oké, raar. Vroeger moest je dus echt precies het aantal doen, dat hoeft niet meer. Alleen het log blijkbaar nog niet goed. Ja, nou dan ga ik gewoon mijn autootje pakken. Ga ik weer even naar mijn huis. Ja, zo blijf ik wel de hele tijd heen en weer. Auto is gewoon zo lang, die beukt gewoon daardoor de garage heen. Is de auto straks een lampje, let op. Ja, Guus jongen, als je nou eens even opschiet, vriend. Ik ga hem gewoon bellen. Guus, ik ga jou bellen jongen. Yo, Dennis. Yo, heb je al locatie of niet? Ik ben momenteel heel even iets aan het afhandelen. Daarna ga ik omkleden en dan komen wij, of ja, dan stuur ik jouw locatie. Ja, is goed. Ik neem die ene... maximaal 10 minuutjes. Yo, ik neem die ene Hendrik gast weer mee. Die heb je wel eens vaker gezien. En er wil even iemand nieuw geïntroduceerd worden. Ik zei, ik kan jou wel meenemen, maar dan niet je Mattie. Dan moet je zelf maar een keer regelen. Nou, neem ze maar mee hoor. Mattie mag ook? Is goed. Oké, is goed. Komt goed. Yes? Jojo. Ja, ik heb deze dikke beunbak, omdat die gewoon eigenlijk... eigenlijk is het helemaal niet de goede prijs, hoor. Ik zeg het je heel eerlijk. Dit ding kost... Dit ding kost 120k. 30k tunings, dan is die fully... Oké, gelukkig was het niet voor mij. Dan is die fully tuned. Dan is het echt... nog steeds een kutauto. Want ik kan 2 keer iemand beuken een beetje... Zo, hallo. 2 keer iemand een beetje raken en dan is dit ding gewoon total los. Dus je kan bij wijze van spreken als je een trackhawk hebt. Of sterker nog, gisteren werden we gepit door sportauto's. Die guys zaten een beetje te kutten. Die zijn uiteindelijk wel gekikt, maar boeit verder niet. Die pitten ons zo 3-4 keer. Die sportauto is echt picobello in orde. En mijn auto is gewoon echt helemaal total los. Dus dat is een beetje jammer. Dus dit lijkt een hele dikke auto, maar dat is het zeker niet. Oh, Mo. Ewa, Mo. Hey, Dennis. Yo, man, ben je stad? Ja, dan zou je me niet bellen. Zeker, nee, ja. Goed verhaal ook, hè? Zou je misschien kunnen ophalen? Ik heb geen vervoer. Ja, alleen als het uitkomt, hè? Ja, heb je wel porto dan, of niet? Je zit niet in porto nog? Nee, heb ik ook niet. Waar ben jij dan? Ziekenhuis? Ja. Hoe kom jij in ziekenhuis, vriend? Ja, dat... Lang verhaal. Weet ik niet. Oké. Okay. Ja. Ja. 72, 75, als je mij daar kan ophalen. Ja, ik kom eraan, man. Ik was net in mijn beunmobiel op pad. Haha, oké. Okay. Kom eraan. Ja, is goed of zo. Oké, Mo heeft weer shit uitgefroten, jongen. Die heeft weer kogeltje gehad of is weer neergeschenkt of wat dan ook. Waar de fuck zit dat ding? 7, 2, 7, 5. Zit dat hier zo? Oké, nou, let's go. Nou, goed. Kan je dus wel weer ervan uitgaan dat wij straks weer een probleem hebben met een of andere gang? Want Mo is genakt. Dus dat, ja. Hij zal wel iemand geprobeerd hebben te rippen, weet ik wat allemaal. Heb ik straks weer volop gezeikt met een andere gang. Maakt niet uit. Fixen we ook alweer. We gaan in ieder geval eventjes door. Mo halen. En dan ga ik deze shit wegleggen. Breekijzers hebben wel een leuk icoontje voor gemaakt, man. Dat zeg ik wel eerlijk. Icoontjes zijn mooi. Ik heb trouwens nog ergens een updateje gemaakt. Ik irriteer me heel erg aan dat dit niet mooi in het midden staat. Het staat fucking ver naar rechts. Hier ook. Dus ik heb zelf eventjes een updateje gemaakt. Dat heb ik naar Hendrik gestuurd. Van Hendrik, zo ziet de UI er wat beter uit. Hendrik moet alleen even pushen. En hij moet even kijken of het voldoet aan de programmeerstandaard. Hallo. Yo, stap in man, Rek. Hallo. Yo, hoe is het? Hoor je mij niet? Hoor je me wel? Hij hoort mij niet. Okay. Hallo. Yo. Hallo? Yes, top. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Top. Ik moet even naar mijn huis in Sandy, want ik moet even wat spul wegleggen. Oh ja, tuurlijk. Ik ga niet meteen met 3 breekijzers op pad. Dat lijkt me niet handig. Ah, je hebt die meegenomen. Ja, ik heb even uit het huis gehaald. Ja, niet dat ik jullie niet vertrouw, maar dan kan ik gewoon die shit even bij mezelf stashen, toch? Ja, pak maar. Ik heb een nieuw huisje geswiped in Sandy. Ah, lekker. Samen met Andrew. Ja, het is iets dichter bij de stad dan het houthakhok. Alleen het is nog steeds niet heel erg in de stad, maar ja. Nee, oké. Okay. Je moet nog even een of andere beunhok hebben in de stad. Dat is ook wel mooi voor wapentje of zo. Ja, man. Ja. Ik denk dat wij vanavond de enige... Oh, je moet ook nog een portootje kopen, hè? Ja. Ga jij zometeen mee naar de dealer of niet?
Natuurlijk. Want ik neem gewoon even een hele zooi zwart geld mee. Voor, dan kan ik gewoon in ieder geval mijn wapens kopen ofzo, toch? Ja, dat heb ik ook nodig. Daarom had ik al wat in de kluis gelegd. Ja, jij hebt het bij jouw kluis gelegd. Ja, ik neem ja, even... Ik weet niet of je het, had je het gezien of... Ja, ik zag het wel liggen, ja, maar ik heb het niet gepakt. Ik neem voor mijzelf neem ik even 5 ton mee in ieder geval. Dan leg ik het heel eventjes bij jou in de kluis, want dan hoef ik het niet de hele tijd bij me te houden, snap je? Nou ja, is goed. Dan, dan voelt het even iets veiliger. Ja, weet ik niet, Martin. Het is op zich wel een mooi huisje, toch? Het is wel mooi in de stad, ja. Hoe duur waren die huizen ook alweer? Misschien kan ik wel even eentje van je overkopen. Ja, dat is ook wel zo eerlijk, toch? Moet ik even weten welk huis dat ook alweer was. Die ene bij dat treinspoor met die garage was... Ik ga mijn auto nog te koop zetten. Wat? Oh, heb je weer een autootje geklust? Ja, een G-Wagon die ik moet verkopen. Kijk, ik woon hier met Andoli en Niels woont hier ook in de buurt. Oh, lekker. Ja, het is echt een beetje een brak huis hier. Met, ja, het is gewoon een soort van hotelachtig ding of zo. Jo. Wie is dit? Okay, hoe het eruit ziet... Ja, het ziet er lelijk uit, ik nodig je wel even uit, jongen. Oh ja, is goed. Nodig uit naar binnen. Oei, yo. Ja, het ziet er soms echt, kijk, het ziet echt soms heel raar er uit. Er zit dus een beetje, weet je dat, schaduw van de bomen. Ja, ook. Het is een beetje wazig af en toe. Het flikkert helemaal, maar... Oeh, kan ik mijn kleding even aanpassen? Oké, ik neem 500.000 mee gewoon. 1, 2, 1, 2, 3. Hoppa. Lockpicks. Ik leg gewoon... Oké, okay, fuck it. Moeten we straks maar even ophalen dan. Hey, ik ga nu even... Oh, wacht. Zal ik die ook aan doen? Ja, gewoon even lekker geen kleding meer aan. Ja, ik heb mijn een beetje aangepast. Waarom heb ik hem niet? Deze? Yes. Ja. Oh, je bent de blauwe. Ja, precies. Ik vond blauwe nice. Ja, kan toch. Hey, ik heb mijn tattoos veranderd. Wat vind je ervan? Let op. Ik doe even shirt uit. Oh, naar uit zien. Kijk, die flikkers hadden alle foto's gemaakt, hè? Ik heb nou andere tattoos. Opflikkeren met die lui. Ja, toch. Oh, wat ziet eruit, jongen. Gekke tattoos, of niet? Oh, ik heb allemaal alle andere tattoos gedaan. Dan kunnen die flikkers van de politie mijn foto's maken wat ze willen. Ik zie er nou weer anders uit. Ja, man. En volgende week heb je weer nieuwe. Ja, het duurt wel lang, man. Moet allemaal weg laten lezen en shit. Ja, dat klopt. Zo, even andere tattoetjes, hoor. Flikker maar op met die lui van de politie. Nou, we zijn weer onderweg. Hey Tije, welkom jongen. Oké, okay, we gaan even naar jouw huis dan, ja? Ja, is goed. Zo. Even last met de navigatie hoor. Daar gaan we. 1908, hè? Ja, ik heb hem goed. Oké. Een beetje overal beunen met dit ding. Oh, oh, ja, oh, kan oh. Er allemaal. Dit is ook mooi. Ik ben hier nog nooit overheen gegaan met dit ding, maar dat wil ik wel een keer doen. Dan moet wel lachen. Over die racebaan. Ja, eens kijken hoe ver we komen. Gaat niet hard. Is goed. Kunnen we er tegenin? Ja, kan wel toch. Oh mijn god. Hier kan wel. Zo, dit ding veert oprecht fucking goed. Huts. Oké, okay, ik weet zeker, we gaan zo meteen over de kop, man. Is het klaar. En dit ding dan? Kleine schans. Ja. Zo, hij is wel lastig rijden met al die hobbeltjes en shit, man. Ja. Holy moly. Hij blijft nog lang zweven. Ja, echt, hè? Een soort van airtime van Cristiano Ronaldo hier, in het ding. Zoiets. Ja, echt, hè? Hoppa. Nou, let's go, man. We gaan even naar het huisje. Ah, lekker, Liam. Ja, dit zijn mooie huisjes. Ja, we gaan zo meteen, Terry, voor de mensen die allemaal intunen. We gaan nog een keer een poging doen om een plofkraak te doen. Het ding was, we wilden dat vorige keer doen. Toen kwam Guus erbij. Die wilde spontaan meedoen met een overval. Toen zijn we eigenlijk dat overvalletje gaan doen. En toen zijn we daarna eigenlijk helemaal niks meer gaan doen, zeg maar.
Want ja, 5M lag eruit, we konden niks, we gaan Rocket leaken. Maar we zouden eigenlijk ook doen met Tata meeten en we zouden ook eigenlijk plofkraak doen met Hendrik. En Hendrik is helemaal trots op die plofkraak. En ik snap dat wel, want het is gewoon fucking leuk om te doen. Sorry, wat zei wat, jij? Wat wil jij eigenlijk gaan halen dan? Ik wil eventjes één iemand een beetje wat gunnen. Dat is Lucas, Knolpauwe Lucas, Blokpark Lucas, Lucas. Die ken je wel, denk ik. Ja, ja, ja. Die wil ik even een mesje voor hem halen, wil ik aan hem verkopen dan. Okay. Dan kan ik met hem een keer een overval doen. Misschien kunnen we gewoon wel hem meenemen. Lijkt me lachen dat hij gewoon een keer gaat onderhandelen en zo. Ik vind het gewoon oprecht een keer mooi om dat te doen met hem. Ja, ja, dat kan. Want hij doet het waarschijnlijk in zijn eentje anders nooit. En ik gun hem dat wel. Dus dat lijkt me gewoon lachen om dat een keer met hem te doen. Mm-hmm. Ja, verder wil ik eigenlijk voor mezelf nog een pistooltje erbij halen. Ja, en breekijzers en lockpits, maar voor de rest hoef ik eigenlijk niet. Ja, ik wil er zelf ook eentje halen, daarom. Ah ja, maar op zich zou dat kunnen, want je mag... De drie man wapens. Mag je, ja, maar de man mag je een drie pistool wapens. Halen, toch? Of, ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dus en ik haal ja. Eigenlijk één mesje. Die staat niet per se voor mezelf. What the fuck? Wat de hel? Staat daar nou een fiets achterop? Ja, staat oh, een fiets op de laten we kijken. Weg. Wat? What the fuck? Kijk, kijk of we die kunnen inhalen. Hij gaat waarschijnlijk ziek snel. What the fuck? Hij heeft een fiets achter. Wat gast? Kijk, laten we kijken. Wat is deze? Lekker hoor. What lekker fuck? Beunen met de fiets, jongen. Oh, ja, man. Holy shit. Oh. Deze gasten. Ja, joh. Nice, dat kan in Groningen ook. Het holy wordt shit. Allemaal bedacht hier. Echt, ik had helemaal niet een idee dat dat kon, jongen. What the fuck? Nee, dat wist ik ook niet. Guy wat pakt... we wel altijd deden is, degene die ons vervelend deed, pak ik altijd maar aan, dan mijn auto. Nee, dan ging je wegslepen, ik ja. Ik auto erop en dan ja. Gooi ik hem achter ergens in de beek. Maar dat vind ik wel dik, dat is wel dik mooi. Dan kan je gewoon die auto's ja. Wegslepen. Hier is echt ja, dat huis wel... Toch, of niet? Ja, hier links. Hier deze. Deze. Ja. Ja. Ja, ze lijken allemaal op elkaar, hè? Ja, maar ik, zie het al, ik herken het altijd aan die container. Ja, klopt. Ga je het doen? Oh. Ja, even die shit erin leggen. Oh ja, kut, dat is ook zo. Ik moet eventjes deze 500k, leggen we even hierin, man. Daar neem ik ook precies 500k mee. Dat zou ik expres voor Hendrik precies 500. Ik heb er 500 ingelegd nou, man. Gast, wat moet ik meenemen dan? Nou, je weet nog niet. Ja, wat wil jij kopen? Ja, ik wou ook een gunnetje kopen, maar ik weet niet... Ja, jij hebt iets van 222k erin liggen of zo, de rest. Ja, klopt. Ja, 227. Ja, dan kan jij kan straks 227 meenemen. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet hoe laat wil je gaan, want anders ga ik echt snel wat... Ja, die guy moet even locatie geven. Hij zou hij had 10 minuutjes of zo, max, zei hij. Ja. Ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar anders kan ik nog even snel naar het eiland. Even snel even wat halen. Ja, ik denk oprecht... Ja, je kan het wel doen. Laat het maar gewoon doen. Fuck it, ga gewoon doen. Ja, oké, okay, top. Ik hoef het niet te verkopen, het is al gedaan. Oh, het is al verkocht, oké. Okay. Zeker. Dan is het helemaal easy, toch? Ja, er ligt nog iets aan 3 ton in of zo. We wachten even momenteel, Hendrik, we wachten even op Guus. Hij zou een locatie gaan doorgeven, maar hij was even 10 minuten druk of zo, zei hij. Ah oh, ja, nee, dat is geen probleem. Ik ben zo zelf over... Ja, nou, net 10 minuten ben ik zelf even kort weg. Heb jij een boot, of? 15 minuten, daarna ben ik de hele avond weer aan de stoot. Oh, dat is prima, dat is prima. Maar het kan dan zijn dat we elkaar misschien net mislopen met de wapendealer. Ja, ik zou wel graag meegaan, man. Ik heb ook nog een hoop geld lezen wat uitgegeven mag worden. Ja, dan hoop ik dat hij snel reageert. Wij gaan nu even richting eiland met de chopper en dan... Ja, zijn ik had net ook een eilandbezoekje gemaakt, daarom kan ik daar geld nou lezen. Ah, ja, daarom. Ik ga ook even kijken wat ik er heb liggen, man. Ja, nou, we kijken ik heb de heli nog. Dan spreek ik jou zo wel, ja? Ja, helemaal top. Jojo. Zo, wat een gek, die ging mij eens wat merken. Ja, let maar op, die gaat ons zo meteen rippen op eiland ofzo, ja. Man, 100%. Ja, klopt. Dus we doen eerst wel even... Maar er volgen al wat meerdere mensen net ons. Wat? Er volgden net al meerdere mensen, Lamborghini en een... Maar die zijn hier niet nu, toch? Nee, maar die reed net achter ons aan op het snelweg. Oké. En ik heb het al eens vaker meegemaakt, dat ze dan in één keer achter je aankomen. Joh, gebeurt wel eens, hè? Oh, huh? Kom ik jou nou hier tegen? Ja, ik heb daar ook wel eens last van, dat is heel raar. Ja, heel raar is dat, ja. Alsof ze een droom boven je hoofd hebben hangen. Zoiets. Ja. Hier, gekke drift, hoppa. Ja, toch. Let's go. Kijk uit voor die beeld, hè? Ja, hij pakt ook chopper, hij pakt ook een chopper. Ja, dacht ik al. Oei, joh. Er staan hier nog 3 mensen. Ja, dacht ik al. Wie zijn deze geikies dan?
Dan ga ik carryen. Even kleine carry abuse, jongens. Let even goed op. Carry abuse in 3, 2, oh, nee, toch niet. Dat lukt niet, hè. Dan moeten ze eerst elkaar nog carryen. Oké, opeens gaan er ziek veel mensen hierheen, man. Dat is niet echt de bedoeling. Wat ik wel kan doen... serieus doen? Wat? Huh? Ze gaan gewoon z'n vieren, kut. Ja, boeien, maakt toch niet uit. We kunnen wel even kijken. Als wij denken dat het veilig is, dan haal jij het er gewoon uit. En dan drop ik jou ergens in de stad. Moet je vanaf daar lopen of zo. Is goed. Kijk uit voor je kop, jongen. Yeeha! Let's go. Oh. Ja. Hoppa. Ah, top. De hoogtemeter werkt weer. Ja, die was eerst een tijdje stuk, hè? Ja, dat is echt vervelend, jongen. Dan weet je tenminste een keer hoe hoog je vliegt. Oh. Dan ligt net een gun richten, man. Ik moet even wisselen naar de vliegporto. Ja, is goed. Ja, is helemaal top. Hey, Bowden! En dan is hier ook. Waarom is iedereen hier? Ik dacht dat ik in een hele andere poort. Goeiedag, Emia. Welkom in de luchtruim. Ah, kutzooi. Jongens, we hebben derde in de poort. Dat is nieuw. Haha. En wie was die guy met die vier mannen in die chopper dan? Hoezo, meneer? Jij zeker weer, Bob Kont. Kut. Waarom? Ja, je mag even gaan landen, vriend. Ai, kut. Dennis, de lijpe luchtmachtactie. Ja, pas op voor die Luftwaffe, ja. We komen daar met missen als alles, jongen. Ik wil weer weiland. Gast, pik hem op eiland, ik zit vol. Die guy zit allemaal in Porto daar, hoor. Dik mooi. Oké. Oeh, wat? Iemand stuurt mij een bericht. Oh, dit... Werre? Mr. G. Oké. Zo. Gast, ik zie alleen maar mist. Oh ja, ik heb die locatie nou, dus dat is helemaal kut. Wacht. Oh, je hebt zijn locatie van de kut van de dingen. Juist. Ik ga alleen een andere porto, want ja. Oké. Dan moeten we even tempo gaan maken, want anders hoeven we niet meer. Dennis. Oh. Ja. Het is gewoon precies dezelfde plek weer. Die locatie? Waar we eerst deden? Dat was de vorige keer. Oh, ik heb nog niet gekeken. Oh, jij weet dat. Oké. Ja. Dat is gewoon weer linksonder bij de vlieghaven. Nee man, dat is andere toch nu? Huh? Wacht even. Ja, ik zie de waypoint en ik niet meer staan. Maar daar komt het omdat we nou op het eiland zijn. Ja, kom goed. Ja, ik had even stress. Ik dacht dat we weer neer gingen storten door dat zieke telefoongezeik. Oh. Heb jij het telefoonnummer van Hendrik of niet? Hendrik, ik zal eens kijken. Het kut is dat wij dus geld moeten halen uit ons huis in de stad. Ja. Nou, gelukkig is dat niet zo ver vanuit de dingen. Nee, maar zij willen op eiland meeten nou. Huh? Oh. Dus ik moet ook even zorgen dat Hendrik hier komt dan. Waar de fuck zijn al die andere choppers dan? Hebben zij Farm Familie of zo? Tuurlijk, denk het. Hier, echte rijke boys. Wat zeg je? Het zijn echte rijke boys. Ja, toch. Wij investeren in andere dingen. Ja, dat is waar. Ja, top. Ga snel Koen ploeren. Nou, 205.11. Yo, Hendrik. Hallo, Dennis. Kan jij naar eiland komen? We zullen daar meeten. Oh, ja, zeker. Dan kom ik gelijk die kant op. Kan een paar seconden duren. Hij zegt aan het puntje bij het water. Ik weet niet precies waar het is, maar kom goed man. Wij moeten even kijken of we nog monies hebben in het... Ja, jullie moeten natuurlijk... Nou, zijn daar net geland, moeten we op en neer zeker? Ja, we moeten ook weer terug. Ah
Ja, zou het goed komen. Hey. Heb je wat of niet? 231k, man. Jo, kom goed. Yes. Nee, is mijn chopper weg? Is hij nou gewoon weg? Nee. Oh, let op, hij is door de grond. Kijk uit. Dit valt wel te fixen. Alleen jij moet even niet in de buurt staan. Het kan zijn dat dit goed gaat. Verder weg. Fijne chopper heb je. Ja, af en toe doet hij een beetje wazig, man. Ja. Ik denk dat die boeien komen onder de dingen. Ik weet niet waarom, man. Ja, het ding is, hij zegt bij het puntje aan het water, maar ik moet sowieso langs het huis om het geld te halen, toch? Ja. Ik kan bij jou zeker niet even kort landen daar in de stad, dat mag me niet natuurlijk. Nee, dan gaan ze weer moeilijk lopen doen. En dan moeten wij even... Oh shit, ik zit niet in de vliegpoort, maar ik kan wel even zo praten met jou. Dan moeten wij even opletten dat we niet zo meteen genakt gaan worden daardoor. We zijn ook met mijn auto, dat is ook kut eigenlijk. Hè? Kunnen we niet even snel... 6x6, ja. Ja, anders kon jij je auto pakken, kon ik jou eerder eruit halen, snap je? Maar... Er zit toch helemaal nooit kamar in de porta, man. Dat is heel irritant. Ja, hey goed. Jorn, ook welkom bij de stream, jongen. Leuk dat je erbij bent. Ik ben onderweg ondertussen nou naar het land. Want, Mo moest even zijn kookfarm leeghalen. Ik weet niet eens hoeveel er bij mij in zit. Hey, ja, jongen. Welkom bij de stream, man. Ja, die twee gasten moeten we inderdaad ook nog meenemen. Dat is inderdaad ook nog een ding. Ja, kut, die kan ik niet ook nog nu bellen. Die moet ik ook nog bellen zo. Tata Loco belt ook nog. Ja, kut, die zouden ook om 9 uur meeten. Ah, gast. Hey, goedenavond. Ik bel jou zo terug. Ik zit even in een chopper. Oh, jongen, ik schrik altijd, jongen, van die chopper. Als dat ding zo opeens omlaag gaat. Helemaal kut dit. Waar de fuck vlieg ik ook heen? Ik vlieg helemaal niet goed. Ik heb stress. Het gaat niet zoals ik wil. Kijk, ik heb echt helemaal stress. Fuck it. Stress bestaat niet eens. Ik moet wel even op het land die andere guy bellen. Ja, we zouden die andere twee gasten ook nog meenemen. Dat is ook nog een ding. Die twee jongens. Ja, die twee jongens die waren ook nog even mee. Die zou ik nog introduceren. Alleen die moeten nou dus ook hierheen gaan komen. Maar ja, dan moeten ze zelf maar even regelen. Ik ga ze in ieder geval bellen dat ze naar het eiland moeten. Yep. Moeten ze dat zelf maar even gaan regelen. Ja. En die ene guy belde mij ook al, die wilde ook gaan meeten nog. Wordt druk. Ja jongen, chaos. Zit ik hier wel bij de luchthaven? Oh, wel joh, ja, zit helemaal de verkeerde kant. Wat? Dit is de achterkant. Ja, hoezo? Nou ja, dan moet die hangar in. Dus moet ik helemaal gaan draaien. Oh, zo bedoel je. What the fuck, zie je de stuntvliegtuig eronder? Oh, wat? What the fuck? Yo? Die gaan nog tering snel. Ja joh. En let op, hier staat motortje, ik vertrouw niet, man. Nee, ik ook niet. Dat is die ene motor die net de hele tijd stond te wachten daar. Die dirtbike. Die stond hier net ook al. Ja, wil je eruit of wil je er niet uit? Ik vertrouw hem niet, man. Ik kan jou op het dak zetten. Ja, kan. En dan? Dan sta je daar. Ja, wat moet ik dan doen? Moment. Kijk of je hier uit kan. Of af kan. Ik heb geen porten, dus ik kan ook niet met je communiceren. Moment. Ik ga hier even staan. Die motor gaat weg. De motor gaat weg. Oké, dan gaan we wel, toch? Ja. Doe maar. Je vertrouwt hem ook niet, hè? Nee, zeker niet. Nee, goed niet. Ik ben al een keertje zo bijna geript, alleen ik had toen niks bij me. Nu heb ik weer niks bij me, maar ik vind het wel kut voor jou. Ja, klopt. Toen werd je geript, toen werd je gelijk in je been geschoten, bedoel je?
Ja, ik heb meteen mijn poot geschoten. Ja, sloeg me maar. No problem. Ik hoorde het. Godverdomme. Goed te vliegen, niet? Versnel die auto in, jongen. Nou, stap in. Gaan we die ene guy bellen? Ja. Ga die ene guy even bellen? Ja, tuurlijk. Hey, je moet naar het eiland komen voor die dealer. Ik ga het even bespreken, ja. Ja, je moet wel, als je wil, moet je wel echt snel gaan komen. En je moet eventjes, neem even 10k contant mee. Dan kan je wel wat leuks kopen. Oké, is goed. Ik ga dan, kan je nog geen, dan kan je nog geen wapen kopen, maar dan kan je wel... Dat heb ik ook nog even niet nodig. Inbraakapparatuur kopen, dat is wel leuk, toch? Yes, yes. Oké, okay, en je mattie kan mee. Oké, okay, chill. Maar kom zo snel mogelijk naar het eiland, hoor je daar verder wel locatie, ja? Yes, oké, okay, is goed. Hai. Tot zo. Oké, okay, jojo. Motor rijdt achter ons aan. Ah ja, boeien, we moeten toch even... Boeien, we rijden toch sneller. Ja. Heb jij hem ingesteld op ons op het huis of niet? Ja. Je moet wel Guus bellen, man. Guus, kom naar huis. Ja, maar ik vind het kut als hij fucking lang zit te wachten daar dan. Ja, klopt, ja. Hey, Okan! Kijk of die reageert, die guy. Hij reageert niet momenteel. Raar. Hij zegt bel me nog eens. Oh. Volgens mij. Guus bedoel je? Ik heb geen idee. Ik zag ergens een brug en dan zag ik bel me nog eens. Okay. Moment. Ik zie iets anders. Ik ben hem zo wel even. Wij zijn toch nog niet, man. Okay. Moet ik alles pakken of pak jij die 5 ton maar even, dat is wel handig. Dan kan ik gewoon meteen doorrijden, toch? Hoe bedoel je 5 ton? 5 ton van jou? Ja, 5 ton geld, ja. Die ja, zwart... hoeveel had jij? 5 ton, hè? Ja, ja. Yo, dan pak dat. Pak alles maar. Ja, ook al gaat wel lekker, man. We zijn wel wat dingen aan het doen. We zijn niet grote criminelen, maar het gaat best leuk, man. Het gaat wel aardig. Ik vind zelf die wiet-toevoeging wel erg leuk in de stad. Dat is ook wel nice. Ik heb het zelf nog niet gedaan. Je kan wel die wietzaadjes kopen op het eiland. Kleine leak. Ga ik straks ook doen. Yup. Yes, let's go. Hij, die gozer was heel even iets doen, dus... Maakt niet uit. Wij gaan weer richting vliegveld. Yes. Dit huisje van jou is trouwens wel ideaal, man. Je bent zo bij het vliegveld. Dat is echt chill. Ja, het zit tussen de Blokpark en dat is wel dik mooi. UWV en het vliegveld. En, ja. Wel een leuk plekje. Ik heb al met die huizen die altijd fucking en weg zijn, jongen. Dat is helemaal kut. Ja, deze is officieel van Lorenzo. Maar wij zijn er met z'n allen in gewonnen. Even toeteren naar die A6. Ja. De groet. Wat is hier? Rijk zo eigenlijk tegen het verkeer in? Nee, toch? Dit is gewoon een goede weg. Yep. Nee, wij gaan niet vanuit. Hij zei bij het puntje bij het water of zo stond in. Ja, puntje bij het water. Ik weet wat hij bedoelt. Oh, je weet wel waar het is. Dat is wel lekker. Ik weet niet of je daar gelijk naartoe wilt rijden. Dat is rechts. Nee, maar hij zei. Hij zei eiland. Op het eiland. Wacht even. Ja. Hij zei. Zie je daar zo verschijnen? Wij komen wel eiland. Spreken we af op het vliegveld aan het puntje bij het water. Ja, op het vliegveld en puntje van het water. Ja, oké. Doet hij dan op het eiland op het puntje? Ja, wel op het eiland en dan bij het vliegveld, maar dan helemaal aan het randje, zeg maar. Ah, ja, want de vorige keer hebben we daar ook afgesproken. Ja, daar waar we nu stonden, ja. Dit is een Chinees hoor, Florian. Dit is zo'n Chinees ding. Daar hadden we de vorige keer. Gaan we daar eens kieken. Daar doen we geld mee, let's go. Yup. Besef dat we nou geript worden daar ook. Helemaal kut. Geen wapens, niks mee. Nee. Ai. Hendrik, ben jij er al? Ik zeg al, ik ben hier met mijn vliegtuigje. Ja, hij zegt, je moet bij het vliegveld aan het puntje van het water, daar wil hij meeten. Ik weet niet of jij hem al ziet hoor, toevallig. Nee, ik sta hier, maar ik zie niemand. Yo. Ja, yo. Oh, je bent aan het bellen. Ja. Opeens zit mogen aan het bellen. Nee, wij gaan niet casino doen, Bas. We moeten er echt even een... we willen echt een scenariootje doen, man. Volgens mij, ja?
Dus we willen echt even iets leuks doen van het casino. Dus dat gaan we sowieso nu niet doen. Maar dan zal ik je straks even terug kunnen brengen. Maar een andere keer doen we casino wel. We willen even goed voorbereiden. We willen MP5's gaan meenemen. Outfitjes willen we gaan doen. Auto's willen we regelen. Ja, we gaan, die gaan we echt wel, gaan we echt wel leuk doen. Alleen niet direct nu, man. Oké, top. Ik heb ook een andere call. We hebben echt even voorbereiding nodig voor dat. Ja, oké, is goed. Kunnen wij veilig landen, Hendrik, denk je? Of zijn er mensen? Ik sta helemaal aan het puntje van het vliegveld. Ik zie niet hoe het bij de winkel is. Oké, ja, wij gaan zo meteen landen. We zijn nu bij die boot. Komt goed, Chappie, jongen. Relax, relax. Komt goed, komt goed. Plofkraak gaan we sowieso doen. We gaan eerst even materiaal kopen bij die guy. En zodra we dat materiaal hebben, ga ik het wegleggen. Want ik ga waarschijnlijk een pistooltje krijgen en een mesje. Ga ik het wegleggen. Een mesje ga ik aan Lucas verkopen. Iemand vraagt of ik mijn G-Wagon wil traden voor een Corvette C8. Waarom zou je dat doen? Geen idee. Ik weet niet wat die dingen waard zijn, joh. Ik denk dat we hem hier ergens moeten. Ja, hier. Yo, ik zie dat hij hier beneden staat. We zien jou nog niet, maar... Oh ja, daar ren jij. Jawel, je rent. Jij rent daar. Ja, ja. Ah ja, oké. Okay. We gaan even kijken of Guus, die was heel even... had even hoofdpijn, ik kom zo terug. Dat weet ik niet, Okan. Dat vind ik altijd zo lastig om te zeggen wat ik ga halen. Want het hangt een beetje vanaf wat zij weg mogen geven. Of wat ze mogen verkopen, zeg maar. Dus dat is een beetje een ding, weet je. Wij kunnen wel van alles zeggen van, joh, ik wil AK hebben... Maar als de voorraad op is, zij mogen maar een bepaald aantal wapens in de stad brengen. Dus dan kan ik niet een AK gaan vragen, snap je? Dat is een beetje het ding. Dus ja, ik geef hem gewoon het geld en dan zie ik wel wat ik daarvoor terugkrijg, man. Dat is een beetje de tactiek, zeg maar. Wij lopen nou naar jou toe. We rennen een beetje buiten het gezichtsveld door de bossen, man. Ja, dat is gewoon leuk. Ik lees hier een beetje de bosjes. Ja, ik weet het niet, Saus. Ik ben echt afhankelijk van wat hij mij mag verkopen. Ze mogen maar een bepaald aantal wapens doen. Ja, ik wil inderdaad ook wel die MK2, hoor. Sowieso omdat dat ding nieuw is. En ik heb verhalen gehoord dat hij echt super goed schiet. Dus als het even kan, wil ik voor die. Ik heb 5 ton. Dus de MK2 kan ik heus wel halen voor die 5 ton met wat kogels. En ik denk ook een mesje nog wel erbij. Wat de hel? En dan wil ik eigenlijk ook nog lockpicks en... waarom doet hij zo raar? Wat is er aan de hand hier, hoor? Dan wil ik eigenlijk ook nog lockpicks en... Oh mijn god. Dennis. Volgens mij gaat het niet helemaal goed hier. Volgens mij ben jij... Hebben een tovenaartje met, bij mij zitten. Ja, ik denk het ook. Ik vond het net ook al zo raar dat ik opeens stopte met lopen. Ja, klopt, dat had ik ook. Oh, what the fuck, er zit ook een wc-pot onder je. Ja, maakt niet uit, ik ren gewoon even door tot ik op die plek ben. Waarschijnlijk moet ik even knipperen dan. Ik zal wel even een report maken. Oh, is al gefixt door iemand. Nou, ja, dat was ik. Oh, top. Ja, want zo loop ik niet echt in een koffer in de bosjes, zeg maar. Hallo. Ewa Meeuwis! Heb je mijn berichtje gezien? Nee, denk ik niet. Ik lees hem. Zal eens even kijken. In verband met onze voertuigen spreken we af in de haven bij de 400k kookfarm. Ah, we moeten naar de kookfarm, boys. We moeten weg. Oh. Oh, dan kom ik het terrasje rennen. Die 400k kookfarm moeten we heen. Ik ga een seconde wachten, dan kan ik met jullie mee rennen. Yo, is goed man. We waren net onderweg naar die andere locatie, maar we gaan naar de haven toe daar, ja? Ik zie je zo verschijnen. Yo, yo. Helemaal voor niks gelopen hier, hoor. Helemaal voor niks een doos op mijn hoofd gehad. Voor niks een wc onder me gehad, jongens. Oh, besef als we nou genakt worden hier, hè, door mensen met pistolen, dan mag het ook nog gewoon. Wat is dit voor ellende dat om me heen vliegt? Hoort dat? Wat is het voor zooi? Ik vertrouw nou helemaal niks meer.
Ja, maar ik kan ook in Porto praten, Sykes. Want ik heb Porto en Gamebind. Let op, kijk, als ik zo doe, zie je rechtsonder dat ik praat. Maar als ik Porto-knop doe, dan zie je rechtsboven en rechtsonder. Lucas, je kan zeker een jetski halen voor Kookvang, man. Dat is gewoon dik prima. Oude man, hè? Ik ben niet zo snel. Nee, ik wou zeggen, ik snap het niet dat ik zo snel ben. Je moet ook even een beetje wachten op die andere guy. Ja. Die zal ook wel oud zijn. Dus ik heb dat gewoon ingesteld, dat je mijn porto ook gewoon in-game hoort. Dat vind ik wel zo netjes. Ik probeer ook altijd een porto op mijn borst te doen voor het realistisch mogelijk praten en shit. Dat ze niet gaan zeggen van ja, maar we horen je niet praten en dit en dat. Daar heb ik allemaal gewoon geen zin in dat soort berichten. Kut, ik moet Tata nog bellen. Oh mijn god. Ik moet die Tata Loco bellen. Ik ben zo... Hoezo kan ik niet mijn telefoon bedienen? Ik ga hem ook wel even bellen. Yo, ik heb heel eventjes nodig, want ik ben even op dat eiland. We zijn even wat ijzer inkopen en daarna kan ik jou terugbellen. Ik verwacht denk ik een kwartiertje of zo, man. Bel mij, dan stuur ik jouw locatie, goed? Ja, dat lijkt me prima. Goed, jongen, dan hoor ik je zo. Yo, yo. Moeten we naar die rugbunker? Hoe gaan we dat doen? Ja, ik denk dat Hendrik heeft zelf een chopper, denk ik, of niet? Oh, ja, dan stap ik hierin. Je hebt chopper, Hendrik, of niet? Ja. Ja, ik ben hier met vliegtuig. Hij heeft die stuntvliegtuig. Moet ik jou zo ophalen dan, aangezien jij met vliegtuig bent? Wat? Wacht je? Hoe gaat hij dat als hij dat gaat fixen? Als hij daar jij kan, kan niet bij die farm komen. Nee, jij kan daar niet landen, toch? Dus dan drop ik Mo even en haal ik jou op. Dus goed, dan zet ik dit niet meer vast. Maar dat ding gaat snel, maat. Hij wilde hier meet in de haven. Ik praat even in Porto, Hendrik, want dan kan ik en praten en vliegen en met Mo ook spreken. Ik zie de longfin, man. Ik zie een paar mensen. Even kijken of het veilig is, hoor. Volgens mij heeft eentje AK op. Ja, kan. AK is geen probleem. Oh ja, hij zit daar. Okay. Dat is goed. Even kijken, zijn, zo. Dat, zijn dat al die guys? What the fuck, man? Holy shit, er loopt een fucking leger daar, oh. Wacht, ik ga eerst Guus bellen. Ik vertrouw het voor geen... Heb jij telefoonnummer van Guus? Ja. Bel hem, vraag of al die army guys van hun zijn, anders zijn we loose hier. Ga je niet dit risken. Ja, is heel die leger van jou die er staat, of wat? Ja, die is van hem. Oké, wij komen landen. Gast. Sorry? Ja, is van hem. Dat wij gaan even daar in de buurt landen. Wij gaan in de buurt landen, dan kom ik jou ophalen, ja? Oké, maar ik sta het hangar een beetje verstopt. Moet ik alle doekoe gewoon even bij hem? Ja, maar bij je. Als je bij hem bent, ben je in principe veilig. Ja, oké, is goed. Zeg maar dat ik even heen en weer moet voor Hendrik dan. Ja, is goed. Ja, top. Yo. Hallootjes, waar moeten wij zijn? Ken je de inham bij de kookfarm van de 400k? Ken je de inham bij de... kookvorm van 400k. Daar moet je zijn. Kameraad. Dan kunnen wij het waarschijnlijk wel vinden. Ja, dus ligt een longfin en er staat een fucking leger klaar. Dus schrik niet. Oké, ik ben benieuwd. Jo, tot zo. Zo. Holy shit. Die gasten zijn dik bewapend. Ja, ik kan mijn helikopter dus niet daar neerleggen. Want het is wel een soort van boot. Hij kan wel drijven. Dat is een waterchopper. Alleen anker werkt volgens mij nog niet. Dus als ik hem neerleg, dan gaat mijn chopper sowieso snoeihard wegvaren, zeg maar, drijven. En dan is die gewoon helemaal totaal los. Dat is echt redelijk kut. Dat moeten we niet hebben. Lekker hoor, Antoon. Ja, we moeten jou ook nog even hebben, Antoon. Okay, maar dat wist je al wel. Wist dan alles? Ja, ik praat even in Porto, want dan kan ik met jou praten. Er staat echt een leger aan mensen daar, dat is niet normaal. Yo, wat? Nou, ik ben
benieuwd. Ja, we moeten hier... Ik kan hem niet in het water zetten nog, hè? Dat is nog een ding, toch? Dat lukt niet. Nee, ja. Ja, is met ja, anker wel, gebeuren en zo. Ik vond dit oprecht wel een goede helikopterplaats eigenlijk. Ja, joh, staat prima hier. Hé, daar hebben we onze Tariq weer. De Meta Guy, hij is weer terug. Yeah, boy. Lekker Tariq, jongen. Ik was al bang dat je weg was, jongen. Dit is zeker snoeiharde meta gaming, jongen. Dat hebben we nodig, Tariq, anders kunnen we niet winnen. Haha, hij is terug, jongens. Oh. Lekker, man. Yo. Goedendag, heren. Wat is dit Goeiedag. Dan? Goeiedag. Nee. The fuck? Nou, vertel op. Je had wat nodig. Yes. Jullie hebben die twee andere gozers, die horen ook erbij. Die willen graag een introductie. Die willen een introductie. Ja, die willen graag kennis maken met... Ja. Best introduceren met onze nieuwe boot. Precies, precies. Jullie hebben wel lijpe shit, jongens. Jullie hebben een upgrade gedaan, of wat? Mm-hmm. Ja, het ding was, kijk, wij willen altijd zoveel mogelijk. Alleen, oeh, kleine leak daarop. Het ding was, jullie kunnen maar een beperkt aantal dingen geven. Oh. Dus het liefst zou ik eigenlijk zo'n nieuw pistool willen, de MK2, met kogels. Ja, daar was ik zelf ook naar op zoek, inderdaad, een MK2. Ja, en dan een mesje en lockpicks met, hoe heet dat andere spul, breekijzers. Dus ik weet niet wat jullie daarvan kunnen leveren. En ja, hij wil dan zelf ook een MK2. En ik weet niet, Mo had ook nog iets op het oog, geloof ik. Ja, ik wou ook... Dus ik weet niet wat jullie mogen leveren en wat jullie kunnen leveren. Dat hebben wij bij, Guus. Geen idee, moeten we even in de boot kijken. Zullen we dat even doen? Een grote boot, het is allemaal hoop. Kijken jullie maar even wat je hebt. Wij hebben in ieder geval voldoende flappen. Twee boten zelfs, dus... Ja, dat is wel vast. En jongens, aangezien jullie nieuw zijn... Ja. Zal ik in ieder geval eventjes, als ik jullie was vragen of je breekijzertje en lockpicks kan doen... Dan ben je ongeveer 9k verder. Contant. Is dat gewoon voor één lockpick en één... Nee, dat is voor drie breekijzers en drie lockpicks. Ik zou ze altijd per drie kopen. Dat is het maximale dat je in één keer mag kopen. Oh joh, voor maar 9k. Voor 9k contant heb je 3 lockpicks als het goed is en 3 breekijzers. Ja, als het goed is wel, ja. Tenzij de prijzen veranderd zijn, maar dat gaan we dan straks wellicht nog horen. Ik heb me daarop voorbereid. Juist. Het is wel een grote lading. Tariq, doe niet zo debiel, vriend. Je weet helemaal niks van Groningen, letterlijk. En dan je gaat lopen blaten over meta en dit en dat. Oh. Ik ben wel blij dat je weer bent, Tariq. Ik heb het wel gemist. Ik heb het oprecht gemist dat jij mij ging aanspreken op dat we aan het metagamen waren. Dus ik ben... ik zit minimaal altijd, Tariq, zeg ik heel eerlijk. Altijd als ik in Groningen ben, zit ik minimaal in 4 Discord calls, man. Want ja, je moet toch een beetje kunnen winnen, toch? Jullie zien wel gek uit. Wie zijn al deze guys, jongen? Ze zien er wel gek uit, jongen. Rob zit er niet tussen, volgens mij. Ik zou het wel voorstellen met zo'n grote boot, maar oh. Nou. Ja, ja, met een grote boot veel spullen, hè? Ik ben met 2 gekomen, hè? Zo. Nee, dat dacht ik. Kleine guardpositie. Mm-hmm. Zo. Komt er een mooie grote doos vandaan. Oh, nou, dat betekent dat ze spullen hebben. Dat hoop ik wel. Je wil niet weten wat erin zit. Oei, oei, oei. Oh, natuurlijk inderdaad niet. Er zit genoeg in, maar niet genoeg voor iedereen. Oké. We hebben momenteel beschikking over 2 pistolen en het mes en de lockpicks en breekijzers. Oké, dan hebben we 1 pistool niet volgens mij dan, toch? Ja. Juist. Dus dan moeten jullie even uitvechten. Ja, mogen wij heel kort even overleggen dan? Ja. Ja, is prima. Ja, het komt mij niet zo nauw of dat ik of Mo dat pistool haal. Nou, heb er in ieder geval in. Oké, dus jij vindt het niet erg als je deze keer skipt dan? Nee, ik kom altijd wel aan de wapens, joh. Oké, dan wil ik hem wel graag hebben. Ik ben wel echt heel benieuwd ernaar.
Ja, nee, snap ik. Als ik hem even maar zien, dan vind ik het helemaal prima. Ja, ik geef hem wel even door aan je, ja? Ja, yes, dan kan Mo hem even voor hem halen. Is goed, doen we het zo. Oké. Yes, oké, okay, we zijn eruit. Deze meneer in het zwart, die koopt dan niet. Okay. Ja, wel de breekijzers en de lockpicks. Ja, dat wel inderdaad. Pistols, laat ik even over. Okay. Juist. Qua geld heeft de man hier met de hoed heeft al het geld voor de wapens en spullen van ons twee. Als het goed is, heeft die man hier in het zwart zijn eigen geld. En die twee jongens hierachter zouden ook graag willen beginnen met lockpick en ander spul. Die hebben zelf ook geld bij. Oké. Okay. Yes? Jullie twee even meelopen. En dan pak ik de andere jongens al even. Wat hadden jullie nodig? Lockpicks zijn? Ja, lockpicks en drie breekijzers. Ja, de man hè? De man toch? Ja, de man. Ja. Ik weet niet of ze dat... collega wil ook, ja? Gewoon. Of wil jij het alleen kopen? Nee, ik doe het alleen. Oké, dus alleen drie, oké. Yes. Nou boys, kunnen jullie ook een beetje shit gaan doen, toch? Ja, de dikke doen. Ja, ik zou af en toe zijn die guys hier een beetje jumpy soms, jongens. Soms krijg je opeens een rende pistool op je hoofd als ze niet vertrouwen, dus... Sorry? Kijk, wat hoorde ik dan? Nou, even kijken, meneer met blonde kapsel. Ik zit even uit te leggen hoe de zaak gaan af en toe. Yes. Ik ken jou niet trouwens. Kijk, dan overhandig ik jou even de doos. Oh, wil je niet zo op mij richten? Vind ik heel onprettig. Ja, hij heeft losse vingertjes. Ja, daar ben ik dus een beetje bang mee. Even kunnen overnemen. Yes. Ja, opa, ik vind dit outfitje vind ik oprecht harder, man. Zo met blauw. Ja, ik heb dat ook letterlijk gedaan als... En nogmaals, je hebt niet van ons, hè? Als... Zeg je hebt het niet als gang outfit heb ik hem ook neergezet, hoor. Harm, laat die guy maar. Ik vind het wel lachen, jongen. Ik vind het wel lachen. Ik vind hem echt wel mooi. Het is dik mooi. Zal ik het anders even naar Jetski brengen? Ja, doe het maar eens, joh. Maar verberg hem niet voor altijd, hè, die guy. Want ik vind het wel lachen dat hij altijd loopt de beuk op die meta, jongens. Fucking troll die gozer. Dik mooi. Yo, ja? Gaan ze doen? Is het in orde? Kom eens even. Wat had jij nou besteld? Oh, fuck. Holy shit. Wat gebeurt hier? Nee, als het goed is het geldhek net gezakkenrold bij jou. Oh. Is die guy afgeschoten? Ja, dat zo simpel gaat, man. Ja, dat is allemaal zo makkelijk. Nee, ik dacht ik wil jullie wel natuurlijk te vriend houden. Niet dat jullie denken dat ik genakt heb. Wat had je nou besteld? We zouden niet alles krijgen, maar twee pistooltjes, mesje en lockpicks. Dus je hebt twee guns gekocht? Ja, als het goed is wel. Wat heb jij gekregen? Twee guns, ja. Ja, dat klopt. Maar één is voor jou, hè? Ah, oké, zo. Eén is van jou. En heb je een mesje gehad? Met een pistool, kijk, joh, dat is... Oh, wat? Nee. Dat had hij wel bij. Nog half uit. Ja, jongens. Wie schoot hij net af dan? Wat is hier gebeurd hierachter? Er was een jager op een konijntje. Oh, oké. Okay. Maar omdat we die krullenbol missen met datzelfde outfitje. Oh, die zit daar op de jetski. Ah, ja, inderdaad. Oh, ik denk die is even achter het hokje even afgeknald. Zo, dan moeten we niet hebben. Nee. Heb je dat konijn nog geraakt of niet? Heb je dat? Ja, dat mag wel open. Je halve clip ging doorheen. Trots, we hebben boer vanavond. Nice. Dan kunnen we eten, ja? Strijden Zero. Nice. Echt, ja, zo zie je. Op het eiland. Wel? Oh, mijn god. Wat is hier dan? Daar kom Fox wild van. Is het geregeld of niet? Ja, het is geregeld, ja. Oké, top. Moeten we de heren nog even bedanken. Even kijken of die nieuwe ook allemaal goed gaat. Ik schrik me helemaal de grafdief is, joh. Ja, ik zeg het. Af en toe... Doe normaal, man. Gaat het een beetje zo naartoe? Ben jij ook voorzien of niet? Konijnen schieten. Ik ben zeker voorzien. Oké, top. Nou, laten we nog even groeten en dan gaan we hier ook weg. Want, had jij genoeg aan 50 kogels per gun? Ja, is prima toch? Voor pistooltje wel toch? Is toch lekker, man. Oké. Ja, hier, bedankt weer voor de zaken. Ja, doen we graag. Geen probleem, kerel. Yes. En fijne avond. En veel plezier met voeren. Ja, dat komt wel goed. Ja, geniet van het eten. We hebben lekker smikkelen van het konijntje, of niet? Hey. Yo, kan hem aan naar boys. Jullie moeten wel even allemaal onthouden. Ja? Beuk hem door de panty. Haha, is goed mee, jongen. Dat ding wat op je hoofd zit, bedoel je dat? Of? Ja, dat is ook een panty. Moet ik hem daarin beuken? Kut, Dienek altijd, hè. Wat is dit? Kut, ja. Oh, kut, jullie kunnen niet. Ik ga hen. Nee, komt helemaal goed. Ik moet heel even kort de stad uit. Ik ben er met 10 minuten. Ik ben hier ook met vliegtuig. Ik kom wel terug. Dan ga ik Mo liever niet alleen laten, want hij heeft alle goods, zeg maar. Snap je? Ja, nee, snap ik. Ik zal hem naar land brengen. Yes, let's go. Toppig.
Mo, als we nou geript worden, hebben we problemen. Ja, ik heb wel een hele voorraad. Wat heb je mee dan voor... 6 breekijzers, 6 ja? Lockwings, een mesje 100 pistol ammo. Twee keer die MK2? Twee keer MK2. Oh, lijp? Zo, ja, maar, dik. En ik heb nog heel wat geld over. Ja, beter. Oh. Ik weet niet hoe we dat moeten verdelen qua geld dan eigenlijk, man. Ja, ik ook niet. Ik weet niet eens hoe duur die pistols waren. Nee, daarom. Maar jij had, hoeveel had je bij je? Ik had zelf, even kijken, die 330k. Hoeveel heb je nog over dan? 268. Ai, oké. Okay. Hoe wil jij het verdeeld hebben dan? Het interesseert me echt niet. Maakt me echt niet uit. Ik denk... Even kijken, want ik... Hoeveel had je totaal mee? Ik is 833k. Oké, okay, en hoeveel hebben we over? 268. Ja, moet ik eigenlijk even gaan rekenen, man. Maar maakt niet uit, kom wel goed. Ja, komt wel goed, ja. Geef mij maar... als je mij 1,5 ton geeft, heb jij 90 of zo. Ja, dan hou ik nog 110 over. En dan moet ik, denk ik, heel eerlijk gezien, iets meer dan 175 of zo. Ik geef jou gewoon, ja, zal ik doen. Kijk zo, joh. Ja, weet ik, Dean. Alsjeblieft, hè. Maar je weet het nooit in Groningen. Yo, ik ga even niet praten, dan kan lastig vliegen. Ja, is goed. Je weet het maar nooit, hè. Vorige keer werd ik ook geript. Toen kwam ik dus terug van het eiland. Ze wisten eigenlijk niet dat ik terug kwam van het eiland. Maar ik kwam hier aanvliegen. En toen zette ik mijn chopper weg. Ik werd gewoon instant in mijn poten geschoten. Zo van, yo gast, je hebt zwart geld bij je. Ik zo, huh? Ja, heb je wel jongen, niet liegen. Dan dacht ik, nou. We gaan straks de buiten even laten zien, opa. Als we in ons huis, in jullie huis zijn eigenlijk. Dan laten we even zien wat we gehaald hebben. En daarna... gaan we met Hendrik even shit doen, maar die moest even weg. Dus we gaan eerst even met Tata meeten, man. Tata loco. Maar eerst even die guns droppen. Hey Ferreman, goedenavond. Welkom bij de stream. Ja, ik weet het, dit wordt niet een stream waar we ziek veel overvallen gaan doen of zo. We gaan een plofkraakje doen, dat sowieso. Gaan we straks doen met Hendrik. Die wil er heel graag bij zijn. Is een leuk hacksysteem, jongens. Is echt leuk. Je moet met WASD... En met spatie moet je de linkerkant bedienen. En dan moet je een code zoeken. En met pijltjes toetsen en met enter moet je de rechterkant bedienen. Tenminste, zo werkte het voorheen altijd. Dus ik denk niet dat ze dat hebben aangepast. Ze hebben alleen gefixt dat er geen rare delay meer op zit. Dat je niet opeens random je huis in kan rennen. Dat je dan nog gaat hacken. Dat soort shit. Dus dat is echt wel prima. En ja, dat moet als het goed is. Ik zeg heel vaak denk ik als het goed is. Maar... dat zou volgens mij iets van 10k wel kunnen opleveren of zo. Hè? Of misschien oprecht wel meer. Alleen, ik weet niet of ze de reward aangepast hebben. Dus vandaar dat we het ook eventjes wat gaan doen. We hebben allebei, opa, hebben allebei een MK2 pistool gekocht. Met 50 kogels, een mesje. Want die wil ik aan Lucas verkopen. En we hebben een... Vind je wel dat dat kan? Sorry, ik hoor niet wat jij zei, denk ik. Nou, 174 man zijn online en dan zijn er maar 5 van AWB. 174 man? Ja, 5 AWB. Oh, 11 man, 11 ook geen... Ja, maar die zijn allemaal wiet aan het doen, jongen. 100%. Ja, klopt. Die zijn allemaal wiet aan... Waarom is jouw deur net open? Geen idee. Ja, ik ben in een kerk geboren. Of in Urk. Op Urk, hè? Oeh, ben een boze mensen hier, hoor. Jij moet even een portotje kopen, man. We moeten even langs... Laten we eerst even het spul in het huisje leggen, ja? Wat zeg je? Laten we zo even het spul in het huis leggen. Dan kunnen we eventjes op een gemak even kijken hoe dat er allemaal uitziet, toch? Ja, tuurlijk. Lijkt me wel het beste, ja. We worden niet achtervolgd of zo, dus dat is dik prima. Nee, dat is helemaal mooi. Even kijken, hier zo naar rechts, hè? Bij die winkel langs. Ja, ik zal hem even waypoint. Niet per ongeluk zo'n gasding inrijden. Oeh, dat zou zijn. Dat zou wat zijn, jongen. Daarna moeten we even met die ene guy meeten waarvan we 2 lui van zijn gang genakt hadden van overval. Daar wil ik even iets over zeggen. Ja, shit.
Nou, leggen we het spul even hierin. Boeit me verder ook niet heel erg. Hadden hun ons genakt of wij hun? Wij hadden hun genakt. Oh. Ik leg alles er even in hoor, ook die 175k. Hoppa. Kijk, ik wil even één pistooltje pakken, jongens. Ik wil even kijken hoe die eruit ziet. Yo, ziet wel dik uit, man, deze. Mooi ding, toch? Pam, pam, pam. Prima, pistooltje. Hoppa. Ziet er een beetje dik uit. Kogeltjes. Ja, man, prima. Top, hoor. Nou, je hoeft niet per se voor ons te werken of zo, man. Ik wil zelf ook even showen. We doen gewoon... hij is wel dik, hoor. Dat is echt wel mooi. Je hoeft niet echt heel veel te doen. Ja. Check hem, die man, hè. Ja, toch. Ik weet niet hoeveel je met wiet verdient, man. Ik heb het zelf niet echt nul keer gedaan. Mensen wapen laten we voor jou even een porto kopen dan, goed? Ja, ja, ja. Dat is wel handig, man. Ja, heel veel mensen vragen, hoe kom je bij ons erin? Ja, we hebben een Discord, zoals eigenlijk elke gang wel zijn eigen Discord heeft. En daarin hebben we gewoon een soort van stemronde met een aantal mensen die wij wel aardig vinden, leuk vinden, potentieel interessant vinden om toe te laten. Oh, nee, ja, prima, maar... Jorge, daar zitten. En momenteel staat op die lijst, Antoon staat erop. Daily, hoppa. Oh, lekker, man. 10k Antoon staat erop en Vito staat er ook op. Ja, maar Liam, ik denk niet... Zo. Wat komt daar? Zou dat die groep zijn? Dat zou maar zo kunnen, man. Haal jij hier even een portootje, ja? Ja. Oei, een Lotus? Gek. Ik ga die gast even bellen ondertussen, man. Yo, is goed. Of hij staat te tanken, dan kan hij nou niet opnemen. Yo, Dennis. Yo, sta jij toevallig bij 9093 te tanken? Nee, man. Wij zijn op de locatie al. Er staat een of andere gekke gang daar, oh. Ja, kennen we niet. Maar in ieder geval, wij staan op locatie. Wil je de postcode weten? Ja, is goed, man. We komen unarmed, hè. Lijkt me gewoon prima, toch? Wij zijn ook unarmed, man. Yo, is goed, man. Oké, gooi maar postcode of in de app, of ja, nu mag ik... Wel even sms'je, je weet de ondergrondse racetrack. Ga daar even naartoe? Jazeker. Kom daar mee, wij zijn daar met z'n allen. Yo, is goed. Doe zo. Yo, yo. Kun je daar ergens naartoe rijden? Ja, is goed. Hier hadden ze alleen maar repair kit en jerrycan. Nou, dat heb ik ook niet veel. Oh, nee. Dat is nog steeds geen portootje. Nee. Ah, ja, oké. Driften... Hoppa. Aldi. Die 9278, daar moeten we heen. Nou. Ik weet niet of ik erop gereageerd had, Liam. Maar ik denk niet dat ze het heel cool gaan vinden als ik jou nou die wietlocaties geef. Daarnaast is het echt super easy om te vinden. Yep. Als je een chopper hebt of zo. Oké, let's go. Oeps. Lantaarnpaaltje om. Ja. Wij stemmen in een privé Discord wie we erin willen hebben. We hebben eigen Discord. En Antoon staat op de lijst. Vandaar dat ik ook hem wilde hebben. Maar ja, ik zie dat hij nog niet eens in de stad is. En ik ga hem sowieso wel een keertje bellen erover. Vito staat ook op de lijst. Er staan nog een paar anderen op de lijst. Zit er eentje in de porta? Ja, ik zat alleen. Ja. Ja, Hendrik, maar die was heel even de stad uit. Dus we hebben wel een aantal mensen, maar er gaan ook een aantal mensen waar we op stemmen, die gaan ook gewoon niet doorkomen. Ja, dan contact ik ze niet, zeg maar. Vond hij het niet erg dan dat hij een ding kon komen? Nou, hij zegt wel andere keer wel. Dat is ook ja, dat kan ook, hè. Wij moeten die ondergrondse race track, dat is hier toch? Wacht. Oh, dat heb ik echt geen... Moment, hier ergens moet je in. What the fuck, ik zit helemaal verkeerd, of niet? Ik denk het wel. Maar... hier ergens moet die ondergrondse racetrack zijn, maar ik dacht dat het hier was. Zat hij niet helemaal onder? Nou, je moet een garage... Oh, wacht, hier, het is wel hier. Het is wel hier. Oh, what the fuck? Bent hier nog nooit geweest? Nee, ah ja, ik kom wel bekend voor.
Maar dat ik er zelf nog nooit ben geweest, nee. Wat zou je doen? Kijk, 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 daar staan ze, daar staan ze. What the fuck? Ja, ja. Hey, nou. Oké, let's go. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, net eventjes langs de dealertje geweest, even wat nieuwe inkopen gedaan. Netjes. Misschien wel. Jullie zijn aardig vertegenwoordigd, jongens. Momenteel zijn wij een stuk minder vertegenwoordigd. Moet zeg ook, ik je ook eerlijk. Ja, mannen gaan goed hier, zie ik. Ik zie aardig wat luxe sportauto's, jongen. Ja, geld moet ergens heen gaan, toch? Dat is, ja, zeker wel. Ja, ik ben momenteel rijk in deze, een beetje gare bak, zeg ik eerlijk. Maar 6x6 is wel mooi. Dat ziet er wel stoer uit, maar het is een AliExpress autootje nog, helaas. Even kijken, ja, ik ken jou wel persoonlijk, Dennis. Ik denk dat klopt. De rest jou nog niet weten. Misschien dat jij even voor voorstellenden. Voor degene die mij niet kennen, ben ik, ik ben Dennis Dinozo. Misschien kennen jullie mij wel als oud agent, maar dat is in een ver verleden. Oh, ja. En nu doe ik wat minder legale dingen, zeg maar. We doen een beetje de drugswereld, de coke, de meth, een beetje wapens, overvalletjes, dat soort spul, weet je wel. Gewoon meer geld maken met illegale dingen, zeg maar. En hiernaast mij is, stel jezelf eigenlijk maar voor. Ja, ik ben Mo. Ik ben een van de gangleden van Dennis. Ik rij ook in zo'n AliExpress voertuig. Nog wel. We blijven graag een beetje onder de radar met dat spul, weet je. Dat is het voordeel. Ik merk dat je minder politie achter je aan hebt als je in van die wat garere auto's rijdt. Dat is heel goed momenteel voor ons. Nou, in je snelheid zit je niet meer. Ja, maar met deze kan je gewoon off-road knallen, dus dat maakt dan niet uit. Ja, dat is wel. En ik weet niet hoe zij leren rijden in het korps, maar met dit ding ben ik ze al 3-4 keer kwijtgeraakt gewoon in de bergen. Dus dat is top. Ik kan dat ding nog niet zo omhoog zien. Maar vertel, waarom hebben we deze mooie uitnodiging gekregen met zoveel man? Dat is een lijp toch, jongens? Had jij de winkel in de blok, de Grove Street, had jij 2 van onze leden te pakken gehad? Ja, klopt. Ik heb dat te horen gekregen, inderdaad. Achterna mee gezeten, die kogel. Die zal je vast wel gevoeld hebben in je been. Ja, dat was een beetje minder, inderdaad, ja. Ja, jullie liep van mij weg en ik moest je even bij me houden. Oh, ja, ik dacht dat jij op mijn collega richtte. Ik had zoiets van, ja, fuck mijn auto. Ik richtte op je collega, maar jij liep weg, dus ik schoot je even. Oké. Ja, nee, dat, ja. In ieder geval, voor ons is gewoon zand erover. Dat is wel mooi. Dat is voor mij wel goed. Ik had wel zoiets ook gehoord dat jullie dachten dat wij een mesje voor jullie hadden geript. Ja, dat verhaal ging in de rondte, maar ik begreep ook van jou dat dat niet helemaal waar was. Nee, daar waren wij niet geweest. We weten trouwens al wie het wel is. Dat zijn die flikkers van Jardi geweest. Ja, Jardi. Precies, die guys. Dat zal het niet, hè? Ja, ik weet niet of het matties van jullie zijn, maar wij zijn niet matties meteen. Nee. Ik zie ze liever gaan dan komen. Meer mee matten juist. Dan vrienden meer zijn. Ja, dat juist. Wel. Nee, maar in ieder geval, we hebben geen mesje voor jullie genakt. Dat had ik je wel uitgelegd, Dennis. Nee, dat is helemaal goed. En misschien is het een keer leuk om volgende week of zo een overvalletje gaan plegen. Ja, dat is op zijn minst wat we terug kunnen doen, toch? Om het een beetje goede banden weer te krijgen. En ik heel eerlijk, mogen jullie er buiten houden, man. Dan doen wij gewoon... Nee, wordt eerlijk verdeeld. We hebben 2 man voor jullie genakt, dat is ook niet echt tof. Dan kunnen jullie er buiten houden, joh. Dat is geen probleem. Ja, want we hebben gisteren nog juweliertje gepakt. Oh? Zo, ja. Man, hebben ervaring. Ja, we hadden ze wel mooi in de val gelokt, dat moet ik wel zeggen. Ah, lekker, man. We hadden ze onder bij de metro, het station hadden we ze na laten komen. Ja? En dan stonden we met 5 man automatische wapens stonden ze op te wachten. Oh, hebben ze allemaal kapot geschoten? We zijn allemaal dood, ja. Ah, ja. De enige wat kwijt was, is een knuppeltje, maar dat valt mee. Ja, dat moet niet. Het is een klein spul. Ja, is het overzien, die had hij van mijn kind wel. daarom. Nou ja, lijkt mij helemaal goed. Ja, wij gaan zometeen even op pad met wat breekijzers. Even wat van die pinautomaten slopen. Heb jij hulp nodig? Het is altijd wel handig als mensen in de buurt willen staan op de uitkijk. Omdat wij niet heel bedreven zijn met die breekijzers nog. We moeten even kijken hoe dat nou precies in elkaar zit. Of je dan gewoon die automaat zo uit de muur trekt. Of dat je nog wat andere gekkigheid moet doen. Ja, oké. Wil jij gewoon dat wij alleen met auto's staan? Of wil je dat wij gewapend staan? Nou ja,
dat laat ik helemaal aan jezelf. Als jij denkt het is nodig dat we meteen die lui gaan vuren als ze op ons afkomen. Ja, dat kan, hè. Kijk, je kan één of twee man gewoon een pistooltje meegeven. Wij gaan zelf altijd wel eigenlijk ongewapend. Wie is deze guy? Die hoort bij ons. Die hoort bij ons, hoort bij ons. Okay. Wij gaan zelf altijd ongewapend dat soort dingen doen. Je bent laat, klootzak. Nee, wij gaan meestal wel, meestal gaan wij wel een paar met automatisch. Kijk, het is niet zo dat als die agent naar ons toe loopt om te vragen dat die meteen gevuurd hoeft te worden. Maar als wij gefouilleerd gaan worden en wij gaan staan op het punt om gearresteerd te worden, dan... Dat zal wel beter zijn, ja. Dan is er wel handig als er ingegrepen kan worden, inderdaad, ja. Als jij mij zo'n locatie geeft, welke je wilt doen? Ja, we moeten heel even wachten op één iemand anders, want we zijn, zoals je nu ziet, maar met z'n tweeën en we zouden het met z'n drieën gaan doen. En dan is het wel leuk als er een paar mensen... Je hoeft niet de hele gang hoeft niet per se dat als activiteit te hebben. Maar als jullie niks te doen hebben en het leuk vinden... Je bent altijd welkom. Zo is het ook. Ja, we zitten op het moment zijn we aan het wachten op ons nieuwe huis. Dus lekker dat man. Moeten we even... De makelaar in ieder geval, dat wordt nog even geregeld. Top. Want ik heb het niet meegekregen, maar jullie gangnaam heb ik niet gehoord nog. Los Antrax Kartel. Ah, kijk. Wij zijn op het moment de enige officiële gang in de stad. Ja, kijk, daarom wilde ik jou even wat extra aandacht geven, vriend. Ah, dankjewel, maatje. Lekker, man. Niet van hem, zeg. Ja, slijmbal. Nee, natuurlijk wist ik wel, man. Kijk, weet je wat het is? Er zijn ook een aantal mensen die kijken mee via bodycam en die kennen jullie niet. En dat is misschien wel leuk om eventjes te weten wie jullie wel zijn. Alleen de naam Tata kennen ze. Dat denk ik wel, ja. Maar in ieder geval ook hele goede mensen kijken ook met jullie mee. Daar ben ik blij om. Daarom. Dus dat... we kunnen het zo gaan doen. Wij hebben aardig wat spul liggen. Ja. Ja, in ieder geval als ik af en toe wel eens probeer te bellen, dan wordt hij helaas niet opgenomen. Voor wapendealer bedoel je? Ja, ik heb er 5 of 6 in mijn telefoon staan. En het is een beetje lastig om voor ons wapens te krijgen, dus. Oei, dat is niet... Ja, dan zou je... Wij waren net op het eiland. Ja. En daar stond echt heel leeg klaar. Ik heb nog nooit zo erg gezien. Dat was niet normaal. Oh, 6 man, allemaal met... Dat waren al die lui van de wapendealer, man. Er kwamen de zieke boot aan, allemaal legeroutfits. Dat is echt niet normaal. Hoorde ik Scorpions? Ik heb hem nog nooit gezien zo. Scorpions, AK... Ja, met van die gekke netten over hun kop, jongen. Wat de fuck, jongen. Bel zo dadelijk nog eens een keer dan. Ja, ze moeten een goede intro hebben, zeggen ze dan. Maar jullie hebben nog nooit wat gekocht bij ze, of wel? Tuurlijk wel. Ja, ik heb bij Guus een keer wat inkoop kunnen doen. Bij Hansie heb ik inkoop kunnen doen. En voor de rest eigenlijk ligt het op een laag pitje. Ja, ik doe ook meestal bij Guus, man. Ja, we bellen ze geregeld eigenlijk om de dag om wat op te kunnen kopen. Omdat wij best wel flinke dingen willen doen juist. Alleen het gaat niet altijd. Ja, snap ik. Als we een keertje samen willen doen, weet je. We hebben MP5's, MK2's, dat soort shit allemaal. We hebben zelf AK's, P9's. Oh, hebben jullie meer dan wij, hoor. Maar kijk, wij willen binnenkort de GVS willen we gaan doen. Ah, die wilden wij ook doen. Die pas hebben wij al liggen, alleen de Termiet en de C4 moeten wij nog hebben. Ah, ja, dan moet even een 0-1 hostetje. Of, kennen jullie Continental of niet? Ja, die kunnen we hebben 2-3 man erin zetten. Ja, daar kan je opdrachten voor doen, hè? Gaan wij ook nog doen binnenkort. Krijg je coins? Ik heb nog een boot staan, ik kan nog een boot aanvragen. Kunnen we niet vanavond die C4 of Termiet even fixen? Ik bedoel, het is nog vrij vroeg. We zijn met iedereen eigenlijk nu, toch? Ja, kunnen we doen. In ieder geval als het nou wel mee helpen. Want vorige keer had ik een paar van die... waarschijnlijk die net een wapen mochten dragen en die zaten me tegen te werken. Hoi. Omdat de politie bedoel je? Ja, die agenten die hostetjes van vorige keer. Ja, maar op zich ging het best prima. Maar alleen die onderhandelaar was vervelend. Ja, maar daarom zijn ze ook doodgeschoten. Kan je toch afschieten? Zeg je, pam, nieuwe onderhandelaar, vriend. Kom maar. Ja, ze wou niet, in ieder geval die onderhandelaar wou niet meewerken. Dus hebben die drie hebben gewoon door het hoofd ingeschoten, denk ik. Ah. Anders pakken we dit keer gewoon 2 of 3 ook weer. Kom wel goed. En wat willen jullie doen dan? Willen hun ruilen voor Termiet? Ja, juist. Ja, vorige keer hadden we een hele hoogte pakken. Die hadden we gereld voor die GVS-pas. Ja, precies. Je moet en wel een beetje zo'n inspecteurtje hebben dan, toch? Ja, weet ik. Nu willen we even kijken of we een hoger iemand weer kunnen pakken voor de C4 aan het... De laatste levende was toch een surveillant, of niet? Ja, man. Van toen. Die laatste, we hadden die 2 afgeschoten. De laatste was een surveillant. Ja, wij gaan het op een andere manier doen. Wij gaan die Continental coins verzamelen. Gaan we opdrachten doen voor Continental. Ja. En dan daarvan die shit kopen. Dat schijnt ook te kunnen. Maar dat is wel kut lang, hoor. Als het zo ben je wel even mee bezig, Hoezo? Je krijgt 30 coins voor 1 schip te overvallen. Oh, netjes. Ja, dat moet wel lukken, man. Die hadden wij gekregen. Ah, lekker. Nou ja, goed bezig, boys.
Ja, laat mij zomaar even weten welke je gaat doen. Ja, zal ik jou, zal ik jou bellen dan ofzo? Of even sms sturen? Bel mij maar even, dan komen wij wel een beetje die kant op. Yes, is goed man. Ja, je hoeft echt niet met je hele gang. Ik wil niet de mensen ophouden hier, hoor. We hebben jullie al een keer opgehouden, de twee man toastertje blijkbaar. Nee, ja, dat kom ik doen, maar daarna. Wie waren dat geweest dan, jongens? Wie? Handje in de lucht. Staan ze hierbij? Ah, hem ken ik man, inderdaad, met dat masker. Ja. Maar die kunnen we missen. Ja, sorry man, boy, sorry. Nee, oprecht man, hier, sorry man, sorry. De naam Gerry Lijp ken je wel, hè? Yes. Sorry man. Dat is echt niet de bedoeling, excuses. Heb jij nog schade aan je auto overhouden, of niet? Ja, mijn auto is weggesleept, geloof ik. Ja, dat was een klein tikje. Daar heb ik nog wel een aardig factuurtje voor gehad, ja, van die vent. goed. Niks. Maakt niet uit. Geld speelt niet zo'n hele erge rol. Vooral dat soort dingen niet. Oké, boys, dan gaan wij verder op. Bedankt voor deze ontmoeting. En binnenkort kunnen we denk ik wel wat dingen samen gaan doen, man. We kunnen ons doen volgende week wel even wat. Dan hou ik je wel even via de e-mail ook jou even contact. Yes, lijkt me goed. Dan kunnen we een keer wat groter doen dan. Voor het grote bank of zo. Dat zou wel lijp zijn. We willen zelf een keer casino gaan doen, man. Gaan we ook allemaal doen. Ja, die willen we ook wel een keer doen. Maar misschien dat we die ooit, als we zelf wat meer wapens hebben opgekocht, kunnen we die wat meer doen. Ja, we hebben wel leuk. We hebben sowieso wel genoeg vuurkracht. Dat hebben we wel om de grote bank te doen volgende week of zo. Wij sowieso ook, man. We kunnen al 2 MP5's inzetten, een paar pistolen. Komt goed. Ja, dat komt goed. Bel mij straks maar even welke je gaat doen. Komen wij rustig de kant op. Ja, is goed, man. Het kan zijn dat we gewoon lijpen doen. Dat we gewoon in de politie AB gaan doen, man. Oh, dat gaan wij ook wel mee naar binnen. Ja, gaan we gewoon politie AB plof krijgen doen. Als jullie er omheen staan. Als jullie dan beveiligen met pistolen, zou mooi zijn. Ja, we hadden gisteren nog een lijpvuur gevecht, maar dus dat komt wel goed. Hai, is goed man, we spreken elkaar. Dankjewel jongens. Jojo. Yo, later. Oh, zo, gekke lui hier ook. Yo, was wel één gekke gang hier ook. Ja, dat zijn hier met weinig, jezus. Ja, die guys wonen dus allemaal aan Grove Street daar, bij die cirkel, waar jij dus ook in de buurt woont. En hebben mij al vaker te pakken gehad. Ja, weet ik, maar nu gaat dat dus waarschijnlijk minder worden. Ik hoop het. Zo, was wel één gekke gang hier ook. Ja, man, tering. Ja, deze guys die gaan wel hard, hoor. Ik zeg je eerlijk, ze doen ook fucking veel. Ja. Oh. Kleine moeite aan sturen. Ja, we kunnen nog. What the fuck? Die heeft ons zitten op te wachten, van. Holy shit. Ik ga hem nu bellen. Het is gewoon een mat zwarte Porsche. Je hoort het niet bij hun. Yo, Dennis. Yo, volgens mij worden jullie achtervolgd, man. Een of andere zwarte SUV komt opeens langs het muurtje voorbij zetten bij ons. Ik weet niet, die guy hoort... Wat van SUV? Ja, wat was het? Een zwarte of niet? Mat-zwarte Panamera. Nee, dat... Die komt opeens langs het muurtje zetten. Nee, het kan van ons zijn geweest. We staan nou met z'n allen bij elkaar, dus we kunnen toch niks doen. Yo, oké, is goed man. Ik denk, laat je even weten, voordat je meteen... Succes voor hun, dan is het best wel wat tegen één. Daarom. Nee, is goed man. We spreken elkaar zo, ja? Is goed, jongen. Jojo. Yo Hendrik, je bent weer Porto, zie ik? Ja, ik ben er net weg. Je komt op Porto en het gaat over een achtervolging of iets? Ja, we hadden net even een meeting met die Tata Loco's gang. Want we hadden een klein foutje gemaakt. Twee van die guys hadden we geholsterd, per ongeluk. Nee, dat is niet best. Nou ja, ze kwamen zo van, oké, het is allemaal wel goed, want we hebben jullie ook een keer neergeschoten. Ze hadden me ook in mijn poot geraakt. Alleen ik wist niet dat het dezelfde guys waren. En hij wilde nog even zeggen dat ze geen mesje van ons geript hadden en dat ze eigenlijk wel gewoon oké met ons willen zijn. Dus, nou, lijkt me prima. Maar tering, we stonden even in die ondergrondse tunnel en er stond een mannetje of 10 klaar voor ons. Holy shit. Dat is geen kleine rol. Nee, dat was wel even schrikken, ja. Hey Stef, jongen, welkom. Wat gaan we doen? Gaan we even allemaal eigen voertuig? Dat is sowieso wel handig, toch? Ja, man. Ja. Ik ben dan richting UWV, dan ben ik even mijn brommer te pakken. Welke iets zal ik bijpakken? Een crossmotortje? Ja, ik pak ook die BF 400 pakken. Dat is het enige waar ik een beetje weg mee kan komen. Ja, dan pak ik mijn Sanchez. Want die lui van... die lui is heel oneerbiedig. Die gang die wil ons eigenlijk wel even backup geven met pistolen.
Dus als wij een locatie konden laten weten waar we het gingen doen, gingen zij daar ook zijn. Oké, dat is chill. Als dat de politie dan moeilijk zou doen, dan kunnen we ze lekker helpen. Yup. Hallo. Ja, hij zei letterlijk, al ga je in een politie HB doen, wij zijn daar ook gewoon, man. Oké, dus dat is wel hef, dat is mooi. Ja, wij moeten alleen eventjes naar huis, even een breekijzertje halen. Ik ga even één per keer doen hoor, ook omdat ik even niet zo goed weet hoe het allemaal werkt. Moet even kijken hoe het, hey, hoe het gaat. Waar meeten we dan? Want ik ben nu onderweg naar breekijzer halen. Ik ben zelf ook even bij mijn huisspullen wegleggen. Ja, ook een blokkenpark, UV, maakt allemaal niet zo uit. Doe blokkenpark, maar dat is iets rustiger toch? Kijk dan, hier staan die guys hoor. Kan holy shit. Ik dan een andere iets pakken dan of rood motor, want die van mij is helemaal ontploft. Oh, ja, ik heb verder niks man, ik heb alleen maar deze motor. Nee, maar dan pak ik mijn eigen sportauto gewoon, ik weet niet of dat goed is. Ja, dat is prima, dan moet je zelf weten. Ja. Dus het wordt jouw getaway uiteindelijk, ik kan je daar niet mee helpen, denk ik. Oké, dan is goed. Nee, ik heb niks gespoild nog, Stef, helemaal niks gespoild. Helemaal nada nappes. Oké, ga wel even in mijn beun outfitje. Wacht, ik kan ook deze doen. Dit is ook wel een gekke outfit, toch? Ik heb deze een keertje gemaakt. Niet omdat ik van een motorgang ben, maar ja, leek me wel gewoon lijp om deze te maken. Of zo. Sowieso een goede reden om het te maken. Even mijn masker af, anders krijg ik daar gezeik mee. Geen zin dat ze meteen allemaal shit gaan doen. Ik heb een of andere motorrij outfit aan, man. Ik ben onderweg naar het blokpark. Ah, ik heb ook wel een motoruitvinding. Heb je al breekijzer mee dan, Mo? Die meenemen? Dan haal ik hem zelf voor de Ja, ik ben nu bij jouw huis. Ik kan er één extra meenemen. Als dat kan. Ja, natuurlijk. Geen probleem. Ik heb er zelf ook eentje meegenomen. Ik heb er thuis van je liggen. Ja, je mag wel spoilen van mij hoor. Maakt mij echt niet uit hoor. Maakt echt niet uit. Op je Insta, ik vind het allemaal prima. Je mag het ook hier in de chat zeggen. Het is wel leuk. Het wordt niet een vast thema. Hè? Laten we dat wel even voorop zetten. We gaan wel af en toe even dat doen. Maar het wordt niet een vast thema wat we gaan doen. Dus ja, voor mij wat mag je het zeggen, toch? Het boeit mij niet zo erg. Gooi er maar in, hoor. Oh ja, trouwens, alle donaties die we ophalen, jullie zien het rechts onderin een beetje. Die gaan allemaal naar de devs van Groningen, man. We hebben rekening gehouden met 6 devs. €300. Dus dan krijgen ze allemaal €50 de man. Waarom doe ik dit? Waarom hou ik het niet zelf? Ten eerste, ik heb wel genoeg geld of zo. Het boeit niet zo erg. Daarnaast, degene die ze zou moeten betalen, betaalt ze niet. Vind ik persoonlijk. Hè? Mijn naamgenoot, helaas, naamgenoot. Die betaalt hun niet. Ik vind oprecht dat ze heel veel doen. Ik heb zelf ook nog even een sollicitatie gegooid voor developer. Omdat ik ook wel wat dingetjes kan. Ik ben lang niet zo goed als finished. Weet ik wat allemaal. En ik vind gewoon echt dat ze het verdienen, weet je, dat is het gewoon. Oprecht vind ik gewoon dat zij geld verdienen voor wat ze allemaal gedaan hebben tot nu toe in Groningen. Zonder die devs hadden we niet dit blokkenpark, niet die spandoeken, niet het winkeltje daar, niet de bank overvallen. Dus echt dikke shout-out naar die guys, man. Holy shit, wat is dit? Yo, gasten, ik ben midden op blokkenpark. Maar er staat midden op blokkenpark staat begin spel. Wat is dit? Ah, je kan daar dam alleen, dat werkt niet. Dat is, ja. Oh, dan laat het ook alsjeblieft niet doen. Waar ben jij dan? Wat is het? Nee, die is niet dam, is zaken. Wij staan op de garage. Die staan bovenop de garage. Ik ben die motorrijder met een gekke outfitje, man. Ben jij die driewieler? Dennis. Hey, jij hebt ook zo. Maar joh, je hebt hetzelfde outfitje. Kijk. Let op, oh, hè. Dit is een mooi spul, dit. Kijk. Oh, wacht. Ik heb fok opgedaan. Let op. Hier, is ik zo dan. Ja, lijp toch? Ik denk niet dat ik hierop kan ontsnappen, man. Nee, hij is wel lijp, man, deze motor. Ik heb hem ook gehad. Dat is wel dik. Wel apart dat we precies dezelfde motorrij outfitje hadden, man. Holy shit. Dik mooi. Oh, heerlijk. Hai, moet je nog even voertuig wisselen of ga je echt zo? Ja, maakt mij niet uit hoor. Nee, dat gaat mij niet worden hoor.
Ah, oké, oké. Hey, had jij een locatie in gedachten waar we ook nog een beetje weg kunnen komen? Ik heb één vlakbij Merelpark. Dat ja, ik wou zeggen, in Merelpark kan je de bergen meteen in. Dat is wel een lijpe. Je hebt waar is het een garage daar rechts? Ja, daar heb je op de hoek ergens zo'n inhammetje met van die dingen. Ja, precies. Oké, okay, moet ik nog backup vragen of gaan we zonder backup doen? Nou ja, dat is makkelijk zonder backup. Oké, okay, dan ga ik hem wel even een bericht sturen, vind ik wel zo netjes. Ja, uiteraard. Laat ik hem even... Nou, het ding is volgens mij alleen wel, als je eenmaal die plofkraak aan het doen bent, kan je hem niet stoppen en wegrennen, hè? Nee, dat klopt. Dus als er dan opeens politie is, dan hebben we wel een probleem. Want... Nee, maar hoe werkt dit? Want ik heb een hoortje. Ja, je krijgt, wat ik begrepen is dat je sluit je telefoon erop aan, dan krijg je een minuutje. En boven, er gaat zeg maar een timer lopen, ongeveer 30 seconden geloof ik, zo'n beetje om en erbij. Je hebt twee cijferreeksen van 4 of 5 getallen, dan wel cijfers. En je bedient ze, de linkerkant bedien je met WASD-spier en met spatie om hem te selecteren als je hem gevonden hebt. En de rechterkant bedien je met de pijltjesspieren en met enter als je hem gevonden hebt. Ja, dat klopt inderdaad. Je breekt met die koevoet breek je de boel open, je sluit je telefoon erop aan en dan zou je dus het systeem hacken. Ja. Je hebt een gewoon een rood veld, ik weet zo niet hoeveel, iets van as bij as met een hele hoop cijfers die constant veranderen. En dan heb je de 4 op een rij die niet veranderen en die moet je dus zenden. Het makkelijkste is persoonlijk voor mij om gewoon per rij te scannen. Als je gewoon van boven naar beneden de rijen scant. Yo, motorclub. Yo, man. Yo, man. Hoe is het? Ja, goed man, met jou? Was je net ook daar beneden, of niet? Daar beneden. Met Tata? Bij Tata? Ik was net wel bij Grove Street, man, maar... Ja, jullie waren toch beneden bij die ondergrondstunnel? Nee, dat was ik niet. Oh. Dat was ik niet. Is goed, man. Ja, is goed. Hoi, jojo. Motorgang? Ben je motorgang geworden, Dennis? Hoe weet je wie ik ben? Kijk je stem, toch? Oh, oké. Okay. Nee man, we zijn under the cover. Under the cover? Voor de politie, of niet? Nee, voor onszelf. Nee, we zijn... Dat was zo'n domme vraak, joh. Het gesprek een beetje onderschoven. Wat wil je zeggen? We zeggen, we gaan even een automaatje overvallen, man. Oh, lekker, lekker. Dus dan doen we even een ander outfitje, dat als ze dan toch iemand zoeken, zoeken ze een motorgang en niet ons. Ja, toch? Dat is handig. Daarom, ik weet niet eens of er een motorgang is hier, hoor, maar... ja, volgens mij eens, echt? Heel, wij knokken op die motorgang, maar ik ga hem wel even bellen, kijk dat hij in de stad is. Oei, oh, dat was niet de bedoeling dan, man. Ja, ik ben goede maten met hem. Dus. Ja, dan hebben we straks weer... Ja, ben ik niet, dan heb ik zo meteen weer gezeikt ermee. Boeien. Oké, okay, oké. Okay. Hè? Huh? Moet ze proberen. Ja, ja. Hey, Kees. Ja, joh. Hey, later. Yo. Als het goed is, Mo, heb je eentje, man. Ja, klopt. Let's go. Dat is lekker, man. Ik heb dyslexie, dus ik ga benieuwd. Ja, het is... Ah, je hoeft niks te lezen. Je moet gewoon kijken wat er niet beweegt en die manier. Heel schat los. Oh mijn god. Ja, we zijn het, man. Wil je handtekening? Zijn jullie het? Ja, we zijn het echt. Jullie dat? Ja. Doe je shirt uit en krijg de handtekening op je rug. We zijn de echte, man. Hé? Hey. Ja, dat zijn wij, hoor. Yes. Oh, DJ. Wil je bij onze gang? Wat moet je doen om te joinen? Sowieso een motor hebben, man. Ja, en 200k dokken. Hey. 200k dokken. Yes, hoezo, wat lach je? Is gewoon entreffie. Je rijdt 200k dokken members en je rijdt op een BF400. Ja? Wat is jouw probleem precies? Jij bent lopend, vriend. Wat ga je praten hier, hoor? Jij bent lopend. Oh, sorry, verkeerde. Oei! Komt zijn wapens af. Nou, let's go, man. We gaan er vandoor. Sorry, wat moet ik doen om te joinen dan? Ja, ga eerst een motor kopen, vrienden. Dan praten we alweer verder. Man denkt dat hij echt kan joinen, of wat? Hé, hey, blokken Middelpark, hè, boys? Ja, helemaal prima.
kan hier nog best wel eens heet gaan worden, want ze zijn ook al bezig met inbraakje daar, zie ik. Ah, dat houdt spannend. Maar joh, er wordt hard geschoten, of niet? Yup. Ik hoor niks, maar ik ben ook een beetje doof. Boah, moet ik aan beginnen, of niet? Hoe gaan jullie mij backup geven? Wat is het idee? Wat is er hier gaande? Ik heb echt wel geschoten, hoor. Hierboven, ja, what the fuck? Dit is niet normaal, hoor. Holy shit. Er zit dus een dikke lege chopper of zo, jongen. What the hell? Dikke Gatling gunner erop. Yo? Wat zie jij? Ja, nee, je moet even iets verder rijden. Hij is nou weer weg. Maar hier vlogen ze net, man. Dit is niet gezond, hoor. Dat daar zelf de leger zijn van op het eiland. Ik heb geen idee, maar er werd gevuurd hier. Holy shit. Ik weet niet waar die choppers heen zijn. Nou, ik zie ze niet meer. Oké, let's go. Laten we gewoon maar meer op park gaan, man. Want ik zie ook niks meer hier. Holy shit, er was gewoon een politiechopper. En zo'n legerunit was aan de gang. Holy shit, man. Ja, maar wat... Oh, kut. Wat is een beetje de tactiek dan? Ik ga hem gewoon doen en als de politie komt, dan zijn we de lul, of wat? Nee, je kan als hij je verkeerd antwoord probeert te geven, dan wordt de timer verkort. Dus je kan gewoon een paar keer op de enterspier rammen, dan is je timer op en dan kun je wegrennen. Ja, oké, okay, want... Oh, zo. Want die guys die zijn nou... ik zie ze daar net al mee naar boven rijden. Kijk, ik ga deze wel doen dan. Zal ik deze doen of durf je niet? Ja, als je een beetje spanning wil, dan anders zou ik dat niet doen. Ja, fuck it, we gaan het gewoon doen toch? Ja, dat is mooi. Gewoon doen. Zou ik klaar zitten in die auto? Hoor? Ja, gewoon doen jongens. Doen zeg je? Ik denk trouwens niet dat deze het doet, je moet die verder op hebben. Hoezo, hier zit toch? Hier zit gewoon rekening beheren. Ah, oké, okay, nee, dan zal ik doen. Kan toch? Oké, okay, fuck it. Ik ga het gewoon doen, man. Misschien zijn we gewoon snel. Anders, ja, fuck it. We zien wel. Nou, daar gaan we. Kijk, daar gaat hij. Oi, oi, oi. Ik ben benieuwd, man. We zijn in Bonnet repareren. Ik heb wel een soort van spanning of zo, man. Straks heb ik het niet. Even kijken. Oké, okay, ik heb eentje gevonden. Die zit hier. En waar zit die andere? Ah, die zit hier. Yes. Nou, let's go. Ik ben klaar, man. Hij hebt hem al. Nu al? Yep. Ik heb niks gehad. Anti-cheat. Leuk geprobeerd. Oh mijn god. Voor wat? Ik ben gewoon meteen gedisconnect. Wat? Oké. Okay. Nou. Ik kan denk ik gewoon nu niet meer erin, denk ik. Of wel? Oei. Nou, ik denk niet meer dat ik erin kom vanavond, jongens. Holy moly. Gebeurt als je te snel wegloopt? Ja, maar ik was klaar. Ik kon lopen. Oh mijn god. Nou, ja. Oké, okay, maar even, dit is wel heel kut, hoor. Dit is wel echt heel kut, eigenlijk. Tot hoe lang zou ik ook geband zijn? Yo, ook gewoon perm. Oké, okay, je moet dus niet weglopen. Dat is dus het ding. Maar ja, kijk, letterlijk, ik doe dit dus de eerste keer, hè? En blijkbaar, als je dus gewoon meteen wegloopt, wat ik dus ook doe, dat is gewoon natuurlijk. Hè? Je bent klaar, je kan lopen, je wilt op die motor. En ik zeg nog, ik heb het geld niet. En pam, gekikt. Ai? Oké, okay, dat is wel nice. Ja, die trigger moet je even ietsje aanpassen. Maar ik heb Ben ID doorgegeven, dus ik denk dat het wel goed komt. Holy shit. Nou, wil iemand mijn eulen kopen? Is ondetectbaar, man. Niemand kan je detecteren, man. Ah, dit komt wel weer goed. Maar dit is wel... Ja, opeens is de chat wel actief. Ja, alle mensen die zitten... Ik heb ook opeens ook 87 kijkers. Dat is ook wel apart, toch?
Man wordt geband, opeens heb ik kijkers. I handshaking with the server. Shake dan. Shake it, baby. Ja, dit is wel... Ja, oké, okay, maar heb ik dan nu wel het geld dan? Of heb ik het dan nu niet? Want dat zou wel echt een beetje vervelend zijn. Als ik dan nu alsnog het geld niet heb. Dus dan moeten we wel even tegen Mo zeggen... Dat je dus echt heel goed stil moet blijven staan. Totdat je echt het geld in je inventory hebt. En dan kan je lopen. Inderdaad, ieder stream word ik gewoon geband, man. Dat pak ik wel views, ja toch. Ja, breekijzer was inderdaad meteen al wel pleiten. Dat klopt wel, Radboud. Dus dat is op zich goed. Want ik deed... zodra ik hem startte, was mijn breekijzer weg. Dus dat is oké. Okay. Alleen, ik ben dus benieuwd of ik nu alsnog dan mijn geld krijg. Dan... Of hij zegt, nee, dit breekijzer is verloren. Dus ik denk, oké, kut. Dat is wel jammer. Iedereen komt ook met de dingen, yo, wil je mijn eulen kopen? Wil je dit, wil je dat? Ja, maar ik vind dit oprecht. Kijk, ik heb dan mazzel dat ik een beetje YouTube-achtige dingen doe... en dat ik meteen geunband word. Maar stel, je doet het niet. En je hebt gewoon hetzelfde instinct als ik. Dat je gewoon meteen weg wil gaan. En je wordt geband door de anti-cheat. Dat is wel oprecht heel kut. Want waarschijnlijk zijn jullie gewoon echt een aantal dagen bezig om erin te kunnen komen, toch? Dat is echt niet... Ik ben nog steeds geband. Ai, ai, ai. Probeer zomaar weer een zeemja. Maar er staat niet echt een modder. Leuk geprobeerd. Oh, dat. Reden. Modden. Moet ik misschien even dit helemaal afsluiten of zo? Of is dat niet echt een issue? Zo, besef dat ik dit aan het begin van de stream zou doen. Dan hebben we een korte stream. Ja, kijk, we kunnen er weer in. Thanks, boys. Nou, oké, okay, dus let erop. Je verneukt je breekijzer ermee, want ik heb waarschijnlijk geen geld nu. En, ja. Dit script had ik zelf geprogrammeerd, man. Daarom wil ik ook graag dev worden. Maar ja, het was niet zo heel goed. Ik ben meteen geband door mijn eigen script. Ja, yes. We komen erin, man. Komt helemaal goed. Ik ga dit wel even tegen... Maar ja, nu staat er waarschijnlijk ook politie bij, toch? Dat is helemaal kut. Dan ben ik ook meteen in de boeien alles en zo, of dat niet? Ja, ze hebben een nieuwe intro. Met de andere geluid ook, die ik niet laat horen, want... copyright shit en zo. Zo. Oh nee, ben ik nou nog... Mijn hele inventory is gewoon leeg. Yo, horen jullie mij? Hey, ja, Jokie, gewoon een toeval. Waarom wordt je hele inventory gewiped? Nee, dat is niet... Mijn inventory is helemaal leeg. Wat had je allemaal bij dan? Ik denk dat het nog niet eens laai is. Nou, ja, want jullie horen mij ook al praten. Wacht, kan ik mijn motor openzetten? Nee, ik ben zo weer weg. Ja, je moet even... Ja, knippen. Je hebt... Hey. Ja, nee. Moment. Yo. Yo, ik denk je meteen je inventory wordt gewiped. Gekke scripts. Maar ik kon ook mijn motor niet op slot zetten. Dus daaraan weet ik dat het niet werkte. Maar dan gaan we gewoon opnieuw. Dit account zit er nog in. Toch niet. Dat is wel een leuk introotje hoor. Ik vind hem wel lekker. Dat is een lekker nummertje dit. Top nummertje. Oké, als je dit dus gaat doen, onthoud dat je stil blijft staan. Totdat je dus je geld hebt. Ik heb waarschijnlijk niet die 10k nu. Ik heb één breekijzer verneukt hierdoor. Jammer. Maar blijf dus stilstaan. Dat is volgens mij het ding waardoor je niet... Er staat er ook bij, TikTok Temo. Lent in Grun. Ik werd snoeihard geband, Spike. Ik had zieke... Ja, oké. Okay. Ja, en nu heb ik wel inventory. Free mijn buit dan? Wat is dit? Oh, ik heb geen buit. Ja, ik heb geen buit alleen. Maar ja, sorry man, ik zal je direct vanavond aan werken. Ik ben hier zelf volgens mij ook één of twee keer doorgepakt. Dus gewoon, ja. Oké, dus het ding is, wat we niet gezegd hadden, je moet echt stil blijven staan totdat je het geld hebt. Of niet? Dat is het ding.
Ja, ja, daar komt eigenlijk wel op neer. Want ik riep nog een soort van... Normaal is het ook zo dat je pas mag lopen als je geld hebt. Ja, want ik riep nog een soort van, ik heb geen geld. En toen, pam, weg. Ik denk dat het lek was. Ja, oké, je moet echt blijven... Oké, maar dan moet ik een nieuwe breekijzer halen, ja? Oh ja, kom maar hier. Oh, je hebt meerdere mee? Ik had er eentje op zak. Mag ik deze... Dan kan jij hem niet doen. Nou ja, maakt niet uit, ik pak er dadelijk wel op aan. Kan ik deze nou nog een keer doen, of moet ik een andere? Ja hoor, doe maar. Oké, dan moet ik gewoon stil blijven staan, hè? Ja, ja. Begin vast database te openen om te unbannen, ja? Let's go. Dat kan ik niet. Hey, wie ben jij, vriend? Yo. Weet je niet meer wie ik ben? Ik herken echt niet zoveel stemmen en ik heb je nummer blijkbaar niet opgeslagen. Vlugge Jaapie. Oh, Vlugge Jaapie. Wat heb je nou weer? Heb je weer een of andere meth deal voor me? Nee, dat vandaag niet. Alleen ik zag net wel wat in de chat. Wat gebeurde er? Ikke? Ja. Oh, we zijn even bezig met pinautomaten te kraken. Alleen die zijn lastig, man. Ik snap niet zo goed hoe dat werkt. Ik heb het helemaal opgefokt. Maar ontspan. Alles komt Gucci, ja? Ai, laat het horen. Oké, gaan we weer, man. Ik blijf staan totdat ik die shit heb. Mag ik wel mijn inventory openen om te kijken of ik het heb? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Oké, let's... Huh? Ik heb opeens mijn breekijzer ook weer terug. Nee, nee, ik heb er eentje ook gegeven. Oh, dan moet ik eentje terug. Had er toch nog eentje nodig? Ja, hij had er van mij ook alleen. Oké, let's go. We gaan nog een keer proberen, man. Ja. Oh, heb ik weer helemaal die stress. Ik was zo snel, jongen. Het lukte gewoon meteen. Hoeveel krijg je er eigenlijk uit? Ja, dat weet ik dus niet. Oh, nee, ik ook niet. Mijn motor is open, oké. Ik was dus fucking snel. Vond ik. Ja. Alleen, ronde 2. Oh, nou heb ik weer die stress dat ik het binnen deze tijd moet halen. Ja, ik speel nog wel TDA, maar ik pak alleen even dailies eigenlijk. Oké, let's go. Als ik het nou niet haal, jongen, is helemaal kut. Nou, WASD en confirm with space. Even kijken. Yo, waar zit hij? Oh, hier zit hij. Ja. Dat is 1. En deze zit... Hier, oké, ik heb hem alweer. Yo, ik heb hem. Ja, helemaal top. Je krijgt, ik heb 6k zwart eruit. We gaan de laatste kant. Tuurlijk, ik had net waarschijnlijk dikke buit, maar ja. Oké, moet ik even een nieuw breekijzertje halen dan? Moet ik even voor een van jullie een nieuwe halen dan, Hendrik? Ja, ik kan hem zelf ook wel halen. Ja, we kunnen wel eventjes... zullen we nog wat plofkraakjes doen? Dat is wel lachen, toch? Ja, er zijn... als er gewoon een paar keer doet, deze keer hadden we geen melding. Maar als je die wel krijgt, dan is het mooi. Ja, laten we dan even dit geld even ergens... ik ga even stashen. Dan ga ik gewoon nog een aantal van die dingen halen. Wat vind je een goed idee, Mo? Doe je ook mee, of niet? Natuurlijk. Zal ik nog even wat ophalen? Ja, is goed. Ik heb er zelf nog eentje bij, hè? Ja. Oké. Okay. Ik haal even wat. Ik stash dit geld even. Ik hou 6100 euro aan. Ja? Ja, is goed. Ben ik zo terug. Ik ga even wat breekijzers halen. Kiezen jullie maar vast nieuwe locatie uit die je wilt doen dan? Ja, is goed. Ik weet niet wat de locaties zijn. Sorry, ja, je kan elke pinautomaat kan je doen. Elke in de stad. Dus je kan overal heen rijden waar je wil. Wat is het plan? Ik was heel even aan het bellen. Ja, Mo gaat locatie uitzoeken. Ik ga even nieuwe breekijzers halen en ik ben eventjes het geld stashen. Grootbank. Jo, ga je die doen? Ja, tuurlijk. Oeh, maar dan moet je ook nog naar buiten lopen, hè? Ja, fuck it. Dat is jouw idee. Ik vind het prima. Je kan ook die op UWV doen, dat is ook lach. Tijdens een grote bank overheving een plof krijgt bij zijn grote bank. Dat is echt mooi, man. Is dat helemaal mooi? Of die in politie, ja, B? Ja, die heb ik ook een keer gedaan. Politie weet niet wat ze doen. Ik weet niet hoeveel je het inkoopt, man. Maar ik denk niet dat we verlies maken. Want ik heb letterlijk 3 breekijzers plus 3 lockpicks gekocht voor 9k. En ik heb nu al 6k eruit. Dus als ik zeg maar nog 3 keer 6k eruit haal. En dat deel door het minst gunstige scenario. Dan heb ik, letterlijk alles al terug. Van mijn investering. Want 3 keer 6 is 18. Delen door 2. Dan zou ik 50% witwas hebben. Dan haal ik de 90, 9k wit uit. En ik heb letterlijk 9k zwart betaald voor alles. Dus dan heb ik heb sowieso al winst. 6100. Huppa.
Dus dat maakt dan 181. 18100 is van mij. Hoppa. Oké, 38 mogen er ook wel bij. Ik pak nog even een breekijzertje. Ik neem ook nog wel even een lockpickje mee, hè? Ja, dat is goed. Ja, helemaal mooi. Die kunnen ook wel eentje doen. Dus ik heb van allebei gewoon twee mee. Want kijk, als één iemand het doet, dan geef ik het gewoon aan de andere. Toch? Dan kan die het even bewaren. We kunnen er allemaal wel eentje op zak hebben. Daarom, we gaan toch niet allemaal genakt worden door de politie, toch? Dat lijkt me. Nee, joh. Nou, let's go. Die grote bank kan niet, man. Oké, jullie zijn grote bank nu? Nee, ja, grote bank kan niet. Hm. Ik weet niet, een of andere casey-bom moet ik doen of zo. Oké, ja, dat doen we even anderen, toch? Ja, kan wel. Nou, zij zijn misschien bezig om een grote bank te overvallen. Ja, misschien die andere bank. Paletto, ja, je kan letterlijk elke... Je kan ook in een winkel doen, hè. In zo'n supermarkt kan je ook zo'n ding pakken. Denk ik. Pinautomaat kun je gebruiken. Waarom? Waar zijn jullie nu? Staan nu nog bij Grote Bank. Ja, ik kom daar heel snel in. Ja, als we daar natuurlijk... Ja, die lockpacks zijn wel een beetje OP, man. Maar we komen altijd heel makkelijk weg bij die lockpicks, dus dat is wel mooi. Patje. Oei. Dit ding rijdt ook hard, jongen. Ik vind het echt een lijpe auto. Volgens mij hier aan de rechterkant. Oh, wacht, we zijn nog bij, hoor. Zo'n kleine ding kan dat? Ja hoor. Ja, elke automaat kan je doen, hè? Ja, mag ik hem doen? Ja, joh, ga je gang. Ja, let op wat we hebben gezegd, hè. Met die WASD-spier en spatie en pijltjes toetsen en enterspier. Dat is goed. De eerste keer zijn ze best moeilijk, maar als je het helemaal door hebt, stel zijn ruk voor. Daarom. Ik had de eerste die ik deed, die had ik ook verpest toen. Ik had geen fluit, heb ik moest doen, joh. Nou, kom op, jongen. Ik hoor nog geen sirenes. Stil blijven staan totdat je geld hebt, hè? Ik hoor sirenes. Nee, ik hoor sirenes. Oh, sirenes. Ja, politie, maar. Trap er niet in. Zie, blijven staan. Rij je vriend. Oh, kut. Mo, stap in. Kut, hij gaat nog eens... Oh mijn god. Ze hebben mijn band, ik kan wel nog jullie rijden. Kom zo bij mij achterop. Kom bij mij achterop, snel. Ik les. Mo, gooi hem ervoor. Mijn band is ook lek. Band is lek? Ja, verstop hem onder. Ik heb één reparatiekit. Volgens die Brabus dan nog? Maak hem. We zijn even om de hoek, man. We moeten even repareren. Yo. Wat de fuck doet die Brabus hier? Kom maar af. Brabus stapt uit. Is politie. Dat is een undercover. Dus in de koffer. Ben je klaar? Bijna. Het duurt veel te lang zo'n ding. Beuk hem even. Oh, hij komt. Hij komt. Hé, hey, hoe moet dat? Oeh. Tegen die muur aan. Holy shit. Kim, we zijn weg. Kut, we zijn weer weg. We hebben ook één lekker band hier. Kutzooi. Nee, joh. Motor is gemaakt. Stop hier. Oh, niet zo hard, jongen. Je hebt lekker band.
Oh, stop, 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 stop. Ik ga uitstappen. Ik ga bij Mo in. Nee. Ja. Nee. Ik stap bij die andere makkaan in. Dat is een vriend van mij. Stap in, stap in, stap in bij hem. Holy shit. Wie zijn deze guys in de porto? Ik heb je allemaal. Ik hoor ze niet eens. Fuck man. Ze zeggen niet dat je oma gepoft ofzo. Oh, ik hoor ze toch bijna niet. Prima. Rustig maar, Dennis. Hebben jullie hulp nodig, of niet? Ja. Waar zijn jullie, Dennis? Oh, ja, wij rijden met politie achter ons aan momenteel. Wij rijden... Ja. Even kijken. We rijden bij postcode 7098 rijden we. Oh mijn god. Ja. Ik heb wel even een gebedje aangemaakt, die gozer is zometeen wel stad uit, joh. Geen probleem. Jo, is opgelost. Oké, wij rijden UWV bijna. Waar rij jij dan, Mo? Ik, politie, die wou me achterna, maar ja, die gaan denk ik niet zo hard als mij. Nee, maar wij hebben nog wel iemand achter ons aan zitten. Kan ik ergens, hebben we nog een... Hendrik, staat mijn motor nog open? Kan je naar mijn motor terugrijden of niet? Hey, kan je naar mijn motor terugrijden? Hallo? Ja, waar wil je heen? Kan je terugrijden naar mijn motor? Die is denk ik gemaakt. Hendrik, was mijn motor nou gemaakt of niet? Waar staat hij? Moment, moet even kijken man. Hendrik? Hendrik is er niet meer, of wel? Die is gepakt denk ik. Kut zo. Ik heb een motor gepakt man. Heb je crossmotor? Hoe heet zo'n ding? Sanchez. Ben je bang? Cliffhanger. Ja, we zitten, je moet heel eventjes een beetje rond blijven rijden, want mijn maatje heeft een cliffhanger. Waar kan jij heen komen, Mo? Noem maar eens even een locatie. Oké, kom maar Grote Bank. Ga daar die filewijk in. Filewijk in, Grote Bank. Grote Bank. Ben je daar nu? Ja. Oh, oké. Ga even naar die blauwe auto achter je. Die blauwe auto achter je, daar moet ik in. We komen eraan, Mo. Wij zijn die blauwe Porsche. Ik ga overstappen bij jou, ja? Ja. Andere kant staan, andere kant. Dan moet ik eromheen. Je moet andere kant staan. Oh mijn god. Is dit voor onzin? Ze staan blijven. Handen laten zien. Staat vuurwapens op je gericht. Handen laten zien. Ik kan er ook niet eens meer in. Dit is zo raar. Ik doe niet eens wat. Oh mijn god. Hey meneer, eerlijk, heb je wat bij of niet? Ja man. Handen laten zien. Hey, straks schiet ze mij. Op mijn knieën nog wel. Nee, ik kan niet te lang door jongens, dat kan niet. Wat waren de namen van degene? Geen idee, zijn er al volgens mij geband. Ja? Moment, ik heb kleine aanhouding nu. Ene Arold Karnemel, toevallig? Als goede spel, ja. Nee man, niet die. Oh, dit is irritant. Ja, maar ik weet niet, ik kon niet uit die auto. Mijn ding bleef heel lang lopen van... Hey, meneer, ik ga even al jouw communicatiemiddelen afpakken, inclusief jouw portofoon. Misschien wapen op de instappen, ja, waarom? Ja. Auto staat dopen. Waarom? Ga je al mijn telefoons afpakken? Jazeker. Klootzak. Wat is hier aan de hand, man? Ik weet het niet, we worden achtervolgd, man. Nou, ik ga jou eens even meenemen en dan ga ik even bij mijn voertuig neerzetten. En dan gaan die andere collega's schrijven heel verder afhandelen. Oh, oké. Okay. Neem je even mee, ik even bij het voertuig neer. Ja. Free bozo. Een beetje ver uitvoeren, maar zak. Free bozo. Ik heb die persoon. Ik ben wel beschoten, maar ja.
Wat zijn deze guys aan het doen? Ik kan even afstand houden. Afstand. Als Mo dit nou doet bij mij, dat is fucking slim. Mo, kom mij dan fouilleren. Laat zie je nou maar gewoon zo staan? Nee, die man hiernaast staat. Ik weet niet waarom ze jou zomaar laten staan. Nee, mag ik... Oh, ik vind het helemaal niet fijn. Hey, heb jij ergens vonden? Nee, dat niet. Nee? Nee, okay, ik ben niet geraakt, ik ben niet beschoten. Aangezien er vuur werd geopend op de Macan en... Ja, maar ja, goed, dat is niet mijn auto. Ja, met jou verder alles oké? Ja, eigenlijk is het wel goed bij mij. Ik ben helemaal niet beschoten, niks. Ik snap ook niet waarom jullie überhaupt op me schieten. Kut. Daar wordt Mo ook nog eens gepakt. Helemaal kut dit. Maar ik kon oprecht niet die auto uit of zo, weet je wel. Dus, is het zak wat u nu bij zich mag hebben of waar ik me aan kan bezeren? Nou, nee, ja. Ik heb een breekijzer bij me. Zou je in principe aan kunnen bezeren? Al denk ik niet dat je die zomaar pakt en dan denk ik, auw, mijn vinger. Oké. Okay. Snap je? Ja, nee. Maar die hou ik wel graag bij me, want anders kan ik morgen niet verder met hout hakken. Dat zou ik heel kut vinden. Oké, ja, ik zie die twee breekijzers. Die laat ik voor nu even in uw zak zitten. Wat ik in de auto zet. Ja. Maar ja, u wordt wel momenteel verdacht van een mogelijke plofkraak. Vandaar dat we... Word ik daar verdacht van? Ja, volgens mij wel. Hoezo word ik daar opeens van verdacht dan? Volgens mij zijn wij bij een plofkraakmelding en waren jullie daar aanwezig. En hebben jullie volgens mij met een hamer mijn collega... Ja, maar heb ik dat gedaan of hebben jullie anders dat gedaan? Ja, dat durf ik niet precies te zeggen, collega. Maar zullen we allemaal meenemen? Ook wat, te maken met de nou, we worden allemaal meegenomen, jongens. Lekker dan. Ja, weet ik niet. Ik kom ja, maakt niet uit, Noah. Maar ik kan, zeg maar, ik moet aan de andere kant staan om bij hem snel te kunnen instappen. Daarnaast kwam ik niet uit de auto, kwam ik zijn auto niet in. Dat is helemaal kut. Maar het was wel grappig dat jullie erbij waren. Alleen, op een gegeven moment, ik zeg je heel eerlijk. Kijk, er staan allemaal vuurwapens op mij gericht. Maar mij als crimineel zijnde, boeit dat niet. Ze hebben wel een breekijzer op zak, toch? Tuurlijk is het wel dat ik niet wil dat ze mij doodschieten. Maar politie mag je eigenlijk niet zomaar doodschieten. Al helemaal niet voor een plofkraak, want ik heb geen eens wapens bij me. Dus ze mogen eigenlijk niet eens op mij schieten. Dus in dat opzicht boeit het mij niet dat de wapens op mij gericht staan. Want, ja, ik ben gewoon crimineel. Ik wil gewoon wegkomen, toch? Ja, dat is goed. Maar aan de andere kant, er werd nou wel, die gozer reed ook weer op de velg. Toen dacht ik wel van, oké, dat kan niet, man. Ik ga wel uitstappen, want dit kan gewoon niet. Dit is gewoon raar, snap je? Dan stap ik wel gewoon uit. En, collega's. Ja, anders krijg je helemaal gezeik ermee, man. Persoon Daro, die is helaas overleden. Hebben jullie iemand doodgeschoten? Ja, Crossview denk ik. Of iets, misschien. Denk je? Je weet het niet. Dat weet ik niet. Ik heb het niet gezien, toch? Je schiet en je raakt per ongeluk in, je weet niet precies wat er gebeurd is. Oké. Ja, bij hem. Ja, er schoten meerdere mensen. Enge shit hier, al. Wie is dat dan? Gaat gevaarlijk. Is dat Hendrik? Hendrik! Hey Dennis, jong, kijk hier. Waar ben jij? Die leeft nog, die zit in de auto. Okay. Zit jij in die andere auto? Dan ga ik jou voor nu heel even in de auto zetten. Nee, ik moet in die andere auto, Hendrik. Helemaal kut dit. Bo is ook nog genakt. Ja. Jij gaat mee voor... Voorin? Voor verder onderzoek. Ja. Oh, vlug Jaap is kapot. Twee breakers en twee lockpicks en aangezien u stond bij een plofkraak. Ja, maar je kan ook zien aan mijn functie dat ik houthakker ben en dat ik dit spul gebruik dagelijks. Ja, dat klopt, maar aangezien u toch momenteel een van de verdachten bent, wordt het toch voor nader onderzoek meegenomen naar de brigade. Oei. Dat vind ik dus, ik zeg je niet graag, maar dat vind ik dus gewoon echt niet leuk. Ja, dat snap ik, maar ik ga wel van zijn rechten voorlezen. Oh. U heeft recht op een advocaat, die zal betaald worden door het OM. Oh, lekker, doe maar. Die kan betalen. Ja, dat kan zeker, maar dat kunt u eventueel op de brigade gaan we daar verder naar kijken. Ja, top. U heeft recht op te zwijgen en alles wat u zegt kan, zal tegen u gebruikt worden. Ja, doe ook maar. Oh, dan moet ik gewoon niks zeggen. Dan hoeft u gewoon niks te zeggen. Okay. U hoeft geen antwoord te geven op onze vraag. Dan doe ik dat niet meer nu, goed? Is goed, dat vind ik helemaal prima. Dan gaat hij zo meteen vragen, heb je rechten begrepen? En dan zeg ik niks. Informatie voor het proces. Heeft u dat eens begrepen? Ja, ik ga nu dus niks meer zeggen. Ja, maar het is handig als je deze... Heb je het begrepen? Zwijgrecht. Ja, ik ga nu zwijgrecht gebruiken. Ah,
Oké, dan neem ik aan, aangezien jij weet wat zwijgrecht is, dat jij je recht hebt. Oké, ik ben te irritant, sorry. Dit is heel irritant voor ons. Ik ga naar de brigade en dan zit je daar wel, ja? Ai, ai, ai. Nou jongens, free, we zijn met z'n allen gepakt. Ja, ik wil er niet te lang doorgaan, jongens. Natuurlijk, ik had nog 4-5 keer in een andere auto kunnen stappen. Maar, plofkraak. Volgens is mijn collega aangevallen. Hey, pak agent. Hoe is die, jongen? Hey, kunnen jullie heel even iemand, als die wil, de stream een klein beetje terugkijken? En even die twee namen van de porto even zeggen in chat. Dan kan ik hem eventjes doorsturen naar Jack Stroek. Jacques, a.k.a. Cento. Nou meneer, dan breng ik even naar de cel toe. Of naar de brigade. De cel? Excuses, ik vouw mezelf. Niet schrikken. Zo, dat knijt is eerst onderzoek, meneer. Man rijdt in zijn brommer in de vrije tijd op zijn brommer. En, ik weet ook niet wat er aan de hand is. Die maatje van me zegt, yo, stop even, moet even pinnen. En dan gaan we verder rijden. Ik kon niet, benzine betalen of zo. Weet ik wat er aan de hand is met die vent. Oké. Nou, was die persoon een vriend van u in die Porsche? Een vriend? Of niet? Kent u die persoon in die Porsche? Ja, ik weet wel wie het is. Nee. Zo is het ook. Okay. Dan zeg ik niet tegen hem dat hij hier even moet pinnen. Gecondoleerd nog met het vlies ervan. Zo is hij doodgeschoten? Ja, meneer is helaas omgekomen, ja. Nee, hij staat toch. Jullie hebben hem toch gearresteerd? Die Porsche, maar kan. Oh mijn god. Nee, niet die Porsche, maar kan. Oh, sorry. Nee, die ken ik niet. Nou, dat maakt niet uit, oké. Ah ja, Bert. Oké, ik ga het even door. Het vak zeggen we dan. Stuur het wel even naar Cento. Centootje. Ik heb wel een beetje hoofdpijn, dus ik rij iets langzamer. Nou ja, ik heb liever dat je sowieso een beetje langzaam rijdt, want ik zit natuurlijk wel achterin en ik ben niet een of andere zware crimineel, dus ik hoef ook niet per se dood. Toch? Nee, zeker niet, hè? Dat doen we niet. Nee, maar kijk, weet je. Oké, hadden we nou maar wel Tata gebeld, man. Zijn we op getraind, hè? Ja, en waar zitten die andere gasten dan? Hier denk ik ook, dat weet ik niet, dat gaan we zo maar even bekijken. Iedereen die we hebben aangehouden, die zijn hier. Ja, dat is mijn maat, met dat hesje van de motorclub. Dat is Hendrik. Oh. En je hebt ook zo'nzelfde motorhesje, dat is hem. Ja, dat is de andere. Nou, oké, dan maak ik zo'n beetje vrienden. Zit, welke motorclub zijn jullie dan? Ja, niet, we zijn gewoon motorhesje aan. Niet? Ja, nee, de motorclub heet niet, hè. We zijn niet een motorclub. Oh, niet, oké. Okay. Nee, we weten niet, maar we zijn wel gewoon een motorclub, zeg maar. Oh, los. Ik kan het niet eens vastgaan. Ja, denk je dat jij dit verder kan doen? Want in principe de andere collega die was er als eerste bij de plofkraak zelf. Plofkraak? Waar heb je het over, vent? Ik ben alleen bij de achtervolging gekoppeld, hè, dus... Oké, nu wil niemand hem afhandelen. Niemand wil hem afhandelen. Ja, oh, ik zal heel even... Kan ik mijn telefoon even dat die melding weg? Ja, want anders gaat het hem niet worden. Dan krijg ik weer gezeik met die advocaat. En daar heb ik helemaal geen zin in. Meneer, ik ga even uit het voertuig halen. Kijk uit voor uw hoofd. Kijk eens. Nou, daar zijn we dan. Nou, dan ga ik even naar binnen. En dan gaan we eens even kijken wat we verder gaan doen. Ja, gewoon wat dacht je van de boeien losmaken en weer naar huis. Toch? Wie is dat aan? En ik word eigenlijk ook gekoppeld nu aan de overval. Oh, kun je ons ook koppelen eraan? Toch? Nee, sorry. We hebben off-road. Dat zou je wel leuk vinden, meneer. We hebben off-road voertuigen, wij kunnen samen snel wegkomen. Ik had een heel mooi off-road voertuig. Laten we deze mensen eens even naar binnen plaatsen. Ja, zeker. Ja. Ja, van mijn vriend heb je gewoon zijn band lek geschoten. Ben je niet goed? Nee. Dat was ik niet. Denk ik? Nee, ik heb je weet het niet eens. Nee, ik heb niet geschoten, dus ik ben het niet. Weet je zeker? Jij bent wel snel met het mondje, hè? Dat zie ik alweer. Oh, ik had zwijgerecht, sorry. Nee, ik moet zelf weten, hè? Maar alles wat je zegt kan tegengebruikt worden. Ja, maar dat ga je niet doen, toch? Ik ga je nog even fouilleren, hè? Kijk. Ik heb nog steeds die breekijzers mee. Dat is van mijn werk als houthakker. Dat kan je ook opzoeken. Collega, zie jij deze meneer nog? Ik sta hier gewoon.
Nee, die andere is er weer. Ja. Nou, meneer, deze meneer voor mij met dit hoofdjasje. Ja. Meneer, bent u er nog? Ik ga weer even zeggen aan de stand. Wat is er aan de hand? Je bent maar aan het fouilleren, toch? Wacht, moet ik even handen omhoog? Zo, sorry. Of spreiden, kan ook, hè? Nee. Doe zo. Beter? Ja, dat is prima. Top. Ik zie het weer. Ja, ik kan niet praten. Zijn rechten voorgelezen, zeker bij de bank. Oké, dan zou ik zo meteen in de staat dat het tegen gaat niet. Ja, zeker. Gemeen is... Nou, schandaal zeg. Ja, ik moest in de cel zitten. Oh ja, tuurlijk, sorry. Ja. Ja, ik ben er even verkeerd. Doe gewoon die andere deur open, joh. Nou, kijk. We zijn de eerste, dus dan zet ik even achterste cel. Moet ik in deze? Ja, is dat mooi. No. Het is allemaal hetzelfde, dus. Hey, ik ga je even hier neerzetten, ik ga je ontboeien. Je mag omdraaien als ik buiten ben. Als je eerder omdraait dat ik buiten ben, heb je kans dat de geweld wordt gebruikt. Ja? Ja. Dus omdraaien als ik buiten ben. Anders heb je kans dat de geweld wordt gebruikt. Ja, kans, hè? Kan jij van het boeien? Kans, jazeker. Ja hoor, tuurlijk. Zo, kijk eens aan. Yes, oké. Okay, ja. Bam! Dus dan wacht op de collega's, goed? Ja hoor, doe het zo. Dank je. Ja, zo zie ik ook weer niet hoor, meneer. Ja, u mag ronddraaien. Oké. Okay. Mag water? Ja, positief. Eten? Hallo? Heeft u eten nodig? Zeker. Ja, meneer, nou dan ga ik even eten of te drinken. Ik kan ze zelf vertalen, dus wacht maar even. Hé hey joh, mijn broodje bankbouw, schiet eens op! Mijn collega's even wat halen, jongens. Dit is niet thuisbezorgd, ben naar hier binnen. Rustig, jongens. Een mini schnitzel! Hey, Mo, zit je naast mij? Jazeker, jongen. Ah, wat ellende. Waar is Hendrik? Ja, die is ook meegenomen, maar die zit in de voorkamer volgens mij. Wat ellende weer. Ja, mijn god, wat ellende hier zo. Dus ben je even... Ja. Ik had ook niet tegen jou moeten zeggen dat je daar moest pinnen, jongen. Ik zei dat er gezeik van kwam bij die bank. Ja, dat wist ik niet. Ja, hoezo moet je nou weer pinnen voor, om te tanken, man? Vent. Houd toch op, man. Ja, ben ik eindelijk een keer niet aan het houthakker? Heb ik nog al die zooi bij me ook? Zitten we even op die motor te toeren, hebben we dit gezeik weer. Het is ook nooit, kan ook nooit een keer normaal hier, hè? Politieagent! Mijn broodje bankbouwen, koud jongen. Mo, doe wel rustig, man. Straks moet je nog echt zitten, man. Oh ja, ja. Doe wel rustig, man. Straks, weet je wel, dan sla je zo'n agent of zo en heb je dat gedoe, denk ik. Ze hebben helemaal niks op ons. Ze hebben gewoon de verkeerde hier, oh. Ja. Ik zal een masker ook even afdoen. Het is knijter warm. Zit ook niet meer op de brommen, nou. Zo, hups. Gezeik hier zo allemaal. Hallo? Ja. Wordt er al water gehaald? Een broodje? Ja, zeker. Mijn collega heeft hier lunt. Ja. Geen stress, jongens. Ik ga hier een aantekening van maken, anders hoor. Oké, dat mag. Denk ik. Als je een papiertje hebt. Dat mag, denk ik. Als je dan vind ik het helemaal prima. Ja, oké, ik weet niet. Het was een beetje op het... Wat vonden jullie van het scenario? Het was een beetje op het randje, toch? Die guys reden met lekker banden door en shit. Ja, ik denk dat het wel een goede uitkomst is zo. Ik denk dat ik mijn breekijzers misschien kwijt ben. Mijn lockpicks, ja, free. Wel weer nieuw, man. Ik heb één kleine overval gedaan. Ja, zo ga ik geen winst maken met die shit, trouwens. Yo. Hey, Mo. Ja? Zullen we moppen vertellen? Nou, begin mag. Ja? Het is geel, en als het in je oog komt, ben je dood. Een kogel. Een trein. Nu ben jij. Ja, maar even goed nadenken. Is goed. Broodje bakpauw is groen en heeft een gewei. Groen en heeft een gewei? Ja. Geen idee, joh, vent. Een dophert. Oh mijn god, wat kut. Holy shit. Oké, dat is een hele kut grap. Krijg jij Pino? Pino? Ja. Ja, van Sesamstraat. Wat krijg je als Pino klaarkomt?
Kapotte eieren? Sesamzaad. Oh, jeez. Oh, dit is echt te slecht. Ah, oh. Nou, hebben ze al een keertje dat drinken dan, of niet? Ja. Ze weten niks, hè, op mij. Oh, zijn die lui hier te gluren om de hoek? Nee, hè? Nee. Klootzakken. Hey, maar waar staat de afkorting ADHD dan voor? ADHD? Ja. Ik hoor altijd alle dagen heel druk. Nee, alle dagen harddrugs. Oké, die is ook wel slecht. Kan ik hier door dat raampje? Nee, hè? Kut zo, man. Nee, mijn hoofd is er te groot voor. Ja, ik heb die helm ook nog steeds op. Ah. En mijn bril heb ik op. Nou, ja. Hallo. Hey, water! Waarom zit ik hier zo lang vast? Voor wat? Laat me eruit. Vervelend dit. Ja. Nou, voor, hebben ze jouw rechten voorgelezen of niet? Nee. Nee? Nee. Oeh, dat is wel goeie. Als het goed is niet. En voor mij hebben ze wel voorgelezen. Ja. Maar er is ook nog niet echt iets aan de hand nu. Ze hebben wel mijn telefoons afgepakt, maar niet mijn porto. Mijn helemaal niks. Nee? Kan jij eens vragen aan Hendrik als hij nog erin zit? Ze wel mijn telefoons, of bedoelen ze dan ook dat ze mijn porto hebben afgepakt? Dat weet ik niet. Wacht, ik ga wel vragen. Hendrik, ben je er nog? Hij zit in die verhoorkamer, denk ik. Denk het ook, want ik krijg geen communicatie terug. Ik probeer die deur open te trappen. Ja, ik sta hier buiten, ik word nog verzorgd. Ik ben in mijn poten geknald. Oh, hij is in zijn poten geknald, dus hij wordt verzorgd buiten. Oh, dat is niet best. Oh, ja, veel succes. Sterkte. Ja. Oh mijn god, hoe kom ik hier nou uit? Waarom is hier niemand? Ze handelen mij niet eens af. Ik vind het niet leuk. Nee. Ik zit hier gewoon nou te wachten in zo'n kamertje. Ze hebben mijn advocaat niet geroepen. Ja, die man die hier net stond is ook gewoon weg. Hij zei dat hij er vandoor ging. Ja, lekker dan. Hallo, open doen. Ik wil eruit. Help. Help. Help! Verdomme, kut zo hier. Heer, opschieten. Ja, dan kan je me niet zomaar hier laten. Je hebt helemaal niks gedaan en laat je ons hier zitten ook. Laat me eruit! En waar is mijn broodje bakpauw nog steeds? Ja, ik moet ook een water en een broodje. Ze verzorgen je helemaal niet hier in het hotel. Nee, echt slecht. Ja, de kamers zijn ook klein. Ja. Wc is vies, dan moet je je tanden poetsen boven de wc, vind ik ook goor. Ja. Bed is gewoon een of ander zielig bankje. Niet normaal. Helemaal kut hier zo. Kunnen we hierop? Verdomme. Weinig ventilatie ook hier in het hok. Hé, wie ben jij? Ja, het is heel slecht. Hey. Hé! Meneer, kun even naar je gestel gaan. Hallo. Gestel. Goedendag meneer. Hoi, heb je water en brood nou of niet? Dat wou ik net inhalen, maar er was iemand buiten. Er was buiten even een situatie. Ja, hallo, ik heb honger, vriend. Die hele situatie boeit mij niet. Ja, ik zit hier sowieso al onterecht. Ik ga mijn armen doorheen steken. Ik pak je bij keel, hoor, vriend. Opschieten. Ja, als ik het dreigen heb, dan nog een grote probleem. Dus dat is rustig aan. Oké, als je gewoon even wacht, dan haak je zo meteen je eten. Ben jij die El Snorro van vorige keer? Ik? Ja. Maar jij bent meneer Kriekrak, of niet? Kriekrak? Nee. Nee. Wie is die meneer? Ik kom niet bekend voor die naam. Oké. Ja, ik was op zoek naar meneer Kriekrak, die deelde de deur Kriekrak open. Nee. Hij was sowieso niet kaal, zoals die ene vent. Hij had ook niet zo'n bolle toet als die man. Hij lijkt wel een beetje op jou. Is dit beledigend ambtenaar en functie? Even respect doen tegen mijn collega's. Ja, ik heb zelf toch ook bolle toet, maakt mij het uit. Ik weet niet hoe hij heet, hij heeft zich niet voorgesteld. Het hoeft ook niet voor te doen, ik kan het zo aanspreken als kamer. Ja, uw edelachtbare zeker, of dat niet? Zit hier al die... Maar hoog, maar mij niet uit. Maar ga eens dat broodje halen, vent. Ja, ik ben buiten bezig, maar ik kan even kijken hoe die binnen ging. Ja, niet zo goed. Nee, dat heb ik door. Ja, laat ons vrij. Nee, dat is niet mijn taak. Je is zeker wel jouw taak.
Jouw taak is om boeven te pakken, vent. Nee, ik kreeg al de pot te verkeerd. Dus ik, helaas mag ik je me niet echt niet bemoeien. Nou, regel dan dat iemand ons vrijlaat. Ja, dan moet je een advocaat regelen, dat is ook niet mijn taak. Ja, regel die dan. Dat is niet mijn taak, zeg ik. Jij regelt portenverkeer, maar je regelt precies helemaal niks. Ik wel wat te drinken lussen. Dat is echt heel, je bent echt een vervelende man. Jij bent vervelend. Hoezo? Ja, dat snap ik. Ja, we worden hier onttrekt vastgehouden. Als je mij hieruit laat, ben ik niet meer vervelend. Dat beloof ik. Griep, mijn broertje eruit. Nodig nog, of niet? Meneer, als je even achteraan ziet, het bankje wordt gestaan, dank u wel. Godverdamme, dat is een kuthotel hier zo. Ja, geen ventilatie, nergens een bed. Oh, even kijken meneer, ik ga u eerst even fouilleren en daarna krijg je wat te eten voor mij, ja? Nou ja, tuurlijk wel. Heeft u iets bij zich wat u niet bij zich mag hebben? Nee hoor. Ja, dat ziet er goed uit. Wat heeft u nodig? Wat water en een broodje bakpark. Helemaal kut dit jongens, we kunnen er niet uit. Een bakpark. Nou, dat kan er ook wel ingemikt worden. Mo, hoor mij! Ik hoor zeker jou. Godverdomme. Zit vast hier een holle muur ook, man. Er wordt niks slapen hoor, straks hier. Zo. En een Coca-Cola. Dan gaan we toch even blijven genieten. Meneer de Gens. Hoe lang duurt dit nou nog? Goeiedag meneer, als u ook even achter de muur wil gaan staan. Ja dan. Wat ga je doen dan? Ja, dan ga ik u ook nog even een keer fouilleren en daarna krijgt u wat te eten. Gaan we weer, gast, willen jullie me allemaal persoonlijk fouilleren? Wat zit toch in het aan, man, vent? Ja, ja. Dat Godverdomme. Heeft u een Kmara-gent, oké. Meneer Kmara-gent. Pas op, ik trek mijn shirt uit. Oh. Draai weer vol, meneer. Oh. Ja, zo. Even kijken hoor. Heeft u iets bij zich wat u niet bij mag hebben? Nee. Dat is al 3 keer gevraagd. Ik heb breekijzers meeleggen, maar ik kom net godverdomme van werk af. Ik ben 1 minuut uit dienst met de houthak. Ik reed op houthakken met een breekijzer? Is dat tegenwoordig nieuw? Ja, dus bij gebrek aan een bijl hebben we een breekijzer, ja, klopt. Hmm. En wie is die baas van u dan? Mijn baas? Ja, maar dan kan ik me zeggen dat die gewoon bijlen moet halen in plaats van die breekijzer. Ja, dat weet ik niet zo goed. Dat gaat via het UWV allemaal. Ik kreeg die baas nooit te spreken. Ja, waarvoor heeft hij die lockpicks bij, meneer? Die lockpicks? Ja. Oh ja, ik had de standaard gewoon. Ja, weet je, ik heb nog wel, eigenlijk nog wel meegereden. Ik heb ook een hamer, maar die heb ik nou even niet mee. Maar ja, weet je, als je ga, dit is ook niet mijn normale houthak outfit, zeg maar. Als ik naar de kleedkamer ga, dan kan ik me omkleden. Dan kan ik mijn houthak outfitje wel aan doen. Dan zie je dat ik alles erin heb zitten. Hamertje. Ja, maar waarom heeft u dan die breekijzers bij buiten dienst? En waarom heeft u. Ja, dat was inderdaad was niet zo handig. Ik heb me vliegersvlug omgekleed. Ik was vergeten dat ik dit nog op zak had. Dat is gewoon zo. En toen moest die kill naast mij, zeg maar hier in die cel, die moest even snel pinnen. Want die moest geld halen voor zijn motor of voor zijn auto. Die kon weer niet tanken. En toen dacht ik, godverdomme, ik wil nou eens een keer gaan toeren. Nou, politie erbij, schieten, alles ook nog. Ja, helemaal kut gewoon. Ja, wij gaan even verder in beraad. U heeft wat te eten van mij gekregen en dan spreken we je zo, ja? Oh, dat gaat niet langer duren. Godverdomme. Ik heb wel een mooi bakje kwark gehad. Oh, waar heb jij ook magere kwark? Ja... Dat is voor afgevallen voor mij. Ik heb optimaal aardbei, mijn jong. Godzomme. Dat is gewoon een halve liter ook gek. Dat is lekker beun hier, hoor. Ik heb hem alleen mijn bek gemiekerd. Ja, ik hark hem even naar binnen. Het ziet eruit als een hamburger, dat is wel gek. Dat smaakt goed wel. Kan Hendrik mij ook... Hendrik, kun je me horen? Hey Dennis. Hoor je, Mien? Ik hoor Joen. Hoe is het met Joen met de motor? Die is helemaal kapot, of niet? Ja, mijn motor is naar de kloten. God, hoe ben je behandeld? Gaat het goed met je? Ja, er is een verbandje op mijn poot gedaan. Het is allemaal wat. Spreek je buitendienst een keer af om te gaan motorrijden? Moeten we even pinnen? Zit je in een vuurgevecht? Dat kan ook nooit normaal hier, hoor. Ik moet altijd de muur trekken voor die benzine. Ach, het kan nooit normaal hier, hoor. Denk je even naar het hout hakken en naar het bouwen een keertje rustig rijden? Oh, ja, weet je wat? Ik zeg wel, ik heb wel een beetje een probleem, denk ik. Ik heb die 2 breekijzers nog mee. Ja, ik had mijn hamer op zak. Die ja, dat had ik niet. Oh jee, mijn hamer. Ik ben dat ding al kwijt, jongen. Oh, je was daar die oude. Oh, dan zat hij van mij naar thuis les. Je hebt gewoon mijn hamer meegenomen. Oh, dan ga ik aangifte doen, ja. Tegen jou. Die jij gestolen hebt. Dit is toch godzomme niet normaal meer hier, oh. Neem alles zo mee, hè. Ik stel me even om te kleden. Kijk op elkaar, joh. Ja, nee, dat is ook wel waar. Is het Stanley? Wat is het merk? Makita. Nee, joh, dat is gewoon een hamer, een blok staal op een stok. Oh, gewoon zo'n houten. Oh, die ouwe. Ja, heb je die meegenomen? Maakt er niet uit, joh. Zie je nog met dat roest aan de bovenkant? Ja, ja. Weet je zeker?
Ja, volgens mij wel. Moet je even aan de hand vragen, die had hem. Hebt hij hem afgepakt? Ja, ik moet hem niet houden. Godverdomme. Ik ga die wel terugvragen dadelijk, ik mag die hiervan bij ja, hebben. Ja, als we morgen weer gezeik met de baas. Als ik die breekijzers kwijt ben ook, jongen, dan kan ik weer dat hout niet splijten. Ja, hij vraagt ook nog waarom je die lockpicks mee hebt. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet waarom ik die mee heb. Ik heb altijd gewoon een handje, weet je, gereedschap en ellende. Naaltjes heb ik ook altijd bij me. Dat is om die roestige deel op te trekken. Ik had een zinnetje met het woord baas. Heb je iets gemist? Dat zeg je hem al? Ik hoor dat het over een baas hadden. Of was ja. Het niet mijn... We hebben, als we het over een baas hebben, hebben we het zeker niet over jouw nare vent. Zeker, te weten maar, niet. Maar meneer, ik heb u het eten en drinken. Heeft u dat nog nodig? Nee, ik heb nou ook kwark gehad van je collega, van die dikke. Met die bolle toet. Ik nog steeds even respect doen als ik dadelijk een boete van... Nee, zei dat zelf tegen mij, hè? Hij zei dat voor Mino om af te vallen, zei hij. Dus optimaal 0% vet aardbeekwark. Dus op. En zeg je, als nog dikke, dat hij dik is. Dus dat, maar dat zeg je zelf ook als hij moet afvallen. Je gaat niet afvallen als je mager bent, zo is het ook, toch? Je kan het ook anders zeggen. Frit je boot. Ja, maar dat is niet zo, de realiteit. Ja. Zo nee. Gaan we niet met elkaar om, Miro. Ik zeg het gewoon niet dat ik stevig gebouwd ben omdat mijn kop zo groot is. Nee, we zeggen tegen hem ook gewoon bollen. Nee, maar dat is wel een stuk netter dan dat je zegt je bent tering dik. Ja, maar dat zei ik ook niet. Ik zei bollen. Meneer zei bollen. Oké, okay. Oh sorry. Nou, dan... Heeft iemand veel nog eten of drinken nodig? Nee, we willen er gewoon met een bloedgang uit. We moeten motor rijden, man. Ja. Naar een vent is ook wel. Dat vraag ik jullie niet. Heb je nog eten en drinken nodig? Nee, dat... Nee. Okay. Nee, vrijheid heb ik nog. Oh, mijn god, jongen. Ja, dan kan ik hier voor je rijden. Wat ben je toch een vervelende agent? Meneer de agent, ik zag net dat ik nog één jointje op zak had. Vindt u het erg dat ik die even opgeroep? Weet je, Hendrik, je moet niet praten met die vent met dat gele hesje. Die regelt portoverkeer, die kan alleen maar praten, maar hij regelt niks, hoor. Hij praat alleen maar. Okay, dan die regelt niks voor je, die vent. Nee, doe maar niet. Oh, een goede spul, jong. Vers van het veld. Wat heb je gehad van hem dan? Jointje. Had hij een joint gehad? Ja, hoezo kreeg ik geen joint dan? Ik heb hem zelf in het zak. Ga je niet nu hier paffen toch, man? Dan ventileert niet dat hok hier, hoor. Ay shit, hij komt er nou mee. Ja, maar kijk, die ramen zitten dicht aan de achterkant. Ja, als je die hamer mee had, kon je gat erin slaan daar, hoor. Had ik net moeten... Wacht, je kan door dat raampje hiervoor, kan je doorheen paffen. Zo, paf je het in de gang. Heb je geen breekijzer bij? Kun je hem kapot slaan? Ja, ik heb die breekijzer nog wel, ja. Kunnen we die deur... Kan ik die breekijzer gebruiken op deze deur, denk je? Die hebben ze niet afgepakt. Nee, dat doe maar niet dan, man. Goddomme, wat gezeik weer hier, man. Ik zie niet tekens van een jointje. Nee, die heb ik net gebruikt. Ik heb niks op zak, hoor. En waar is dan ook... Een zotverdomme goeie wietje. En ik mag toch weer op zak hebben. Dat is wel 5 gram. Ik heb... Hendrik, okay, doe een beetje rustig. Ik merk dat die man helemaal boos van je wordt, Hendrik. Doe rustig. Ja, hij wordt helemaal boos, die meneer. Ah, het is ook een vervelend mannetje, vind ik, met de gielijstje aan. Ja. Hé, klaar over. Klaar over, ik heb een vraag. Hallo. Ja? Klaar over, bent u er? Oké. Okay. Heb u al gecommuniceerd met de mensen dat we eruit kunnen? Mijn collega's zijn heel eventjes bezig. Met het circulatieproces zijn we ook terug en dan worden de advocaten denk ik enzovoort geregeld. Praat, okay. Praat, maar... Meneer de agent, mag ik jullie nog eens vragen? Ja, zeker, mag dat. Heeft u ruimte in uw broekzakken? Oh, we zijn wel heel irritant, man, oprecht. Hendrik, die zit gewoon even te pilzen en te blowen. Lekker, man. Ja, maar dit is oprecht wel... Ja, je kan hier natuurlijk niks doen, dat snap ik ook wel. Ik hoop dat ik die lockpicks mag houden, man. Wel respect als dat mag. Ja, die komaan wordt wel helemaal gek. We zijn binnen, we zijn niet openbaar. Hallo, mag ik ook weer gebruik maken van mijn spreekrecht? Hallo? Ja, dat mag. Waar is mijn advocaat? Oh, wat ik zeg niks meer als mijn advocaat er niet is, hè? Ik zeg niks meer. Nee, dat is begrijp ik helemaal. Dat heeft natuurlijk gekregen, toch? Vanaf nu zeg ik niks. Ik zal wel eens even vragen waar de advocaat heeft. Ja, daar kan ik niet op reageren, sorry. Ik zeg niks. Pintje, ja, is jouw ding. Ik kan er zo aan. Is goed. Oh, ik zeg niks, sorry. Ja, oprecht, die komaan. Ja, weet je wat het is? Voor ons is dit ook niet leuk, weet je. Wij kunnen ook niks hier in dit kutkamertje. Dus we zitten maar een beetje met elkaar te fucken. Want ja, we moeten nog wachten op een advocaat. Of iemand ons überhaupt gaat vrijlaten of zo. Ik wil graag Niels hebben. Ben je aan het kotsen, Mo? Ja, die pintje die viel me niet goed. Nee, ik had het idee dat die kwark ook beschimmeld was. Of horen er stukjes in te zitten, weet jij dat?
Nee, daar horen geen stukjes in te zitten. Maar het is toch echt een aardbei wat erin zit? Weet je dat niet? Zegt u? Zit daar echt een aardbei in of zijn het andere stukjes? Nee, ik denk dat het andere stukjes zijn. Goddomme, partij vies ook, jongen. Oh, waar is ik zal eens kijken op dat bakje. Kan die bollen, kan die andere nog eens komen? Kijk samen, meneer. Zo, 02-02-2019. 2019, vent. Jezus, Mina. Wacht, hier ga ik een aanklacht tegen doen, nog. Meneer, er klaar over. Ik wil weer een vraag stellen. Hallo? Klaar over. Is die klaar over er nog? Oh, nee, dat is een andere. Waar is die? Hallo? Hey, Klaarover loopt hier nog. Ja, ja, maar hij reageert niet op mij. Hey, Klaarover. Die... Hallo. Hij reageert wel op Klaarover. Is goed, politie gaat. Meneer van de Kamar? Ja, meneer Odivang? Is die meneer... Ja, zeg eens. Is die meneer met die, die zware bot had, die ik bollen noemde er nog? Jazeker. Kan je eens me hierheen sturen om te vragen hoe het zit met die kwark? Want ik ben er echt goed beroerd van. Oké, okay, ik zou eens roepen. Tim. Is goed. Ja. Dat ik met iemand meer. Weet je wat ik denk? Dat ik met iemand meer heb. Wat? Ja, die kwark? Die stukjes? Nee, maar weet je wat ik denk? Ik had zelfs één stukje in mijn kwark, er zaten haren op. Gadverdamme. Ja. Nee, een haren. Maar weet je, ja, van maar weet je wat ik denk? Nou? Ik denk dat hij al een paar jaar geleden al wou afvallen, maar het nog steeds niet is gelukt. Nee, dat hij die kwark gewoon bij heeft als een excuus dat hij gewoon naar de Mac kan. Dat doe ik ook wel eens, ja, hoor. Ja, precies. Zeg ik eerlijk, doe ik ook heel vaak. Ik heb al, normaal gesproken heb ik altijd een broodje kroket mee of voor on the fly, zeg maar. Alleen die past niet in het motorhesje. Nee, hij komt toch zo aan. Oh, komt hij aan? Het duurt wel lang, hoor, meneer. Ja, ze zijn denk ik straf aan het berekenen of zoiets. Straf aan het berekenen? Ik heb niet eens advocaat, man, vent. Waar heb jij het over? Oké, okay. Advocaten zijn momenteel, ze zijn momenteel geen advocaten. Dus we zullen even wel kijken wat ze eruit gaan maken. Ik ga mijn advocaat wel bellen, hoor. Ja, ik ook. Ik bel mijn advocaat. Ja, oké, dus we moeten natuurlijk wel zo gaan, ik weet het. Oké. Okay. Maar goed, ik leef je even wachten. Ik blijf gewoon even toezicht houden. Ja, dus kan jij misschien anders, wat ik wel mooi zou vinden, kan jij voor ons marcheren op en neer? Marcheren? Ja, zo. Waarom? Links, rechts, links, rechts. Dat is toch mooi? Nee, dat doen wij dat niet. Dat straalt autoriteit uit. Nee. Ja. Autoriteit staat uit dat je gewoon netjes gedraagt. Kijk, let op. Ik zal het voordoen. Moet je even door het gaatje kijken. Let op. Links, rechts, links, rechts. Draai. Links, rechts, links. Rechts. Zie je, dat is toch cool? Nee, dat, helaas niet. Oh. Ik ga hier lekker gewoon tegen de muur aan staan. Zo. Jij ik denk dat hij ook die kwark gebruikt. Jij wil ook even makkelijk je centen voorzien. Armpjes over elkaar. Meneer, wat is je naam als ik me vraag? Nee. Wat is er? Heeft hij een dekkaart van me? Nee, weet ik, Mieke. Hij doet het wel goed. Hij doet het wel goed. Want we lopen een beetje te fucken met hem, toch? Ik zeg toch ook niet dat ik hem niet bij me heb. Ik zeg, hoezo dat? Oké, waar? Ik ben hier even omhoog. En volgens mij is de deur dicht en kan ik hem niet zomaar geven. Hendrik, ja, Dennis. Mijn raam kan open. Oh, dan kan ik een pintje doorgeven. Nee, dan kan ik eruit, vent. Oh, jij gaat dat passen? Bedoel, doe maar een biertje. Gaat dat passen? Ja, hoezo? Noem je mij nou ook dik? Nee. Dan doe ik nog een keer aangifte tegen je. Je had eerst mijn hamer en nu dit. Jat, mijn haar. Oh, ik heb bijvoorbeeld zelf pintjes gepakt. Ik wou hem doorgeven. Dat was de laatste. Hé, hey, wij zijn gewoon even onderling in gesprek, man. Maar goed, als jullie even allemaal gewoon netjes gedraaien, een beetje wat stijl zijn, zou ik het helemaal prima vinden. Maar dan zorg ik ook niet. Oh, ik maak nogal gebruik van mijn zwijgrecht. Kan ik niet nog meer stiller zijn? Nee, maar ik bedoel maar, als jullie niet met elkaar aan praten, liever als jullie even niet doen. Oké. Zo fijn zijn. Dankjewel. Yo. Als je dan eventjes wat gaat regelen. God, wat een saai, wat een boze man ook gewoon, hè? Ja. Echt chagrijnig. Dat snap ik ook wel als je klaar over bent. Vind ik ook niet heel tof. Nee. Ik ga me verstoppen om het hoekje. Kun ze me niet zien. Denk ze misschien dat ik ontsnapt ben. Waar wil je achter verstoppen? Je zit om het hoekje. Als ze er dan doorheen kijken, trek aan zijn neus. Kan ik hier niet doorheen naar buiten kijken? Oh, wat is het dan? Waarom duurt het trouwens oprecht zo lang? Hoe ga je zeggen dan? Hier heb je een neusje, kom maar halen.
Ja, maar dat kan toch niet, Lucas? Je kan toch niet door de cellen heen iets aan hem geven? Ja, zoals kijken of dat water dan werkt. Afgesloten. Ik moet wel een beetje opschieten, man. Ja, ik snap ook niet waarom er niemand komt. Ze zijn straf aan het berekenen. Ja, maar die straf is toch niet zo groot dat we daar 45 maanden moeten gaan zitten? Wat zijn ze aan het doen dan? 46 A4'tjes aan elkaar aan het plakken, of wat? Zijn ze maanden aan het uitschrijven, je printer kapot. Ja, ik denk het wel. Hey, is die bolle nou al onderweg of nog niet? Geen idee. Ik kon die bol noemen, dat kon hij niet waarderen. Nee, dat vond ik niet cool. Stevig gebouwd. Maar ik kan dit, gebouwd. Ik zeg je wel eerlijk, ik kan dit ook niet echt waarderen. Nee? Hoe kunnen we hier nou uitkomen? Ik vind het maar een flauwe politie. Ik kan de breekijzer niet gebruiken op de celdeur, dat is kut. Ook geen lockpick? Dan moet je harder je best doen. Als ik, misschien is het wel een beetje zoals in Prison Break, als ik die wc aan de kant schuif, kan dat? Ja, dat kan. Als je die muur vastzet. Nee. Bij mij zit die muur vast. Nee, lukt niet. Ja, is er geen beweging, man. Hey, man. Lukt niet. Goddomme. Ik ben er klaar mee hierin te zitten. Ja, god, we zijn ze allemaal aan het berekenen ook. Klootzakken. Zijn ze aan het berekenen hoeveel pintjes daar op heb, joh? Daar zijn ze wel even bezig. Oh, hier, er fluit iemand. Wie is dat? Ja, dat ben ik. Het duurt me te lang. Oh. Ik weet het niet, Nick, want ik zit überhaupt nog niet eens echt in de gevangenis. Kan ik... Ik heb nog die... Oh, joh, ik heb een lockpick mee. Ga ik die op die deur gebruiken hier, hoor? Ja, probeer eens. Er zit, er zit helemaal geen gat hier zo bij aan deze kant. Kutzooi. Toma! Laat me... uit. Ik ben helemaal buiten adem. Nou, hallo. Jezus. Waar zijn ze allemaal heen, hè? Ja, want ik ga gewoon een kamermelding maken. Ja, bel ze gewoon. Een mooi Duitse helpje heb ik op, ja. Oh, mijn god. Ja, ik zit weer vast, Tata, ja. Ik appte jou nog van, we moeten het even zonder backup doen. Maar we hadden uiteindelijk bij de tweede wel backup nodig, man. Politie kwam eraan. Ja, we hebben het wel een beetje... Het was wel een beetje over de top. Die ene guy die reed op velgen door en weet ik wat allemaal. Was wel een beetje kut. Uiteindelijk ben ik uitgestapt. Toen wilde ik instappen bij Mo. Maar ja, dat kon ook niet helemaal. Ik heb een melding gemaakt. Ja, maar dat kan niet, want deze deuren zitten... What the fuck? Wie is deze guy? Hè? Oh, joh, dit duurt echt lang. Wie zit hier achter? Hoe kan iemand mij willen fouilleren? Dit is heel raar, toch? Lockpick werkt ook niet. Iemand zit gewoon letterlijk hierachter. Hier zit gewoon iemand buiten. Of zo. Ja, dat is ook jammer. Hè? Dat is toch frikkens mooi zijn als dat kon. Maar ja, de volgende deur zij niet. What the fuck? Zit hier gewoon iemand? Dit is toch vreemd? Wie zit? Ik ga kijken waar die zit. Oké, okay, raar. Nou, ik heb je dat wel eens meegemaakt dat je in de cel dat je gewoon als oud vuil wordt achtergelaten. Heb je dat al eens gehad? Nou, ja, nou nu net. Ja, dat is god, betekent kut ook. En waar is mijn motor ook trouwens? Laten we het daar eens over hebben. Die ligt totaal los op de weg, man. Die laat ons achter. Nou, ja, die motor. Ik zat er niet op, hoor. Ik was bij die andere in de auto gesprongen. Oh, dan zul je daar ook wel weer een ticket voor krijgen. Ja, die motor hadden we net gemaakt, man. We hadden net die nieuwe band erop gezet. Ja. Godverdomme. Hoe komen we hier nou ook uit, dan? Ja, door de deur. Ja, ik heb al mijn lockpick gebruikt, dat werkt niet. Ik heb die breekijzer al geprobeerd, dat werkt ook niet. Dat is echt wel een goede deur, hoor, dit. Ja, dat is goed spullen. Kunnen we die straks even mee eruit tillen voor in huis? Ik oh, beter die moet niet, hoor. Die andere deur bij ons. Ja. Er komt nog... Hallo, iemand van de kamer? Hallo? Hallo, schiet jullie nog op? Iemand van de kamer?
Maat, what the fuck? Doe zo op mij, hallo. Hallo. Ja, maar hoe kan ik... hoe kan ik ontsnappen, Mieke? Ik kan letterlijk niks bij die deur doen. Ik wil wel doen dat ik ontsnap, maar... Het kan niet echt. Ik zie wel dat we nog een 3 euro donatie erbij krijgen. Van... moet ik even tijd rekken? Van Matthijs Zuid. Heb ik toch nog iets gedaan voor de devs? Lekker, Matthijs. Love naar jou, man. Beginnen we bij de laatste. Ja, ik ben de eerste. Ja, kunt u even door dat luikje hier beneden uw identiteitskaartje geven? Ik wil eerst even weten hoe het met die kwark zit, vent. Horen daar stukjes in te zitten, of niet? Nee. Bij mij... Weet je zeker? Ja, ik weet zeker meer. Bij mij zaten er stukjes in. Ik pak die kwark gewoon als... dat is als water gaat het bij mij erin, maar ja, dat zie je ook wel. Dat was bij mij meer een soort van droge hamburger, maar goed. Je wil idee hebben? Oké. Okay. Ja, graag. Als je hem hier door de luikje kan... Kijk eens aan. Hé, dat ding. De heer Dennis Dinozo. Jazeker. Dinozo. Ja. Niet Dinozo. Ja, Dinifo. Goeiedag, en er staat al heel wat genoteerd bij u. Dat lijkt me sterk. Roekeloos rijgedrag. Nou, dat hebben we niet gedaan. Ik heb niet gereden. Nee, maar dat staat bij u op uw strafblad al. Dat zie ja, ik. Moet je even... Kan je dat even wegkrassen dan? Dat lijkt me niet van toepassing. Nou, denk ik niet. Lees maar even zijn strafeis voor die we hebben meneer bepaald. Ja, voor meneer. Wat sta jij er dan bij als een kip? Ben je aan het doen, man vent? Wat is dit nou weer voor... Hallo, meneer, wilt u nog luisteren of gaan we er nog even... Ja, nee, zeg maar. Ja? Ja. Nou, we hebben voor u, meneer Dinozo, hoe ik het ook moet uitspreken, meneer Dennis... Dat mag ook. Hebben we artikel 185. Zo, dat is het best end, of niet? Ja, dat is het best end. En wat doet die? Dat is het belemmeren van een... Welke was dat? God. Belemmering van ambtshandeling. Dat was hem. En wat betekent dat dan precies? Wat heb ik dan gedaan dat ik die kreeg? Nou, omdat u die meneer daar mee heeft genomen. Ik heb helemaal niet gereden, hè? Ja, duidelijk wel, meneer. Ik heb niks gereden, vriend. Waarom reed je dan op een crossmotortje weg bij de pinautomaat? Ja, dat mag ik, dat is toch mijn crossmotor? Ja, maar u zegt dat u heeft niet gereden. Oh ja, ik heb wel op mijn crossmotor gereden. Nee, dat valt u door de mand. Maar dat is toch niet een belemmering als ik op mijn eigen crossmotor rijd? Luister nou, u heeft die andere meneer, die ik moest hebben, heeft u meegenomen. Staanhouding verricht. Heeft hij meegenomen. Klopt niks, ik zit in mijn auto. Het gaat niet over u, het gaat over die andere. Die andere meneer met een motorreisje. Ja, die heeft u mee. Dat is ook mijn vriend. Natuurlijk neem ik die mee. Die had de motor kapot. Ja, dank u wel. Ja, nee. Die had een hamertje vast. En die meneer moest ik even hebben. Dus ja, maar mag je ook al geen hamer meer mee hebben? Ik heb ook 2 breekijzers mee, vent. Dat lijkt mij niet typisch. Ja, maar luister, meneer. Volgens mij zit u al een uur vast om mij in de rug te proberen te slaan. Nee, dat is waar. Deed jij dat wel dan? Nou, die poging was toch. Nee, dat is niet... Daar had ik niet gezien. Nee, ik denk niet dat het op mijn achterhoofd de bedoeling is dat je daarop gaat timmeren. Nou, valt niet te timmeren. Is ook een goede manier om iets slanker te krijgen, zeg ik eerlijk. Er valt niks op te hameren in principe. Nee. Is mooi afgewerkt. Ja, kijk, ik weet, je kan niet missen bij mij, maar daar gaat het niet om. Nee, dat is waar. Maar nee, oké, maar dat had ik niet gezien. Maar vanuit dat oogpunt wist ik dus ook niet dat ik hem niet mee mocht nemen. Nee, ja, maar ja. Je had niet tegen mij gezegd, ja, hallo... Luister, als ik van tevoren hem in zijn enkel schiet, omdat hij weg wil rennen... Hey, hem beschoten, ben je niet helemaal goed, man, vent? Ja, omdat hij met een hamer in mijn rug komt lopen. Dan hoef je hem niet kapot te schieten. Ja, je hebt toch ook je taser? U heeft hem daarna meegenomen. Natuurlijk neem ik mijn vriend mee. Dan laat mij toch zien dat u alles heeft gezien als u ernaast stond. Maar ik heb niet gezien dat hij jou in elkaar wil slaan met die hamer. Dat brilletje van jou is te donker, denk ik. Wat zeg je? Dat brilletje van jou is te donker. Dus even kijken. Ik weet niet dat je alles goed ziet. Nee, dus, ja, wacht even hoor. Dat is zo'n oud oorlogsding, dat klopt. Nou, en daarna hebben we voor u ook nog artikel 5a. Ja, en dat is? Roekeloos rijgedrag. Wat heb ik roekeloos gedaan dan? Nou, omdat ik van de collega's heb gehoord dat u toen ze u achtervolgde, heeft u zeer met uw mooie scootmotortje, voor de kast. Hé, dat is mijn crossbrommer, vent. Ja, je crossbrommer dan. Viertak. Ja, zeker is viertakt. Maar dat zou dus voor u komen op 9 maanden totaal. Dan omdat u een advocaat wou, maar die is er niet, gaat er dus 1/3 vanaf. Dan komt die uit op 6 maanden. Vind ik nog veel te veel. Voor iets dat ik niet gedaan heb. U heeft net zelf gezegd dat u meneer mee heeft genomen. Ja, maar dat is nu geen strafbaar feit, vent. Dat is belemmeren, ambtenaar. Belemmeren. Ja, dat vind jij een belemmering. Dat vind ik allemaal wel meevallen. Maar daarom gaan wij die strafwijze bepalen, niet u.
Oh, ja, daar zit ook wel weer wat in dan. Ja, dat is het ding. Ja. Precies. En nu? En, nou, dan gaan we u direct even naar de gevangenis doen natuurlijk. Dat meen je niet. Gewoon in een busje alles ook nog. Hele poppenkast alles ervan maken. Nou, ik denk dat we u door de wc kunnen spoelen. Oh, wat dacht je zelf? Ik heb daar net op gezeten. Dat is niks hoor, dat ding. Ik heb die kwark er ook doorheen geflikken trouwens. Jij hebt niet die kwark doorheen gegooid. Zeker, er zaten stukjes in, hoort er niet, vent. Zelf gezegd. Maar goed. Dat is van die groente, moet je kloppen. Nee, dus dat was aardbei, optimaal aardbei, vent. 0% vet. Niet 0% stukjes. Er zaten wel stukjes in. Maar wc, zei je. Dat is geen 0% vet, zei je. Nou, en dan moet ik 9 minuten daar zitten. 9 maanden. 6 maanden. 6 maanden. Ja. Kan je nog afdingen? Handje klap? Geld? Ze werken we niet. Nee. Geld. Jawel, dat moet. Want er is ook geen... Nee, hij heeft al van 9 naar 6 gedaan, hebt hij al. Oh, ik kan het zeggen. Ja. Maar dan kan hij toch ook nog van 6 naar 3? Oh. Kan toch? Nou, maar zei u nou dat hij mij wou betalen voor minder maanden? Natuurlijk, ja, als dat kan. Als jij dat wil. Weet je zeker dat je dit zegt? Nou, ik weet niet, wat moet je eerst eens... Volgens mij staat er in het wetboek ook nog ergens dat ook niet goed is. Maar dan moet je eerst eens zeggen wat voor bedrag het om gaat, hè? Want anders kan ik niet zeggen of we dat wel of niet gaan doen. Ja, dit is poging omkoping. Nee, maar je moet eerst zeggen wat voor bedrag het wordt, anders doen we helemaal niks. Noem jij een bedrag, ga ik erover nadenken. Weet je zeker dat je dit gaat zeggen? Want er is een artikel 363. Oh, lees die even voor. Passieve omkoping ambtenaar. Ja, maar ik doe actief omkopen, dat is anders. Ik ga niet passief een beetje doen. Ik ga gewoon jou dat geld geven ook dan. Dus nee, maar... 177, dat is nog hoger. Oh, is nog hoger? Dan pakken we die. Wat is die dan? Wat is het? Alles was wel wat lager dan je. Dat is 12 maanden. Dat is 12, nog erbij ook nog? Jazeker. Nou. Ik kan bij het raam. Laten we dat dan maar niet doen. Je kan nu nog je woorden terugnemen. Nee, ik heb het sowieso zwijgrecht. Slik ze maar terug in. Ja. Collega, gaan we dat deze meneer al even door de wc vroemelen? Vooruit dan. Ja, vind ik wel handig, denk ik. Ja, anders dan... Hé, hey, jongens, ik moet door de wc heen. Goed aanhouden, goed aanhouden. Ja, goed aanhouden. Ja, nee, deze meneer gaan we goed aanhouden. We gaan er door. Yes, veel succes. Zo. Okay. Nou, daar zijn we dan weer. In de gevangenis, jongens. Helmpje op. Hoe lang moet ik? Oh, nog 6 minuten. Ja, ik kan die dozen wel doen, maar dat werkt niet, hè? Dus dat heeft helemaal geen zin. Nou, boys, dan denk ik wel dat het een mooi einde gaat worden van deze stream. Ik ga jullie niet 6 minuten een beetje doelloos laten staan. Dat is natuurlijk voor jullie ook niet leuk. Dozen inpakken werkt nog niet voldoende. Dus dan krijg je hem weer. Je kunt het wel proberen, trouwens. Laten we het gewoon doen. Kijken hoe snel we eruit kunnen. We gaan dit gewoon even doen. Vind ik ook nog wel lachen. Als het goed is, komt Mo ook zo hierheen. En als het goed is, komt Hendrik ook zo hierheen. Plof, ja. We kunnen wel, maar ik heb geen porto. Dus ik kan niet met ze praten. Ik kan wel een plofkraakje hier doen, ja. Als zij hier komen? Dat is wel een goeie. Kijk, ik denk, dit werkte niet. Dit werkte tenminste de vorige keer niet. Ik denk niet dat ze dit gefixt hebben. Volgens mij moet je dat spul hier ergens heen brengen, toch? Zitten er nog meer mensen in de gevangenis of dat niet? Dus 50 seconden afgehaald. Laten we nog maar even een paar keer heen en weer lopen. Ja, maar ik kan niet die plofkraak in de gevangenis doen als ik niet... Hey! Hey, weet je wat we kunnen doen? Ik heb die breekijzer nog. Ik zie die automaat daar, hoor. Hey, ik heb maar 3 maanden. Ja, heb je 3 maanden? Kom, ik ga niet trekken. Ja, maar dat kan niet, want ik kan niet weg dan, hè. Ik zit al... Ja, omdat we zitten toch in de gevangenis... Ik kan hier niet uitkomen. Je doet dan de laatste paar secondes. Je zal snel een plofkraak doen. Zou dat mogen? Ja, ik denk het wel. Wacht, kunnen we niet hierdoor? Wacht. Wacht, we kunnen hier misschien wel naar buiten. Nee, dat kan niet. Heb ik al gecheckt. Dat is dicht. Kutzo. Ja, en daar liggen zeepjes op de grond. Dus ik zou niet bij de douche gaan staan. Oh, dat wel, ja. Is dit open of niet? Dat is ook dicht. Kutzo, hoor. Nou, deze is wel meestal open. Ik ben dozen inpakken. Ja, maar weet je wat het is, Radboud? Dan doe ik die plofkraak. Nou, dan kan ik niet weg. Nee, dit gaat niet goed, denk ik, hè? Nee, dat hebben ze nog steeds niet verfixt. Hey, maar ik moet even gaan in mijn hoofd. Yo, is goed, man. Later. Later, hè? Yo. Was gezellig.
Maar ja, denk je dat ik daar gezeik mee krijg als ik hier die plofkraak ga doen? Dat gaan ze niet echt leuk vinden, toch? Of wel? Ja, lockpicks kan je niet in deuren gebruiken, Kirby. Dat is een beetje jammer. Je kan daar niet echt iets mee of zo. Dat is een beetje het vervelende. Ik kan wel die plofkraak doen, maar ik kan dan niet weg. Dus dan komt die politie heen. Ja, en dan? Oh shit, ik wil dit niet. Kan ik stoppen? Hoe stop ik dit? Oh. Nou, ben benieuwd. Hier, timer begint gewoon weer opnieuw. Lekker man. Dus dit is wel vervelend, want hier kan je dus eigenlijk verder niet... Maar Gijs, het heeft geen zin dat ik hem doe, want ik kan niet hier wegkomen. Als ik hier niet weg kan komen, dan zit ik hier met dat geld en dan komen ze mij meteen weer arresteren. Dus dat schiet niet op. Dat heeft geen zin, zeg maar. Dus dat gaan we niet doen. Dat schiet niet op. Ik snap dat jullie het wel leuk vinden, maar het levert mij niks op. Want ik kan niet weg. Als ik nou weg kan op een fiets, dan is het nog leuk. Ik denk oprecht ook dat nog nooit iemand dat gedaan heeft. Kom je in de Hall of Fame? Ja, dat kan inderdaad. Maar ja, goed, hoe ga ik hier wegkomen? Dan komt de politie er weer aan. Ik moet eerst even wachten dat Hendrik hier is. Als Hendrik denkt van, nou, dat kunnen we wel doen. Ik denk net wel dat je er gezeik mee krijgt, hoor. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Om dat te doen. Nou, nog 1 minuutje. Zou ik er dan eindelijk uit mogen of dat niet? Dan kunnen we beter zometeen nog meteen een plofkraakje zetten, man. Dan kunnen we beter nog één doen. Hendrik! Oh, mannen. Wat vind jij ervan? Mogen we hier de plofkraak doen of niet? Ik vind het van wel. Ik weet niet wat... Maar ik denk niet dat ik... Weet je wat het is? Ik kom niet weg. Ik zit in die gevangenis. Ik kan er niet uitkomen. Snel het geld storten in de pinautomaat. Oh, nee, dat kan natuurlijk niet. Wacht, ik heb nog weer een timer. Moment, nog 10 seconden. 5, 4... Nou, oh, je bent alweer. Nee, maar dan begin ik weer opnieuw. Doet de timer het niet. Maar als ik die doos inpak, gebeurt er niks. Ik ben nu weer helemaal opnieuw begonnen. Oh ja, dat vervangenis doet het niet helemaal. Hoe lang moet jij dan? Hoeveel seconden? Ik moest 16 maanden, man. 16? Zoveel? Ja, en ik ben nog mijn hamer kwijt ook. Godverdomme. Ja, jouw hamer ben ik kwijt. Ja. Ja, weet je wat het is? Binnen. Ik moet nog een aardig... Maar weet je wat ik kan doen? Ik kan die plofkraak zo meteen doen op de... Hoe lang heb je er nodig voor zo'n kraak, denk je? Pas op dat je niet de plofkraak doet en daarna uit de cel gezet wordt. Want dan sta je niet bij het pinautomaat en dan wordt... Nee, maar daarom, hoe lang heb je nodig? Heb je daar een minuut voor nodig ongeveer? Ik durf het niet te zeggen. Want als ik het een minuut doe... Minuutjes twee. Denk je dat ik dan weg kan komen als ik eruit gezet word, denk je? Het zou wel mooi zijn als het lukt. Maar dan moet ik het nu doen. Ik heb nog 90 seconden. Oeh, ik zou het niet riskeren. Nee, gaan we niet doen? Nee, is denk ik niet slecht. Dan heb je meer tijd nodig. Ah, dat is goed, maar... We moeten iemand zien te regelen die dat iets gaat regelen met die dozen, man. Ja, die dozen die doet niet zo goed. Ik ga er ook niet bij pakken. Het werkt helemaal geen donder. Ik ben al 3, 4 keer die doos gehad. Helemaal kut. Maar jij moet nog een hele tijd zitten, of niet? Ik zit nog wel even. 100 seconden. Oh, mijn god. Kijk, ik ben vrijgekomen, maar ik ben toch niet vrijgekomen. Dat is helemaal kut, hè? Oh, er staat... Ik zie het. Er staat vermeld dat je vrij bent. Maar ik ben hier. Ik ben denk ik zo weg dan. Jij bent elk moment weg. Doei, doei. Oh, zo, nou. Ja, dit is wel een beetje jammer, boys. Want ik had op zich wel die plofkraak willen doen, maar dit is wel... Nee, ja, ik doe het maar niet. Ik vind het een beetje te, weet je. Het is een beetje te erg beter of zo. Ja, je driving skills waren best wel goed eigenlijk, man. Je reed wel lekker weg. Alleen, ze hadden ook banden geschoten, allemaal andere... kut dingen, dus ja, er werd niet echt wat. In ieder geval ben ik vrij uit de... Oh, wat zie je dan? Kan je hier wat doen? Au. In ieder geval ben ik vrij uit de gevangenis. En ik vind het wel mooi geweest, jongens. Ik ga gewoon lekker de stad uit. Jullie zien mij donderdag weer. Ja, sorry dat ik zo irritant deed, maar ja, dat was voor ons ook gewoon echt geen reet aan, zeg maar, daar. Ze wilden een beetje de tijd doden, een beetje leuke grapjes maken, een beetje shit doen. We waren irritant, ik geef het eerlijk toe, we waren heel irritant.
Klopt. Maar we hebben wel een beetje gelachen, toch jongens? En daar gaat het om. Hey jongens, bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt voor de donaties. Gaan allemaal naar de devs, hè. Dus als je wat kan missen en je bent 18 plus. En of je bent jonger dan 18 en je mag het doneren. Doneer het dan, want het gaat allemaal naar de devs, hè. Die krijgen geen ene moer. En we gunnen ze zoveel. Tot donderdag, dames en heren. Bedankt voor het kijken. En slaap lekker. Joejoe.